Hallo, hallo, Stam. hallo. Hallo, hallo, hallo. Hey, goedenavond allemaal, daar zijn we weer. Uh, ik zie dat Rick die is volgens mij nog even drinken halen. Um, maar uh, we zijn er weer uh, met een nieuwe editie van de Talkshow. Uh, <laughs> ik kom er zo wel even op dat het waarschijnlijk inderdaad de komende uh, tijd heel even uh, de laatste is. Uh, maar ik zal zo even de baby update geven. Het is nummer 142 uh, en uh, het concept is nog steeds precies hetzelfde. Gewoon allemaal gezellige streamers bij elkaar. We hebben het over van alles en nog wat. Twitch als rode draad. Er is ook veel Twitch-nieuws deze week. Ook wel veel... Uh, ook wel uh, Ja, ja nou, yes. en ook wel iets waar ik wel nieuwsgierig nee. ben... Hoe jullie, uh, <laughs> hoe jullie er allemaal tegenaan kijken. Iets waar ik denk dat we het al wat langer over kunnen hebben. Um, maar ik stel jullie voor aan de cast van deze week. Serpent Gameplay, alias Tuinslang Gameplay. Da Vinci Style Games, Jillike, Leanne Talens. Tessellate Games, Maximilian TV, KCNL en Kippensoepje. Uh, welkom allen. En zoals iedere week, uh, hoe was de week... Hebben we nog iets bijzonders meegemaakt? Uh, groot nieuws. Oh, God. Ik ben, uh, ja, meestal doen mensen een beetje zo'n kanaal-update aan het begin, toch? Uh, ik ben uh, affiliate sinds deze week. Oh, op je tuinslang 100%. gameplay. Ja, 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 ja. Dat was echt ah, wel even ah, grind hoor. Ja, dus de... die, uh, die zeven of acht streams of zo was wel pittig. Ja, okay, laten we... dubbel harken. Ik heb het straks ook als, uh, want volgens mij waren we er vorige week niet aan toegekomen, heb ik het straks ook als topic, zeg maar, jou, uh, jouw experiment met je tweede kanaal. Ah, dus kunnen we kunnen het straks leuk. even uitgebreid over hebben. Heb je verder nog iets bijzonders beleefd? Um, nee. Nee. Oké. Okay. En de rest? Uh, welkom Leanne. Uh, volgens mij, uh, sorry, uh, ja, volgens mij is Leanne voor het eerst. Is het Leanne of is het Leanne? Ja, nee, Leanne. Leanne, ja, ja, dan dus spreken ze uit in het Engels. Ja, ja precies. Um, um, heb jij wat meegemaakt deze week? Uh, nou, eigenlijk niet zo heel veel bijzonders. Ik heb een nieuwe baan, dus ik ben volledig in training nice. nu, dus uh, ik ben back-off. <laughs> maar uh, voor de rest gaat het goed, ja. Maar ook op zondag gewerkt? Nee, 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 vandaag ah. was ik wel vrij. Gelukkig. Ja. Uh, <laughs> nou, welkom in ieder geval. En uh, de, de rest, sorry, ik hoor, ik onderbrak iemand net die al uh, meteen een verhaal had. Nou, ik ben uh, gisteren teruggekomen uit Milan. Tot, uh, oh. Daar mocht ik uh, een... Uh, een Twee dagen heen uh, met, uh, met Motorola. Die hadden daar een product uh, launch. En die dachten we, uh, we stoppen Casey gewoon in een, een, een gaarpak. En we sturen hem daarheen en laten hem social takeover doen. Okay. Dus dat was wel echt, uh, echt lachen. Super groot uh, aangepakt ook. Sowieso, uh, doe jij dus, uh, veel uh, vette dingen met die sponsor. Ik zag je namelijk ook uh, super vipper de VIP bij de <laughs> Formule 1 rondlopen. <laughs> ja, maar dat is technisch gezien niet meer deze week. Hè? Maar nee, okay. ja, nee, dat was wel echt. Uh, echt, echt echt superleu. kreeg ik op dinsdag een appje van hey we willen eigenlijk uh, on op onze social mensen meenemen en we hebben, we hebben kaarten beschikbaar dus ja maar het waren niet mee. zomaar kaarten. ik zag jij stond echt het in was, de uh... oh, het was bizar champagne pap en pop in alles. holy shit ja echt dat was ja dat was een ervaring. <laughs> ah, vet sorry maar even terug naar Milaan... want de, dus daar, je stond in een van de raar pak en uh... ja nou ja ze hadden een uh, product launch van, uh, van drie nieuwe toestellen uh, op donderdag, en uh, ze hadden dan allemaal pers en weet ik veel wat. En uh, influencers waar ze mee samenwerken, hadden ze uh, meegenomen, allemaal naar Milaan. Ik denk dat 500 man uh, daar was, of zo, een stuk of veertig uit Nederland. Vet, en um, ja, daar, daar voor het eerst horen over de nieuwe toestellen, en uh, sowieso was er ook veel pers bij. En um, eh, ja, de alle details, een beetje de, de announcements daarvoor. Vet, en um, de, de, de social media guys van Motorola zeiden van nou, als jij dan in stijl. In de kleur van, uh, van de announcement daarheen gaat, dan uh, vinden we dat helemaal leuk. Dus nou ja, weet je, was echt niet? paars en oranje, dacht ik, hè? Oh, ja, in de, ja. Oh, je hebt dat gezien. Oh ja, ja het was het echt. Doen, ja. Ik weet nog steeds niet wat ik ervan vind. Het was echt een, een volledig paars pak. Uh, doe er een groen shirt onder en je hebt een soort slechte uh, Joker cosplay. <laughs> um, en uh, ik, ik had echt zoiets van, nou ja, oké, okay, whatever. Ik zie daar wel. Ik ken toch niemand daar, weet je wel? Dus fuck it. Maar Zoveel mensen die er zo positief op reageerden en het zo vet vonden. Dus dat was wel echt, uh, echt heel erg leuk. Ik vind het wel lachen dat het dan in fashion-stad Milaan, dat je dan in zo'n pak gaat rondlopen. Ja, 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 ik, ja, ik had het ook niet bedacht, maar uh, het was wel grappig. Bij de, bij de in, inkomingang, hoe it's, it's. Als je zoiets. zo'n heel groot bord om selfies te maken en foto's te maken, weet je wel. Ik vind het bizar dat Motorola zoveel budget heeft, joh. Ik zit even op een Instagram te kijken. Hebben ze veertig mensen vanuit Nederland gevlogen? Uh, ja, ongeveer. Ja, dus meer meer likes dan een gemiddelde Instagram post. Ja, dat zou kunnen. Maar uh, Motorola is stiekem best wel een heel, heel groot bedrijf. En ze ik, wist past, dat ze, uh, niet, ik wist niet dat ze nog devices maakte, joh. Nee, precies. Nou, en dat is wat iedereen zegt. Uh. <laughs> niet om ze nou uh, helemaal... Uh, want mij betalen ze niet. Maar uh, ik uh, gebruik wel hun, uh, hun portofoons. Walkie Talkies. Die, zijn ook, ah, uh, uh, die maken oh, ze Dat echt. hebben ze natuurlijk, ja. ja. ja, ja Motorola ja. maakt echt zoveel. Je, je kan het waarschijnlijk niet uh, zo gek bedenken... of ze maken het wel ergens. Ja. Dus, uh, en ze zijn heel lang ook weg geweest uit Europa. En ze zijn nu uh, langzaam uh, terug bezig om uh, echt... Uh, weer de markt op te komen en uh, de de laatste toestellen die ze dus nu hebben aangekondigd zijn ook e wel echt ja, ja 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 <scary> ja 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 ah, ja 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 als je kijkt nee, de, job. we, we, we snappen sna sna je maar de, in ieder geval leuk dat je dat ze je die kans geven om dat te doen dat sowieso en überhaupt ik nou, denk dat, dat voor het voor iedereen vet is als er gewoon geld richting Twitch gepompt wordt vanuit grote brands dat dat ik heb trouwens wel wat gedaan oh met uh, ja, ik moet, uh, de dronken. meeste credits aan uh, Bardo geven. <laughs> maar we hebben een tierlist gemaakt waar geen drama over is gekomen. Wow. En dat vond ik op zich wel. Uh, Je hebt een wat gemaakt een waar geen drama over is gekomen? Een tierlist. Oh, een tierlist. Over, List. Streamers. List. Oh. Ja. over streamers. En er is geen drama over gekomen. Dus Want, daar ben ik op zich wel trots op. Wat uh, bevatte de tierlist? Uh, we pakken de streamers en we pakten Disney-characters en we gingen ze aan elkaar linken. Wat was de dus, eerste dan? Die hebt gelinkt of was er niet echt een nerg of zo? Nee, Disney had altijd vriendelijk, toch? Nou ja, je hebt Ursula. <laughs> oh ja. Oh, <laughs> ja, oh, ja, ja, dat ja, ja of. Nee, of uh, ja. <laughs> ja. Nee. Ja, dat maar is nou ben ik benieuwd. Geef even een paar voorbeelden dan. Vassa. Ja, oh. hij staat, hij staat, hij staat oh. gewoon op Twitter. Moet je even naar Bardos Twitter gaan. Ik bedoel even terug voor Bardo meteen. Daar staat gewoon de prachtige Oké, oké. Okay. Okay, okay. Daniel zal hem vast wel erbij kunnen. Uh, ik zal hem nog niet. heel tevreden in ieder geval. Ik was namelijk nou, even aan het kijken, door. zeg maar, wie is de lelijkste Disney-character? En ik was benieuwd wie jullie daar dan aan, aan hadden gelinkt. Oh, Jafar, Jafar misschien. Nou, Jafar er wel tussen. Ja? slak van Monster ja. en Co. Oh ja, die is ook, ja. oh, vreselijk. Nou, staat hij niet kaars, kaars, die zoals, dat ja, zo als dat stemmetje? Hallo? Zo, Ja, 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 ja. Ja. <laughs> ja, maar je kan toch niet haten op Disney-characters? <laughs> nee, ja, ja. nou, ja, nee. <laughs> nou, misschien Ursula wel. Dat, die, daar ja, dat was wel pittig geweest. Even kijken, ik heb, een, uh, ik heb inderdaad een, een tweet uh, gevonden. Uh, wow. Dit is de hele. Is wel jammer, niemand van Frozen. Oh, Sarah is toch uh, van Frozen of is, Sa is dat die nee, nee, van Nee, nee, nee. Brave. 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 dat is brave. 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 Ja. Oh, Brave. Sorry. Oh, Morok. is Jafar. Hey. Ja. Ah, ik ben safe, zie ik al. jij noem jij het lelijk. <laughs> ja, of, <laughs> nee? ik vind het ook niet. Nee. <laughs> oh ja. <laughs> ik zit Happy Chef Remy. Oh, die vind ik wel <laughs> ja. echt heel grappig. Ja, ja, ja. Maar wat doe je? Mila vind ik ook wel grappig. Oh, nu dus oh, snap ja, ik de waarom de 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 er geen ja. drama is gekomen, natuurlijk. Dus <laughs> Alleen Jeremy was natuurlijk boos, omdat hij de Alptros was uit de, de Res Rescue Rangers. Zie je de slakken, mevrouw, niet ertussen? Ja. Uh, oh, lekker spelen, knabbel en babbel, zie ik nu ook. Ja. ja. Waarom bij Daniel uh, Sassoe? Wat uh, is de link dan? Je van gewoon Inderdaad, nieuws de van de dag en heel veel blabbel. Niet zoveel praten. Drama begint. Ja. Ja, Wie is die uh, van puddingboom? Wie is dat ook weer dat vogeltje? Papageietje. Oh, echt Ja, ja. ja, ik ken ja het het Uit uh, Donald Duck, uit die drie uh, Spaanse, uh, de drie uh, Leros, uh, weet ik veel. Nou, oh, die ken ont. ik het even niet. Oh oude ja, 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 oude... ja, 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 die... ja, ja, Ik weet het ook wel. Malereros. Heel oud al. Ja, ja. Ik vind hem eigenlijk nog best wel uh, accurate. Je, 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 je doet er echt moeite in, moeite goofy? Ik ben echt benieuwd naar de redenatie. Ik ben boos en benieuwd. Oh nee, dat, dat moet je aan Baro vragen. Jij stond al zo op, op hoogte en ik dacht, ja, dit klopt. Dit klopt. Dit ik vo, weet niet voel waarom, ik. Maar dit voel ik, ja. Dus ik heb niet gevraagd waarom. Oké, okay, okay. dan deal ik er maar mee. Deze ah. week heb ik uh, nog iets beleefd. Ik ben naar uh, Bobbieland geweest om uh, daar te helpen aan een video-effect voor een spookhuis. Ik vind dat het heel zo raar hoe je die komt... klemtoon legt. Bobbejaanland? Oh ja, Bobbejaanland. Bobbejaanland. Ja, 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 ja. ja, nee, ja, ja nee, jezus. Zo ik ben Iets met een B, iets met een B. ik dacht ah, Bobbejaanland. Ja, het is ook bo Bobbejaanland. Ja, 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 maar ik zeg het soms verkeerd of zo. Oh, ja, my god. Nee, Bobbejaanland. Ja, het is Bobbejaanland. We houden nog steeds van je, Vincent. Ja. Dankjewel, ik ook van jullie. En nou, ik moest een effect maken. Ik mag natuurlijk niet zeggen wat voor spookhuis, maar iets nieuws. En ja, het is heel cool om te zien hoe dat in elkaar wordt gezet. Er zit echt... 30 man te werken aan iets uh, spookies. En het is echt uh, ja, waanzinnig. Dus uh, ja, ik ben benieuwd hoe het eruit ziet uiteindelijk als het af is. Wat vet. Dat is zeker. Ja. Dus je... Is dit een beetje een antwoord op uh, de sluiting van het spookslot in de Efteling dan of zo? Of... Nee, nee, maar met Halloween ja. hebben we natuurlijk alle pretparken, Walibi oh ja. en Bobby en Land doen allemaal die spookhuizen. En nu uh, ja, hebben ze mij gevraagd om iets, een effectje ervoor te maken. En nou, dat wel, wel vet wel... hoor. Ja, dat is wel heel gaaf. Alleen. Het park was dicht, dus je loopt zeg maar een soort van alleen door zo'n park heen. dan zie je een paar van die mensen een beetje ja, onderhoud plegen aan de attracties. En uh, ja, ik had liever nog even de achtbaan gepakt. Maar ja, dat gaat niet. <laughs> en wat dus, is het enige geluid dan? Dat Is gewoon jouw stem zo cute cute of zo? Nee, nee, ik, nee, <laughs> ja. nee. Het is echt video effect. Dus je, ja. mensen weten niet dat ik het heb gemaakt, zeg maar. Nee, okay. zit er zit geen uh, Davin Stel Games logo in of zo. Nee, het is gewoon echt gerelateerd voor het spookhuis, zeg maar. Ja. Nice. Oké. Okay. De rest, nog, no. uh, nog iets beleefd? Uh, Jill, Max, mm, Ik heb gewoon gewerkt. En er waren twee nieuwe games uitgekomen. Splatoon 3 en Disney Dreamlight. Mm. Hoe oh, is Splatoon 3 uit? Ja. ja dus ja, ja, uh, lekker veel gegamed en voor de rest gewerkt. En uh, vandaag had ik een acht uur streampie. Voor de rest lekker. gewoon lekker chill weekje. Ja. Ik ja. was afgelopen vrijdag mocht ik streamen voor Wordchild. En dat is nu een evenement dat duurt de hele maand. Dus elke dag. En uh, ja, we spelen eigenlijk allemaal Mario Kart. En dan halen ze zoveel mogelijk geld op. Dus dat is best wel leuk. Was leuk om te doen. Wow. Dus uh, ja, als je dat nog niet gecheckt hebt, check het even. Want Jill moet namelijk nog. Dus uh, wordt gezellig. Jill is heel goed in Mario Kart ook. Mm. Dus dat moet moeilijk. Nee, helemaal waard. niet. En vorige ja, week wat? heb ik nog uh, pannenkoek gebakken met Jessie. Ah ja, we hebben zo. nog stream gedaan. Oh, ja. Was, ja. Maar kan je dat leuk. thuis doen, die stream? Of moet je naar een locatie stream? Ja, ja, ja. Nee, thuis. Oh, thuis, oké. Okay. Ja, iedereen streamt gewoon vanuit zijn eigen setup. En dan ook op, op je eigen kanaal of op een wordchat? Nee, kanaal? wel op het kanaal van nee, oh, kanaal okay. van ja. Oh, cool. Ja, dus het is dan elke maand lang, elke dag iemand anders. En de vier streamers die het meeste geld ophalen, die mogen dan de finale Mario Kart op 9 oktober op Gameforce eh, met hun topdonateurs. Dus mocht je daar nog heen willen, ga even bij iemand doneren. Misschien eh, maak je dan nog kans om erheen te kunnen. Nou, maar moet jij dan het kanaal hosten of krijg je gewoon inloggegevens van het Wordchild kanaal? Of hoe zit dat dan? Jij ja, streamt op dat direct naar Word, ja, maar ik denk niet dat het voor de kijkers nu per se interessant is hoe dat technisch ja. werkt. Oh ja, ik was er gewoon nieuwsgierig Ik was ook wel nieuwsgierig hoor. eerlijk gezegd. Nou, dan in de details. Wij krijgen gewoon hun streamkey en dan stream je gewoon via ah, je ja, okay. ja, eigen computer naar hun uh, kanaal. En hoeveel is al opgehaald? Lien had vandaag echt een goeie, hè? Ja, Lien had echt, stream met Lien had iets meer dan 2000 euro vandaag opgehaald. Ja. Oh, oh, ja. Echt, uh, ja. Lekker. Ik vond ik had 200, ik vond het al best netjes, maar uh, ik kan dus altijd uh, dik overheen. Maar je hebt toch <laughs> meegeholpen en bijgedragen, dat is toch belangrijkste? Oh ja, ik ben er ook wel blij mee hoor. Ik vind het ja, niet toch? erg, maar ik vind het helemaal niet erg. <laughs> maar nee, uh, is nice. Nou, nice. ah, tof. Ja, en dat gaat ja. nog wel even door ook uh, volgens mij, toch? Tot aan, uh, ja. tot aan Game Force. 2 oktober volgens mij, tot ja. 2 oktober. Ja, Dacht ik ja. Max. Ja, saai weekje, man. Gewoon uh, lekker werken. Ik heb wel een nieuwe mic gekocht en een GoXLard in een afkeur van Daniel. Dus ik, uh, ik hoorde al uh, een paar dagen niet meer met hem uh, praten. Hij negeert me. <laughs> maar ik moest wel invallen, dat dan weer wel. Mm -hmm. um, maar voor de rest, uh, rustig weekje. Nog steeds herstellende van mijn uh, dubbele beenbreuk. Oei. Oeh, yo. Ja. Maar je loopt al wel weer, toch? Ja, gast, ik huppel echt door de weide heen als geen ander. Nou, heerlijk. Ehm... <laughs> um, Laten we er gelijk even induiken voor, voor de verandering. Nou, weet je wat? Laten we eerst even iets luchtigs doen. Um, oh, jammer, het, ik dacht meteen drama. Nou, we komen op drama. Ja, je, je, wacht, even, wacht, even, wacht even, je kan niet dubbele beenbreuk zeggen en niet zeggen wat er gebeurt. Ja, is, dat toch? Vraag, ik ben je vraag, bij ook wel uh, af. Ja, fuck? <laughs> ik ben <tied> Oeh, professioneel merk om voetbal. En oh, ja. mijn teamgenoot die dook tegen mijn been aan. En mijn been gaf niet mee, en toen dus zei ik, knak. Oeh. Hey, dat uh, oh, was het einde van. Oh, ik voel het gewoon. Ja, dat. inderdaad. Zes schroeven en een mentale plaatrijker. En dat is ik. Acht weken geleden of zo denk ik. Dan word je dan wel je met een bakkaartje afgevoerd, uh, gok ik. Ja, dat was wel een enkeltje naar het ziekenhuis, ja. Maar dan moet je ook wel lang revalideren, neem ik aan. Uh, ja, klopt. Ja, dus of... uh, nee. Ik denk dat ik, uh, nou, ik kan nu gewoon weer goed lopen, auto rijden, traplopen, dat soort dingen. Dus ik denk, hm. ik geef me een maandje en dan uh, ga ik weer volle sprint. Wat voor mij doen niet heel snel is, uh, weer lekker over het veld heen. Lekker. Nee. Ik heb je nog een stream gedaan met uh, ziekenhuiskosten of zo uh, als donatiegoal? Zo, nou dat is een flinke donatiegol. Want ik heb uiteindelijk elf dagen in het ziekenhuis gelegen en twee keer geopereerd. Ja, oh, dat is duur. Oh. Dus uh, mijn verzekering heeft echt nul euro winst op mij gepakt. zo. lekker. <laughs> dus uh, die hebben niet zo lekker gegwappeneerd, maar het ziekenhuis daarentegen, jongens, zo. Nou, kijk, wat, wat dat betreft, van goud. hier in Europa valt het allemaal nog mee. Ik zag, uh, uh, ik vond het wel grappig. Ik zag op Reddit zag ik van de week een brief. Die dan de uh, Belgische zorgverzekering had geschreven voor iemand die op vakantie ging naar Amerika. En er stond eigenlijk soort van, het was een vrij lange tekst, maar het kwam eigenlijk hierop neer. Wat er ook gebeurt, laat deze man niet doodgaan, wij betalen. Uh, <laughs> gewoon omdat Amerika is natuurlijk al heel erg... Kan, weet je, die laten die, die, die laat je echt gewoon in de gang liggen als, jij niet, uh, als je niet verzekerd bent, ja. zeg maar. En die, ja. die brief was echt een beetje die, uh, de strekking van, joh, save this man, we cover it. Uh, en dat vond ik ergens ook wel mooi of zo, weet je. Dat Om je een zo. beetje een beeld te geven, een nachtje in een <tie> Nederlandse ziekenhuis is nog gewoon 1000 euro. Dus doe dat ja. keer 10 en uh, ja, dan zit het al op een flink bedrag. Maar er hoe kan dat uh... hoe, hoe, hoe nou echt 1000 euro zijn? Waar komen die kosten vandaan? Ik heb het niet gezien aan de service uh, nou. bent, maar, uh... ja, ik vind duizend euro nog. bedoel, uh, je moet eens nagaan wat het in Amerika kost. Ik vind 1000 euro nog wel redelijk ja. schappelijk. Ik bedoel, je moet je voorstellen, zo'n ziekenhuis, even off the top of my head. Uh, heel veel personeel natuurlijk. Hè? Dus sowieso zijn er twee mensen per, uh, per persoon, zo'n beetje. Uh, nou, dan heb je. Ah, ligt er een er beetje zijn. aan. Het was meer één nee, mee, verpleegkundige voor tien man, maar... Ja, oké, okay, goed. Maar, er maar zijn... zou het ook niet een soort van zo zijn dat je inderdaad altijd ja, echt mensen met een doktersdiploma erbij moet hebben voor als er iets misgaat, zeg maar. Die moeten altijd onkal ja. zijn. Ja, ja, dat is waar. Ja, er zijn altijd artsen, dan is die apparatuur is nog super duur. Ze hebben noodstroom, weet je Ze zijn compleet onafhankelijk van alles. Als het water uitvalt in de stad of de stroom of het gas of zo, dan kunnen ze altijd door natuurlijk. Hm. En... Ja, uh, het enige waar niet... Uh, ja. Ja. Alleen het eten, daar wordt niet echt heel veel geld aan oh uitgegeven. Oh mijn god, echt. Voor die duizend euro had je ook gewoon een nachtje in het akkoor kunnen liggen. Dus, uh... dat is wel waar. <laughs> ja, dat had ik liever gehad. Maar niet aan het zuurstof. Dat mag ik dan. Maar zo'n teken kunnen we wel regelen, denk ik. Maar over ziekenhuizen en zo gesproken, ik had hem al, ik had de titel al in beeld staan. Uh, dan inderdaad ook mijn, uh, dit wordt hoogstwaarschijnlijk, nou eigenlijk wel zeker weten, de laatste week zonder baby. Ik uh, ja, zal. Dus even ervan uitgaan dat alles goed gaat. Ik klop het maar even af, want het moet ook nog gezond geboren worden natuurlijk. Uh, maar uh, um, ja, dus uh, ik had volgens, volgens mij vorige week al verteld dat het allemaal al een beetje spannend was. Ook weer niet heel erg spannend, maar wel uh, dat we wel bij het ziekenhuis een uh, aantal keer zijn geweest. En uh, ja, nu is er eigenlijk gewoon een datum geprikt. Vanaf woensdag gaan we beginnen met uh, het hele proces. Dat betekent dan niet dat die bevalling waarschijnlijk ook woensdag gebeurt. Maar het betekent dan ergens in de... Eén tot drie dagen na woensdag moet het, uh, moet het gaan gebeuren. Wordt het ingeleid? Of, uh, dat was het leuk ja. om je gekend te hebben, Daniel? <laughs> ja. 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 Je, je hebt Geel geen tijd meer. Ja. ja, nee, dus het wordt ingeleid. Uh, dus uh, dan, uh, dan weet je wat ongeveer... Had, wat had dat in eigenlijk, had ingeleid? Want dat ingeleid? Nou, eigenlijk gegeven. gewoon dat, dat we niet gaan wachten tot het vanzelf op gang komt. Maar dat we iets eerder al, één weekje eerder dan de geplande datum uh, de baby... Uh, Gaan halen, maar dat betekent niet per se een keizersnee of zo, maar het betekent gewoon dat ze eigenlijk die bevalling op gang helpen. Ja, ja. Uh, worden de weeën aangewakkerd. Ja, ja, je krijgt een door en daardoor inderdaad krijg je weeën. Ja, uh, ja, ja. Is je, oh, nee. je wife een beetje zenuwachtig voor de bevalling? Nou, zijn, zijn mensen dat in het algemeen? Ik kan me dat wel voorstellen of zo. Nou, Ja, maar je bent dan ja. weer opgelucht en blij in principe. Ja, toch? Je kijkt ernaar uit, neem ik aan. Toch? Ja, ja. Ja, we hebben allebei wel zoiets van, laat maar komen. Alleen, uh, we hebben, zij heeft volgens mij ook wel zoiets van, poeh, uh, het wordt wel, want ze is natuurlijk al wekenlang op uh, weet je wel, dat je uitleg krijgt en zo. En uh, er is eigenlijk niemand die zegt, uh, oh joh, easy peasy en uh, maak, je, maak je geen zorgen. Ze oh, zeggen oh, allemaal uh, wel van, bombaal. dit is... Oh. Ja. Het, ja, het, ja, het schijnt gewoon nogal een ding te zijn. Uh, een bevalling. Ja, maar zit jij wel in, jouw, in die nieuwe regeling dat je zes weken vrij mag? Ja, volgens mij zelfs negen in totaal. Alleen ik heb uh, besloten om uh, na, vanaf de geboorte, zeg maar, uh, drie weken vrij te nemen. Uh, ja. Want heel eerlijk, ik heb ook natuurlijk een baan waarbij ik in principe niet echt van negen tot vijf daar hoef te zijn. Um, ik had eerst gedacht twee weken, maar toen zeiden mijn vrienden die al wel vader zijn: die zeiden, nou, doe toch maar drie. En ik moet zeggen dat ik het ergens ook wel altijd vindt om niet op de radio te zijn zeker in een maand als september waar iedereen er gewoon is weet je het is ook niet echt een vakantieperiode uh, maar goed uh, drie weken lijkt mij, uh, lijkt mij netjes en dan neem ik de rest kan je dan moet je een jaar heb je een jaar om de rest op te nemen en dan doe ik de rest in uh, in december en dan waarschijnlijk ergens in de mei vakantie weer of zo nou ja als ja maar 538 kan toch ook een dag elke week nemen of zo wat zei je, Jill je kan hem wat nemen Je kan je kan toch ook elke elke week een dag nemen dat ja. zou ook nog kunnen, maar dat is bij radio helemaal lelijk, toch? Ja, uh, weet je? Ik, ja. Het zou ja. natuurlijk stom zijn als ik dan drie dagen in de week mijn programma doe en dan één dag iemand anders. Dan kan je beter... Je moet er ook een beetje inkomen, toch? Dus het is veel lekkerder ja, 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 ja. om iemand gewoon lekker drie weken uh, ja. dat te laten doen. En dan, uh, en dan gewoon zelf weer aan de bak te gaan. Maar ja... Ja, uh, lijkt me voor je vriendin ook wel chill dat die ook gewoon een beetje ontzien is dan de, dat jij er gewoon dan bent, drie ja. weken. Ja, en ik bedoel daarna... Uh, kijk, ik werk s'avonds natuurlijk, hè, dus dat... Uh, dat scheelt ook. Dat scheelt ook alweer. Maar uh, ja, nee, ik moet jullie wel zeggen. Ik, uh, tuurlijk, ergens vind ik het ook wel spannend. Ik ben er wel redelijk relaxed onder. Maar uh, die afgelopen weken en dan uh, veel in het ziekenhuis zijn en zo, dat is wel. Uh, ja, dat is wel uh, spannend. En, uh, ja. Mijn laatste uur ook wel hoor. Wat zei je? Gewoon de laatste uren ook wel, denk ik. Ja, ik ja, dan, 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 dan we op een gegeven moment gaat beginnen. Dan, uh... Ik denk dat als we daar ja. eenmaal zijn en je weet van oké, okay, we kunnen nu niet meer terug, dan. Uh, dan <laughs> ja. Ja. ja, je kan al niet meer terug hoor. Ja, dat nee, oké, maar ik bedoel meer zo van als die bevalling eenmaal echt op gang is, dan gaat het gewoon gebeuren no matter what binnen, laten we zeggen, een dag, twee dagen. Ik heb gehoord als je meepuft, dat dat helpt. Ja, dat schijnt. Alleen ja, dat ja, het is... ja, schijnt. Ja, ja, ja. Nou, Doe eens even ja. voor. Ja. Er zijn er twee manieren. Je hebt zeg maar de, de manier. De, de, er zijn twee manieren. Ik denk dat ik voor optie twee ga. Maar optie één is. Okay, dat. dat is klein, en optie de twee de is gewoon iets meer meditatieachtig. Ik denk dat dat ja, meer. Ik ja, ik voel optie twee. Oh ja, ja, ja. twee. Ja. Ja. Ja, 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 twee was beter. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dus uh, ik voel optie twee inderdaad uh, meer. Maar ik vind hem sowieso wel mooi. dat Daniel, aan het begin van de zwangerschap was zoiets van: Ja, jongens, gewoon nog dat in de laatste uurtjes van de nacht op Discord. We gaan hem chillen. Gaat niks veranderen, komt allemaal wel goed. En dat gedurende die zwangerschap <laughs> een beetje. Steeds iets vroeger naar bed toe, steeds iets minder daar. En toch iets. Oh ja, jongens, het is toch wel Wat een dingetje dit. Ja, oké, okay, maar ja, goed. Als je om uh, acht uur ochtends, half negen ochtends in het ziekenhuis moet zijn. De, 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 ziekenhuizen maken altijd afspraken op belachelijke tijden. Ja, uh, dus. Uh, maar... Ja, dan, uh, dan ja. moet je. Maar goed, maar het lijkt me wel chill dat je een beetje weet op welke dag het in elk geval gaat gebeuren. Want normaal, als je het gewoon af moet wachten, dan kan het ook midden in de nacht en zo. Nu weet je gewoon, die ochtend gaan we erheen. En dan het lijkt me wel ergens relaxed. Ja, ja het nee, dat, het, dat nog steeds van tevoren gebeurd, toch? Ja, het zou in theorie, yeah. zeg maar, ook nog de yeah. komende drie dagen kunnen, twee dagen kunnen gebeuren. Um, maar ik, ja, nou ja, goed, zeg Meestal nooit. nooit. Dan dat niet voor niks, ja. Nee, en er komt ook bij dat. Over het algemeen, statistisch gezien, je eerste kind komt eigenlijk altijd wat aan de late kant. Hm. Um, ja. Dus, dus ja. Een hey, jongetje. En dan uh, zal, ik je, zal ik jullie uh, via. Ik denk dat ik gewoon in eerste instantie. Uh, dat ik niet alles ga bijwerken. Maar een insta postje uh, kan je wel verwachten. als het allemaal. Uh, als ja, het allemaal nee. gedaan is. Dus kunnen jullie daar. Nou, maar als het niet lukt. dan zal ook niemand je dat kwalijk nemen hoor. Want uh, je hebt daar best wel een goed excuus voor om er even ja. niet te zijn. Nee, zeker. Dus ik denk nee, inderdaad. Ik wil, zo... gewoon, ik wil dat Daniel gewoon op Discord komt. Ja, dan ja. ja, ja. ja, ja. 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 op Instagram. Nou, hoe moeilijk kan het zijn? Als Daniel ontstaat wordt, dan moet hij gewoon het huilen van die baby livestreamen. Dan zijn we allemaal zo uh, ja. rustig genoeg. Ja, we gaan, we gaan het wel zien. Suus kwam Twee, wel ja. gisteren met, uh, met de suggestie <laughs> van als ze weer helemaal een beetje bijgekomen is. en, het is allemaal, uh, en de, de rust is hier weer uh, teruggekeerd in huis. dan uh, gaan we een keer samen op stream uh, vertellen hoe het allemaal uh, gegaan is. Ja, dat is leuk. Um, Nice. Dat vond zij ook wel leuk. Dus uh, nou ja, dat. Dus ik zal het er niet meer te lang over hebben. Maar weet dus in ieder geval dat als ik in één keer van de radar verdwijn, dan is dat gaande. En waarschijnlijk inderdaad, dus zondag sowieso geen talkshow. En waarschijnlijk de komende twee weken dan niet. En dan uh, aan het einde van mijn derde week verlof kunnen we dan altijd wel weer kijken. van... Uh, nou, die zondag voordat ik weer op de radio ga, dan is het misschien een mooi moment om, ook weer, uh, om er ook weer te zijn. Ik um, heb trouwens nog een aankondiging. Oh. Uh, vanaf volgende week zondag ga ik uh, een talkshow doen. Mm, 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 mm. Ik dacht wel even dat je ging aankondigen dat je voor de dinsdag zwanger was. Nee nee nee, 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 nee. nee. voelde ik ook wel <laughs> een beetje. Ja. Een met kipsoep. Dus. Uh, ja, nee, dus, uh, nou ja, goed. We gaan het allemaal meemaken in ieder geval. En uh, ik heb er wel zin in. Goed, dan even eerst de serieuze dingen van deze week. Uh, er is een groot drama in de schaakwereld. Ik weet niet of jullie dit gezien hebben. Ja. Um, ja. Maar dit, um, dit gaat over uh, wereldkampioen Magnus Carlsen. En die deed mee aan een toernooi van uh, chess.com. Of uh, even kijken, de, de St. Louis Chess Club. En um, hij speelde tegen een, een jonge speler. Uh, die ook grandmaster is. Dus dan ben je een goede schaker. Maar Magnus Carlsen die verloor. En toen plaatste hij deze tweet. I've withdrawn from the tournament. Uh, uh, I've always enjoyed playing in the STL Chess Club and hope to be back in the future. And dan zet hij er heel cryptisch dit filmpje onder van uh, José Jose Mourinho en die zegt. <laughs> uh. I prefer really not to, not to speak. If I speak, I am in in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Ja, if I speak, I'm in yeah. big trouble. En iedereen uh, kon eigenlijk vanzelf wel een beetje de uh, conclusie leggen... van hij beschuldigt zijn tegenstander van cheaten. Oh. Hoe kan je cheaten in schaken? Uh, nou... Dat was de vraag. <laughs> nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Je hebt computers. Kijk, uiteindelijk schaken is gewoon een... Uh, de, computer oh, is er, de computer is er altijd het beste in natuurlijk. Dus als op de een of andere manier iemand... Informatie door kan krijgen van een schaakcomputer, ja, die mm. wint het zelfs ja. van de beste schaker natuurlijk. Um, <laughs> ging er ging inderdaad gerucht dat hij een soort Morse via zijn schoen binnenkreeg en daarmee. Uh, <laughs> oh. Er zijn dus ook wel eerder gevallen geweest waar schaakmeesters gepakt waren op wc's en dat ze dan dus gewoon ja, ja, wat de tegenstander speelt gewoon zelf invullen tegen een AI. En dan wat de AI speelt, speel jij weer als zetten. Dus ik oh, ben even plassen en dan even gauw op je telefoon een potje invullen. En dan wow. kijken wat eruit uitrolt. Ja, dat is wat ik vind leuk. Ze dus, dachten dus dat hij een schaakcomputer... ergens op zijn lichaam had. En dan inderdaad met een zendertje in je schoen... Mm. dan geeft hij een aantal tikjes. Want je hebt dus borden, zeg, vakjes op een schaakbord... en dan een aantal tikjes is dan welke set je moet doen. Ja, wow. Oké. Okay. Ja. Maar dat is nog niet bewezen... Nee, dat kan ook niet echt meer bewezen worden, denk ik. Ja, de nou, school wordt ondervraagd momenteel. Nee, maar ze hebben hem serieus. <laughs> uh... staat ook nee, klaar maar bij de schormer. Ze hebben hem wel, uh, wel. Die gozer, die, die jonge gast, die Hans Nieman... die dus uh, ervan beschuldigd wordt. Uh, die hebben ze volgens mij wel gefouilleerd. Um, ik weet niet of ze dat meteen na die pot hebben gedaan. Maar hij zei ook van ik wil gewoon doorspelen. En ik wil. Uh, je mag mij helemaal fouilleren. Je mag mij helemaal controleren. Um, en hij zegt dat hij niet cheat. Uh, dat hij dus gewoon slim is geweest. Dat hij een beetje van tevoren een beetje wist. Uh, uh, ja, wat er aan zat te komen. Hij, had gewoon, hij zegt: Ik had me gewoon heel goed voorbereid op Magnus. En ik wist wat hij ging doen. En dus kon ik hem verslaan. Um, maar nou heeft Chess.com, een van de grootste schaaksites. Heeft die uh, jonge guy geband. En die zeggen nu in één keer: Ja, want hij heeft in het verleden gecheat. En dat heeft hij ook toegegeven. Ehm. Um, ja, hij heeft ook gezegd: van ja, ik heb, toen ik heel jong was, toen ik 16 was, heb ik wel eens online schaken, heb ik wel eens gecheat. Uh, en dat is kut, maar ik was nu niet aan het cheaten. Uh, ja, ik kan je wel een klein filmpje laten zien van hoe hij zich uh, verdedigt. Uh, dat ziet er zo uit. Nu heeft Chester decided to om op Magnus' uh, insinuations, Hikaru's heel directe accusations, nu zien ze de kans, oké, we gaan gewoon van this. i believe that this is completely unfair this is a targeted attack and if you look at my games this is not it's, it has nothing to do with my games so why do you specifically why do you why does the ceo trust uh, come to me and say we're looking forward to having the global trust championship we're looking forward To you playing on our event. En then, right when I beat Magnus, they decide to remove my account en not let me play in the tournament. This is absolutely ridiculous. En they've only done this because of what Magnus is had, watchar said, en that the entire social media and chess world is completely attacking me. Ja, dus uh, nou, zo gaat het nog even door uit hele verklaring. Ik het net zeggen, deze man praat echt als exclusie. Ja, je weet ze het ook al, ja, Voor de mensen die het niet Exclusive weten, hikaru is trouwens is een, ook een grandmaster, een hele goede schaker. <coughs> en die streamt ook op Twitch. Uh, is ook een grote Twitch streamer. Uh, dus vandaar dat veel van, dit, uh, van de, de discussie zich ook op uh, Twitch heeft afgespeeld. Uh, maar wat denken jullie? Heeft die, uh, heeft die guy gecheat? Uh, of uh, is hij gewoon... Ja, is het wat hij zegt? Hij zegt van ja, luister, het is alleen maar omdat ik Magnus Carlsen uh, de, heb verslagen... dat ze nu in, in, nu in één keer dat cheat uit het verleden erbij pakken. Terwijl ja, toen was ik 16. Maar hoe oud is hij uh, nu? Uh, uh, sorry? Uh, oh, oh, sorry? Hoe oud is hij nu? Hij is nu 19. Ja, oké, okay, dat ja, vind ik het een beetje... Ons, mag, volgens mij waren mensen ja. vooral gewoon heel sussen omdat hij tot recent nog niet heel goed was. Hij is uit het niets in één keer echt heel, heel, heel stuk ja. beter geworden of zo. Ja, dat was ja, Maar Over het ja, algemeen hoe, zie je niet echt zo'n zo curve in je schaakkwaliteit ja. in één keer zo, pad. Dat uh, is een groei geweest, ja. En ja, iedereen ja, heeft ja. toch een beetje al het idee dat Magnus is king. Ik bedoel, die, die guy is echt al, sinds ik uh, van schaken weet ongeveer, is hij al nummer één ongeveer. Uh, die was toch wel dus ik... echt wel een Grandmaster toen hij tien was of zo. Ja, ja. ja, mensen zijn toch ook misschien ook wel zeker. Mogen er een keer iemand beter zijn, zullen mensen sowieso altijd een beetje in denial zijn. En zoiets hebben van: nee, nee, kan niet, kan niet. Maar ik vind het ergens wel zwak dat ze hem accuseren zonder bewijs of zo. En ja, het feit dat hij een keer als hij 16 is of zo gecheat heeft, is natuurlijk geen bewijs dat hij dat nu wel gedaan ja. heeft. Ja, en ik vind. Ja. Maar wat vind je, want ik vind persoonlijk dat. Uh, cheaten is altijd zwak. En dat moet je ook niet doen. Maar. Ik vind het wel wat anders dat iemand online in het verleden wel eens gecheat heeft. Ik bedoel, uh, heel eerlijk, ik durf inmiddels ook wel toe te geven, toen ik uh, 16 was bij Call of Duty 1, toen heb ik ook een keer met een maat uh, uh, wel op zijn pc een eenbod geïnstalleerd <laughs> om gewoon te kijken. Oh, oh, oh. Om gewoon te kijken, wat, wat doet dat? Um, en en toen, in, in, nou in die tijd was het echt nog. Tegenwoordig is het volgens mij heel anders. Maar in die tijd was het echt nog zo dat ding ging gewoon rondjes draaien. En dan ja, de de, hij ging spinnen. Spinbol. En dan, ja. gewoon, en dan pap, 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 maakte hij alleen maar headshots in Call of Duty 1. Ik heb uh, totaal geen fact ben van 6000 dagen geleden op mijn Steam profiel. Nice. Nee. Het is wel opvallend ja. dat hij Magnus voor het laatst vier jaar geleden heeft gewonnen. En dat die guy recentelijker dan dat nog het laatste keer heeft gecheat. Dat is natuurlijk ook wel een dingetje. <laughs> Mensen doen nu een beetje. Verloren zo van, bedoel oh, je Magnus verloren? Magnus verloren en die ja. guy gecheat. Ja, je zegt. <laughs> uh, ja. Mensen nou ja, doen een beetje was... of drie jaar geleden. alsof dat een eeuwigheid is. Ik vind dat een beetje. Ja. Als je Kijk, naar die zonder die bewijs video's... is het natuurlijk heel moeilijk om hard te maken. Maar aan de andere kant, inderdaad, als je in één keer zo. pats, uh, de beste schaker ter wereld kan verslaan. is dat natuurlijk wel een beetje ja. sus. Ja. ja, en ik denk ook wel dat als je, als je iemand bent als, uh, als hem. dat je wel gewoon. je, je, je merkt wel wanneer iemand jou fair en square. Afmaakt. En wanneer je zoiets hebt van dit, dit had je eigenlijk. dit bijna onmogelijk dat je dit. maar had, had hij kunnen dan niet veel eerder. Kunnen uh, ontdekt kunnen worden op cheat of zo dan of niet? Ja, ik weet niet hoe dat in die wereld gaat natuurlijk, maar... Kijk, online kunnen ze het heel makkelijk zien, uh, want daar hebben ze algoritmes voor en zo. en dan, dan is dat vrij duidelijk. Uh, alleen, ja, wat, wat we net al zeiden, het is veel moeilijker om achter een, een schaakbord te cheaten dan. Uh, dan daadwerkelijk dan gewoon online. Ja. Maar die man die verslagen is, die had toch in dat interview gezegd van uh, ik mag niet praten of zo, dan heb ik een probleem. Zoiets hij. Ja, dat was hij niet zelf, maar dat was een, een, gewoon een, een quote van een bekende voetbaltrainer, maar hij zegt van ja, if I talk, gewoon uh, ja. heel hard eigenlijk. De insinuatie daar is dat als je hem zo openlijk beschuldigt van, van cheaten, recht, recht voor zijn ja, recht, ja, ja, dat ja. je daar gewoon shit mee over je heen krijgt. Klopt. Maar dat zijn ze nu aan het onderzoeken in principe dan? En ja. Het. En wanneer. Ja, wat Daniel al zei, wat valt, valt er echt nog te onderzoeken als een potje al ja. geweest? Je kan, je kan de stappen invullen en dan in het kijken of het iets is wat de computer precies zo zou uitpoepen. Ja. Uh, maar ja, zelfs als dat zo is kun je ook nog zeggen: ah, dat is toevallig of zo. Ja. Is het maar gewoon een goede kom, strategie, op, ja. hè? Dat, is, uh, dat zou ik ook gedaan. Ik ben slim, ik ben een goede <laughs> schaker. <laughs> ik heb mijn scans verslagen. Toen dit doe ik wat die computer doet. Maar ja, kijk, en je weet ook niet, hè, zelfs als ze hem wel na die pot helemaal hebben gestript en met de metaaldetector en weet ik veel wat allemaal. Het kan natuurlijk ook nog zoiets doms zijn als iemand in het publiek die gewoon met, uh, met een lampje zit te zijn of een, ja. weet je wel, gewoon ja. uh, die, die dat voor jou doet. Ja. Ja, ja maar hoe je die op gaat in zijn. die video, dat, dat, dat vind ik wel pijnlijk ja. nerveus, zeg ja, maar. maar. Schaken ja. zijn altijd een beetje. Ja, dat, 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 dat durf ik niet uh, over te oordelen, dat ken ik niet, maar <laughs> Nee, maar dat het is wel schaak schaakmanier, hij, weet je, de schaakcultuur. <laughs> Guy. De hele cult ook gewoon. Ja, ik heb nog één vraag. Hè? Als we het even naar gaming trekken. Want uh, Kip die vertelde net over zo'n factban. Uh, ja. Denken jullie zeg maar... eens een cheater, altijd een cheater? Of... Uh, nou ja, doe jij nog één bots? Nee. Ik moet je ook heel eerlijk zeggen. Wat ik zeg, we hebben het hier over... meer dan 15 jaar geleden, als het niet 20 is. En... Wij hebben dat toen één keer. We wilden het gewoon zien. Want we hoorden dat het bestond. En in die tijd was het ook allemaal nog niet. Bestond weg en zo allemaal nog niet. En toen hebben we het één keer gezien. En toen dachten we: Nou. Dit is niet echt leuk, uh, toch? Want ja, je ziet letterlijk. Oké, okay, headshot na headshot. Iedereen, in die tijd was het ook nog. Kijk, tegenwoordig is cheaten natuurlijk veel subtieler geworden. Dus je kan eigenlijk heel moeilijk zien. Weet je, je hebt spectator mode, al dat soort dingen. Dat had je toen allemaal niet. Het was gewoon: je ging een server in. Iedereen was dood. Haha, uh, leuk. En dan was het weer klaar. Ja, en ik had vrij snel zoiets van. Uh, het is helemaal niet tof. Uh, en ik vind het eigenlijk nog steeds niet tof. Want ik vind ook dat als je competitieve games speelt... Ja, dan wil je het gevoel hebben dat iedereen uh, eerlijk, uh, eerlijk speelt. Dus ik vind het ook heel goed dat we tegenwoordig moderne anti-cheat hebben. Maar ja, je kan nog steeds best wel ja. makkelijk cheaten. Maar dan moet je gewoon een uh, word.exe op je plan, uh, PC neerzetten in competitive gaming... en dan wordt je nooit gesnapt. Het hangt heel erg van je uh. intentie af, toch? Als jij op het hoogste niveau ja. probeert te winnen... omdat je het zelf niet kan halen of om op een bepaalde prijs binnen te slepen dat dat echt wel gewoon in je karakter zit en als jij het inderdaad zoals Daniel gewoon doet om te kijken wat het is en voor de lol en daar leidt echt in principe niemand onder dan is dat heel anders dan dat jij op een heel groot uh, schaaktoernooi yes. of op een grote Call of Duty game voor een ton uh, gaat cheaten ja dat ja daar ben ik het echt mee eens ja yeah. Maar zou het ook niet dat hij 16 was dat hij dan op chess.com heeft gecheat? Ja, ik kan me ook best wel voorstellen dat hij gewoon denkt van ik wil mijn rating een beetje opkrikken, zodat ik een andere toernooien mee kan doen. Of zo. Weet je wel, dat dat zoiets is. Dat is dan toch meteen weer gewoon dat verneinigen. Dat je het doet om hoger op te komen. En echt ten koste van anderen. Terwijl als ja, je het dat gewoon een keer is, hoor, maar... een beetje aanzet om te kijken van hé, hey, hoe werkt dit nou? Hoe zit het nou? Uh, gewoon uit een soort nieuwsgierigheid of zo. Ja. Uh, dan zou ik zeker niet zeggen, eens een cheater, altijd een cheater. Maar wanneer je het echt voor wat voor competitie dan ook gaat uh, proberen... omdat je gewoon het niet goed genoeg bent, dan, uh, dan absoluut wel. Ja, en om ja. je rating op te krikken vind ik ook een beetje een slap excuus. Ik denk, ja, als je hoog uh, gerate moet zijn, dan... Uh... Dan kom je er vanzelf wel, toch? En het was, het was, het was ja, het iets specifieker. Het. Hij wilde gewoon graag zeg maar, tegen betere spelers. Dus hij, hij wilde niet zeg maar, hij permanent dat... een hogere ja. rating. Hij wilde gewoon tijdelijk even een hogere rating. Een soort, soort anti-smurf. Waar mensen normaal een nieuw account maken. <laughs> zodat je zeg maar, iedere ieder keer wint. Hij wilde ja. juist vaker verliezen. Want dan leer je De meer. Of zo. Waarschijnlijk, waarschijnlijk is dat een <laughs> beetje zijn... Dat was in ieder geval zijn excuus. Om ja, tijdelijk dat... een hogere rating te hebben. Om dus tegen betere spelers te kunnen spelen. Ja, ik denk wel echt dat, dat Magnus in elk geval denkt dat hij wel echt gecheat heeft. Want ik heb ook die documentaire toegekeken uh, over hem. Want er is een documentaire over hem. En het is wel een apart figuur. Dus ik denk wel echt dat hij, hij zeker denkt te weten dat hij uh, is bedrogen, om het zo te zeggen. Maar goed, ja. ja. Maar aan de andere kant, als je op zo'n niveau uh, staat. dan op een gegeven moment kan je ook niet meer geloven van ja, maar hoezo kan iemand mij verslaan? Weet je, dat kan ook ja, natuurlijk. Precies, ja. Maar, ja. Ik, ik weet niet of dat een, een eerlijk statement is. Ik denk dat het vooral is dat je op een gegeven moment gewoon echt wel door hebt of iemand jou fair en square verslaat. En dat jij echt gewoon iets over het hoofd hebt gezien of dat er meer speelt. Was die man niet gewoon een hele slechte verliezer? Ja, dat oh. is, denk ik wel. <laughs> het een... dat zou ook nog kunnen. Spannender dan GTS, denk ik. ik. Ik denk niet dat je op zo'n niveau meteen uit een heel toernooi is. Uh, uit een heel toernooi stapt daarvoor. Nou, dat denk ik wel eigenlijk. Ik denk dat hij er toen in staat zou zijn. Als je kijkt ja, hoe hij is, zeg maar, dan, dan kan je dat je wel voorstellen. Het is echt, hij leeft echt naar zoiets toe en hij staat nu zo lang aan de top. En als hij er nu, ja, hij neemt dat denk ik heel persoonlijk als hij dat dan ineens niet meer is. Dus ja. ja zou kunnen. Ja. Nou, ik weet niet of er nog meer bewijs uh, naar buiten gaat komen. Maar voor nu is het een beetje een soort uh, he said, she said. Uh... Maar aan de andere kant, misschien heeft hij al heel lang die gast in de gaten gehouden. Want het lijkt me een beetje raar dat je één keer een partij tegen hem. Ik weet niet of ze vaak tegen elkaar geschaakt hebben of niet. Maar. Dat hmm. is het maar niet. Jawel, volgens mij te... een soort oefenpotje. Uh, dat hij dan uh, geld voor het goede doel had ingelegd. om een keer tegen de ma een Magnus te mogen schaken. Want het lijkt me toch wel raar als je na één potje zegt meteen. En hij is een honderd 100% zeker. In plaats van dat je een paar keer... Ja. tegenspeelt en dan echt gaan zeggen ja oké okay, hier klopt echt niks van ja nou ja, we gaan we nemen zullen aan. het niet weten nog nog niet nee ja en de vraag is ook even wat, wat gaan al die, die platformen doen en zo goed dan veel drama deze week um, heel veel mensen oh. zijn boos oh. omdat ah het is klein drama dit uh, omdat oh, ja. uh, host mode gaat verdwijnen dus uh, uh, je kan straks geen kanalen meer hosten ik ben blij Uiteindelijk goed. is het gewoon verwarrend. Denk voor nieuwe, beginnende streamers, die halen raids en hosten door elkaar, terwijl het bijna ongeveer deel zelden is. Uh, raids blijven gewoon bestaan. Is het uh, echt dus zo erg dat je meer uh, uit je, van je eigen kanaal afhaalt, ja, haalt zeg maar, als iemand je host? Ik heb niet het echte idee dat de hosten. Ik denk dat de raiden veel beter werkt dan hosten, toch? Ja. Nee, bij hosten ga je zeg maar automatisch mee, toch? En bij een raid moet je actief meedoen. Dus als mensen, zeg maar, overleden zijn en hun laptop zit ergens in de hoek nog te draaien, dan krijg je die mee. Maar ja, extra actieve chatters krijg je niet als je iemand host. Nee, want dat is een beetje het ding. De chat blijft nog bij het oude kanaal, zeg maar. Volgens met mij. Een host, ah, ja, ja. ja, met een host. Oh, en je moet dan nog steeds nog expres of zelf nog op dat kanaal klikken dan weer. Ah, uh, dat, ja. dat balkje zit natuurlijk van. Ja, nou, we Echt? horen dus al. Het is dus inderdaad verboden, want ik zie het hier. In de <laughs> ook <op> de <laughs> ja. Ja, nou, maar dat zag ik wel heel vaak als ik iemand hostte, zag ik vervolgens in mijn eigen chat allemaal emotes spam en zo en, en weet wel wat. Ik denk, nee jongens, andere kant op. Oh, ik heb zo vaak moment... gehad dat ik zelf uh, vroeger iemand hostte. En dan dat ik bij de, gewoon de stream zelf aan het kijken was. En dan in mijn eigen chat aan het praten was. En dacht, waarom ja, nee. reageren ze niet? Zo Ik heb nee, het tegenovergesteld, dus ook wel eens gehad, dat ik allemaal een command aan het testen was en dat iemand op een gegeven moment tegen mij terugpraatte van, hey, je zit in mijn chat. En dat ik het <laughs> <laughs> Dat is ja. niet ja. voor jou, ja. Ja, dat is echt wat voor mij. Dat Heb ik wel nog best wel ja, vaak Als iemand raid inderdaad, en dan uh, zijn ze gewoon een dag later nog live, met een subathon is of zo. Dan vergeet ik inderdaad in mijn OBS die chat inderdaad nog steeds die streams chat is. En dan ja. ben ik er ook gewoon doodleuk. Probeer ik daar uh, mensen te bannen en hun dingen in te trekken. <laughs> en dat lukt dan ook nog, want je bent bij iedereen mod. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar waarom, zijn, waarom zijn mensen hier zo boos om dan? Nou, ja. het is met name een beetje drama ja, op, op Reddit en op Twitter ook vooral. Uh, oh, en, en ik denk dat een deel van de mensen niet helemaal begrepen heeft... dat Raiden wel blijft bestaan. Maar ik denk dat ook... Uh, de, er waren wel een paar valid arguments. En dat is dat um, hosten werkt ook als je offline bent. Dus zeg maar, ik zou bijvoorbeeld... Terwijl ik ja, offline ben, kan ik iemand hosten. En als je dan op mijn kanaal komt... Dan zie je bijvoorbeeld kippensoepje. Dus jij komt om twee uur middags op mijn kanaal terwijl ik helemaal niet live ben. En dan zie je daar kippensoepje. En dan kan je iemand in de etalage mijn... ah, dat zetten. Dat kan je ook met Rader doen hoor. Voor uh, mij kun je gewoon raiden als je offline bent? Nee, nee, nee want nee. als je raid. Nee. Nee, nee. staat er probeert. automatisch dus een, een, een host aan, in feite. Ja, klopt. Oh, maar maar dan wordt er met die nieuwe functie gewoon gefixeld. Je kan ja, sowieso nog dat... steeds offline mensen naar een ander kanaal sturen. Dus het probleem van niks mm, te heen dan toch? Maar dan moet je wel mensen hebben die daar dan zijn. Ik weet niet of dat, hoe dat. Ja, maar dat geldt voor ja, host ook, toch? Weet je wat? Ik ga het was wel makkelijk als iemand. als je bijvoorbeeld je gaat bij een kanaal live. en dan zeg je van een uur van tevoren: ik doe een host aan. Dan, dan is dat gemakkelijk. Ja, maar bij zo'n ik... raid moet je inderdaad gewoon live zijn. Want als je dan de naam invult, dan zie je alleen zeg maar, de groene balk of de groene lampjes met de naam ervoor van wie er dan live zijn. Zeg maar. Dat is dan een nadeel. Dat je dan Ja, ja je, je mag ja, raden ja, als je ja, offline bent. Maar, maar ja, aan de andere kant. Ik bedoel, steef voor, iemand wil graag Daniel kijken. Hij ziet, oh, hij oost mij. Dan denkt hij niet. Oh, nou, ik ga maar naar kippensoepje toe, want Daniel zal toch niet. En nou ja, het idee is dus dat, dat sommige mensen dat wel doen en daarom. Ja. Nou ja, ja zoals ik. Was, ik was vrijdag dan bij WordChild en ik moest op hun kanaal streamen. En ik dacht wel van ja, nu kan ik nog met op mijn eigen kanaal dat hosten. Maar anders is het eigenlijk wel raar dat ik niet ook mijn eigen kanaal dat kan laten zien. Dat vond ik wel. Dat ik dacht, ja, daar is het handig voor. Maar verder snap ik ook wel waarom het weggaat, eigenlijk. Ja, want dat komt vast niet vaak voor. Verder Ik we het echt nooit, hosten. Ja, ik heb zo'n auto-hostlijst met dat team waar ik in zit. En dan heb ik zoiets van: ah, ja, dan. dan... Ja. Kijk, het is natuurlijk wel nice als, je, als jij een wat grotere streamer bent. En je hebt een aantal kleinere streamers die je zelf leuk vindt. Dat je die dan een soort van kan supporten. Doordat als mensen naar jouw kanaal gaan en jij bent er niet. Dat die dan op die manier toch wat meer uh, ja, publiek krijgen, eigenlijk. Maar ja. Volgens mij is de reden dat ze het wegdoen dan inderdaad omdat mensen dan vervolgens niet snappen dat ze dan naar iemand anders zitten te kijken. En maar het is ook heel chatten. verwarrend wat dat betreft hoor, als je het vanuit een, een, een UX-perspectief bekijkt. De, je hebt een chat, je hebt een video, je reageert op die video en je krijgt daar uiteindelijk niks op terug. En dat is gewoon een hele nare ervaring. Ja, en volgens mij is het ook zo, dat, 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 dat ben ik met je eens, maar het is volgens mij ook zo dat die auto-host uh, gaat verdwijnen. Maar ja. komt er komt wel iets voor in de plaats namelijk suggested channels ofzo. Dus je kan wel je vrienden alsnog zeg maar marken en dan komt er wel onder jouw kanaal komt wel, komen wel de suggested channels te staan die jij dan uh, die heb je nu nee al. al he, dat is eigenlijk optie. nog beter, joh. Wat zeg je? Die zijn eigenlijk ja, beter, ja. Dat is eigenlijk nog beter. Dat je Inderdaad, gewoon meerdere mensen kan zeggen van nou. Die vind ik te leuk. Ja. Dat heb je dus, dus ook wel. Streamers, willen jullie nog een ja. zou Dat van mij. Uh, tientje PayPal. Ja, ik ja. zeg <laughs> ja. erbij. Om een PayPal te <laughs> Um, even kijken hoor. We hebben allemaal veel Twitch-nieuws. Maar laten we ook even iets doen wat er helemaal niks mee te maken heeft. Um, mag je plassen? Wat zei, je mag altijd plassen. Als het moet, dan moet je gewoon gaan. <laughs> dan moet je gewoon ja. gaan. Ja. Uh, ja. Nee! <laughs> Ik verbied de -ketting niks. De kralenketting straks terug. Ja, de kralenketting, gang. ja. Er is een mooie filter aangezet, trouwens, Max, of niet? Ja, Max Was is in een keer helemaal blauw-paars geworden. Waarschijnlijk omdat hij OBS Ik heeft opgestart of zo. Oh, dat heb je OBS, ja. Oh. Ik zie het ja, maar OBS is afgesloten. Nou ja, dus goed. Fix jij dat even? Laten we het even. Want er zijn ook gewoon mensen die luisteren dit terug als podcast. Die denken: wat willen ja, ja, jullie ja, allemaal? Praat ja, ja. gewoon. Praat ja. gewoon. Ja. Um, en die, die, we hadden het vorige week al heel even over. Um, zeg maar. Transitioneren van het ene naar het andere geslacht. Um, er komt, of tenminste, er is. Uh, misschien binnenkort een nieuwe transgenderwet. Daar moet nog over gestemd worden. En nu. Heeft een, een bepaalde groepering heeft posters opgehangen door, uh, door verschillende steden? Waarin ze eigenlijk zeggen: die transgenderwet die moet er niet komen. Um, en um, ja, die posters die zijn nu beklad. En dat is, uh, nou ja, best heftig nieuws. Ga je heel even uh, verfrissen wat die wet inderdaad precies ja, ging doen? Precies. Want voor mij deden mensen alsof het uh, trans mensen... een universeel, ultra recht geeft om alles en iedereen te vernietigen. Maar voor mij was het super genuanceerd... en hielp het alleen maar met bepaalde behandelingen... dat je denkt, ja, top. Nou, dus uh, je, het, het uh, op zich, er valt wel over te discussiëren. Ik denk ook zonder, weet je wel... want ik denk dat we allemaal natuurlijk uh, ervoor zijn... dat iedereen, weet je wel, zichzelf moet kunnen zijn en zo. Um, maar hier, als je bij de NOS kijkt... Wat houdt de vereenvoudiging van de transgenderwet in? Uh, als de wetswijziging wordt aangenomen, is er geen verklaring meer nodig van een deskundige om in de geboorteakte het geslacht aan te passen. Daarmee wijzigt ook het paspoort. De wijziging staat los van eventuele behandelingen die iemand heeft gehad of krijgt. Een derde of vierde wijziging moet bovendien via de rechtbank worden geregeld. Um, ook kinderen jonger dan 16 jaar kunnen hun geslachtsregistratie aanpassen onder de nieuwe wet. Dat moet dan wel via de rechtbank. De huidige leeftijdsgrens vervalt. Um, omdat sommige ouders aangaven dat hun kinderen al voor hun zestiende jaar met een ander gender dan het uh, geboortegeslacht door het leven willen gaan. Dus... Ja, Nederland is kapot je hoor. Dit is, dit is ja. het verschrikkelijkste wat had kunnen gebeuren. Nee, boeien. Dit is toch uh, prima. Ik snap niet nou, waarom mensen hier helemaal de moeite doen meer bij posters op te hangen. Nou, waar het zo om gaat, want ik heb hun site ook even bekeken, die wil ik dan niet per se in beeld laten zien, want uh, dat kan je zelf wel vinden. Um, en ik weet ook niet of die informatie allemaal waar is. Dus ik vertrouw dan toch liever de NOS hierin. Maar waar het op neerkomt is dat zij vinden dat een belangrijke stap eruit gesneden wordt. En dat is dat je nu nog, um, moet je dus een verklaring van een arts of psycholoog hebben om je geslacht aan te mogen passen. En dat hoeft straks niet meer. Straks kun je het eigenlijk gewoon op het moment dat jij denkt, nou, ik heb besloten dat, dan kun je je geslacht aanpassen. Volgens mij doen ze dat alsnog niet zomaar hoor. Volgens mij. Nou, de, als die wet, die wet dus wordt aangenomen, dan wel. Ja, maar ik denk nou. niet dat een dokter dan of een chirurg dan gewoon zegt van... Oké, okay, nee, maar ja, dit, dit is echt administratief. Het. Ja, ik heb het gevoel dat het dan alsnog gewoon... dat zo'n dokter zegt van... of wat dan ook van... Yo, prima, uh, dus maar, maar ga eerst naar een psycholoog, psychiater. Ja, maar uh, die stap, als die wet wordt aangenomen... wordt dat er dus tussenuit gesneden. Dus hoef je niet meer eerst naar een dokter of psychiater. Is het gewoon, luister, jij wil dit. Dan moet je alleen naar de rechtbank. Zeg je, ik wil graag mijn geslacht veranderen. En dan zeggen ze, is goed. Nou, zegt de rechtbank misschien ja, dus gewoon wel, van... Ja, nee, zo lees dat ik dat niet, hoor. Zo uh, lees ik dat niet. Volgens ja, mij gaat het, het dit echt zo. over, over het, het officieel laten wijzigen in je paspoort. Dus echt puur administratief. Het yeah. heeft niks met de procedure te maken verder. Nee, 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 nee maar dat bedoel, dat, bedoel ik, dat bedoel ik. Dus het, we hebben het hier puur. Uh, kijk, uh, op het moment dat jij daadwerkelijk uh, wil gaan transitioneren, dus je wil hormonen krijgen, et cetera, dan moet je sowieso met een arts in gesprek. Dat vervalt niet. Ja. Maar het gaat meer op het moment dat jij die M of die V in jouw paspoort wil laten aanpassen dan heb je daar geen medische verklaring meer voor nodig. Dat mag je nee, gewoon precies. op gevoel doen. En daarvan zeggen deze, uh, zeggen de, de tegenstanders, zeggen dus van joh, uh, luister, eh, en nu ik probeer even voor hun te spreken, hè? dit is niet mijn mening, maar zij zeggen van ja, luister, uh, we, vinden, we zijn op zich niet tegen transitioneren, maar we willen wel, nou we vinden het niet oké okay als mensen zomaar gewoon die M of die V in hun paspoort kunnen laten aanpassen als zij dat voelen de pijn en de gevoelens of zo. Ja, ik snap, snap het echt niet. Het wel. Nee, ergens snap ik het ook puur wel. Ik, niet tegen transgenders echt. Iedereen mag zijn wie die mag zijn. Maar het wordt op een gegeven moment zo lastig denk ik voor doktoren en mensen uh, huisartsen en dat soort dingen. Als jij komt als uh, meneer, maar je bent in feitelijk nog vrouw, ja. is dat heel lastig voor hun om papier te zetten. Oké, okay, meneer heeft last van ongesteldheidsklachten. Uh, heeft misschien wel. Uh, we moeten onderzoeken doen, of wat ook. En dan gaat hij dan weer naar het ziekenhuis, krijg je ook weer meneer. En dit is papierwerk op, op uh, basis. Wanneer heb jij voor het laatst je paspoort, paspoort, paspoort meegenomen naar de dokter? Nee, nee, nee. nee maar het ook, gaat meer van hoe je jezelf ja. wil aangespreken worden en zo. Dat wordt voor ja. doktoren. Ja, maar, maar, zegt, maar dat kan ook al voordat je die. Ik denk dat heel veel mensen die in transitie zijn. Uh, al zonder dat paspoortstukje al graag als mevrouw worden aangesproken. Ja. als je een transvrouw bent, zelfs al staat er nog man in je paspoort. Ja. dus Het zijn twee losse werelden, denk ik, in principe. En ja, dat zijn ook zijn dingen die, ja. die in je medisch dossier staan, natuurlijk. Hè? Ja. ja, dat is waar. Want niet iedereen die trans is, wil ook daadwerkelijk een geslachtsveranderende operatie ondergaan. Dat is niet uh, altijd hetzelfde. Ik zal heel. Ik wilde even opzommen. Zeg maar, wat zijn nou de bezwaren van die tegenstanders? Hè? Die hebben zich dus verenigd in de vereniging Gendertwijfel, en die hebben die posters opgehangen en die zeggen. ze hebben een aantal punten. Uh, Punt 1. Uh, praktische bezwaren tegen de wet. Als iedere man kan claimen dat hij vrouw is, kunnen vrouwen geen nee zeggen tegen een man in een vrouwentoilet, in een kleedruimte, in een praatgroep, in een sportwedstrijd of in een vrouwengevangenis. Uh, privacy en veiligheid komen daarmee in het geding, zeggen zij. Uh, ze zeggen uh, dat het, uh, nou uiteraard het biologische argument, van zij zeggen, nou ja, luister, het is gewoon, je, je bent een jongen of je bent een meisje, vinden zij. Um, over de nieuwe transgenderwet en de geest die daaruit voortvloeit, begaan, bestaan ook grote zorgen bij mensen die de democratische rechtsstaat ter, hart, ter harte gaat. Uh, kritiek op de voorstellen. Um, dat, ze zeggen, zij vinden het eigenlijk jammer dat er niet over gediscussieerd kan worden. Dus ze vinden het jammer dat zij als transfoop worden weggezet, alleen maar omdat ze het hierover willen hebben. Want ze zijn niet per se transfoob. Um, en uiteraard. Uh, Godsdienstige argumenten, de, oh. die zijn uiteraard ook tegen. Wat um, vind die van de gevangenis. Uh, Gaan we verder, dan? Gaan we verder? Nou, en de laatste is eigenlijk uh, uh, dat, even kijken. Ouders, vaders en moeders die bij ons zijn aangesloten, hebben ook grote moeite met deze nieuwe wet, omdat het de relatie tussen ouder en kind verandert. Als een kind 16 jaar is uh, of ouder, uh, spelen de pubers. Even kijken, sorry. Als een kind 16 jaar is of ouder... spelen de ouders of voogden van het kind... geen enkele rol in de procedure. Bij kinderen jonger dan 16 jaar... is het weliswaar de wettelijke vertegenwoordiger... die een verzoek tot aktewijziging bij de rechtbank moet indienen. Maar indien er een verschil van mening bestaat... tussen ouders en kind... dan is het oordeel van de ouders niet doorslaggevend... maar valt de rechtbank een oordeel. Dus zij zeggen eigenlijk van... Um, zij vinden dat je hiermee jonge kinderen... Te veel beslissingsrecht geeft om een grote beslissing te maken. Ja, maar... ah, ja, het kan ook heel makkelijk weer terug, toch? Uh, we kunnen het ieder moment <laughs> aanpassen zonder medische keuring. Ja. Dus als ze als spijt hebben, dan kun je gewoon die M weer in de V ja. veranderen. Dus geen dat levensveranderende beslissing zijn. Maar denk ik alsnog ja, niet nou. dat het zo gaat zijn dat je gewoon naar binnen wandelt bij de gemeente en zegt. ...joh ja, man, dat Emmetje moet even het veetje worden. Dat ze Je moet ook zeggen, een nieuw paspoort betalen, goed? gok ik. Duur grapje. Dankjewel, gaan we meteen doen. Ik denk niet recht, dat het dus echt zo makkelijk gaat. Maar dat stukje van die gevangenissen vind ik oprecht interessant. Ik denk dat dat best wel gerechtelijk is. Als ik nu opgepakt zou worden en ik zou zeggen... ...precies op dit moment identificeer ik mij als vrouw... ...zou ik dan naar een vrouwengevangenis gestuurd kunnen worden. Dus dat werkt nog wel iets interessants. Gerecht, gerechtelijk, technisch in ieder geval. Ik ken een verhaal van een man in Argentinië. Daar was geloof ik de pensioensgerechte leven vrouwen lager... En toen heeft hij gewoon zijn geslacht wettelijk laten veranderen naar vrouw. Zodat hij twee jaar eerder met pensioen kon. Wauw. Uh, uiteindelijk is het natuurlijk alleen maar een reden om dat soort dingen gewoon gelijk te trekken. Alhoewel man-vrouw gevangenissen misschien niet heel erg praktisch zijn. Uh, ik ben of voor dat persé moeten mengen. Nou, er is natuurlijk uh. een reden dat we aparte man- en vrouwgevangenissen hebben omdat... Ja, maar sorry, wie gaat nou expres zeg maar, zijn geslacht veranderen en dan expres naar de gevangenis. zodat hij daar dan vrouwen kan aanranden? Of ja, het nee, nee, vrouwen het is meer, nee, het ja, is, nou, is meer gewoon dat aans... dan gevallen wordt in de mannengevangenis. Ja. Nou, ja, en ik oh, heb ja, me ja, dat, ja, dat ja, misschien ja, dat vrouwen ja. in de gevangen, vrouwen gevangenis wel seksueel gefrustreerd zijn. dan ben ik zeg maar. lijkt de enige man op aarde daar. Ik denk ik wel kan scoren <laughs> daar in principe. Ja, maar bij wie ligt dat probleem dan? <laughs> ja. Ja, nee, dus. dus um... Het is wel een interessante... Ik denk dat er wel over te discussiëren valt, zeg maar, over deze wet. En inderdaad, die discussie over... Um, kijk, ergens vind ik het goed dat, uh, weet je wel, dat je... Uh, ja, god, ik vind het... Eigenlijk vind ik het moeilijk ook om te, te bepalen wat ik hierover vind. Want ik vind het ergens ook het bijvoorbeeld ook heel... Sorry? Is het ook zo dat wanneer je dat dan juridisch hebt laten wijzigen... Juridisch dat je dan naar de, de vrouwengevangenis zou gaan omdat dat in je paspoort staat. Ik denk dat, waarschijnlijk dat, wel ja. Dat weet ik niet. Ik bedoel als dat zo is dan is dat zeker wel een discussie waard. Maar ja. dat is sowieso ook wel een hele lastige discussie. Ik gok dat als jij nu in één keer als je opgepakt wordt en last minute je geslacht verandert naar, naar vrouw dat er dan wel iets van een rechtszaak om te zeggen nee, dat is met een andere intentie gedaan. Uh, waarschijnlijk, waarschijnlijk wordt het dan, dan wel een dingetje dus niet heel makkelijk. Gewoon even ergens een, fijn, een kruisje zetten, nieuw paspoort aanvragen en uh, profiteren. Nee, dan maar denk, kijk, als druk met crime plegen om een nieuw paspoort aan te vragen, hoe durf jij te suggereren dat diegene niet al dat de hele leven dacht? Nee, je kan dan wel de transfoopkaart spelen ja. en gewoon zeggen: nee, dat kan echt niet. Ja. Dat, ja. dat zou je dan wel kunnen ja, doen. Ja, dat, dat, is zeker dat is zeker lastig. Daar kun je dan wel misbruik van maken van zo'n constructie in ieder geval. Maar, maar ik denk de, dat dit soort op... dingen... Dat zien we dan wel weer. We wachten even tot het één keer gebeurt. Dan zien we dan ja. wat voor mediaspectakel ja, eruit uitrolt. Ik vind het en ook en dan... een beetje inderdaad. Hoe groot is de kans dat zoiets gebeurt? Dat is allemaal <laughs> nou, best wel erg Ik heb het wel genoteerd in mijn gedachten in ieder geval. Als je ja, nog maar, een maar, personen... dan... Maar ja. kom je al die mensen die zo lang aan het procederen zijn om dat wettelijk te veranderen, omdat ze daar heel erg mee zitten, eigenlijk gewoon naaien om de, de hypothese dat het zou kunnen gebeuren dat er een keer zo'n soort conflict is. Ja, ik weet niet. Ik vind dat... ja. Nee, maar dat gedoe van die leeftijd, van dat 16 met dat juridisch verhaal... <laughs> dat is neem ik dan alleen voor je paspoort en dat soort dingen... niet ook voor de medische procedures Nee, 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 die transgenderwet ja. gaat echt puur over... hoe gaat de rechtsstaat om met de M en de V in het paspoort. Uh, dus inderdaad, op het hele medische aspect heeft dit... als ik het goed begrijp, geen invloed. Um, maar het gaat puur over, ja, hoe identificeer je je? Ik zie ook in de chat nu, kan ik me dan ook switchen naar vrouw voor de Olympische Spelen? Maar bij dat soort nee, dingen nee, wordt nee. ook vaak gekeken naar testosterongehalte en zo. Juist. Dus dat zal ook echt wel gecontroleerd worden. Dat is sowieso een, een, een achterhaald argument. Zeg maar mensen die zeggen: ja, maar hoe zit het met sport? Dat hebben ze inderdaad al afgesproken. Sport is niet per se mannen- of vrouwensport. Maar er zit gewoon een bepaalde testosteronwaarde. En onder die waarde moet je bij de, bij de vrouwen zitten. En boven die waarde zit je bij de mannen. Um, nou, dus dat is. Er zijn dat zeker is, wel sporten, dat als jij al 40 jaar lang man bent. ...jij zeker voordeel hebt op vrouwen... ...ook al is je testosteron hetzelfde gehaald... En puur omdat jij al 40 jaar lang... ...dat door je lichaam hebt uh, gehad... ...je hebt gewoon een hele andere botstructuur... ...je hebt een andere opbouw qua spieren... ...je hebt langere pezen... ...dus zeker in, als je kijkt naar contactsporten... ...en dat soort dingen... Uh, ...je bent waarschijnlijk fysiek ook een stuk groter... ...ook al is je testosteron op dat moment niet hetzelfde... ...is dat de afgelopen 30 jaar niet het geval geweest... ...en is er zeker... Uithalen geloof ik, uh, diegene was niet beter, maar er was ook iemand uit Nieuw-Zeeland en die besloot ook op zijn 35 stonden overgang te maken en die verbrak letterlijk elk wereldrecord bij vrouwengewicht. Uh, maar daar heffen. is toen ook ingegrepen, toch? Ik bedoel, de, de, de sportbonden ja. kunnen hier weten al hoe ze hiermee om moeten gaan. Die zeggen dan gewoon: van nou, wij vermoeden dat dit niet heel eerlijk is en dan gaan ze een aantal dingen checken uh, en dan kun je gewoon uiteindelijk. Teruggeplaatst worden naar de andere, andere categorie, toch? Ja, Volgens mij is die hele trans in, in sportdiscussie... nog lang niet uitgespeeld, toch? Voor mij is dat. Ze nee, nee, zijn nog heel erg niet. mee met de handen in de haren. van ja, shit, we willen aan de ene kant niet discrimineren. maar uh, wanneer alle powerlift-records in één keer nee. door de transvrouwen ge gescoord worden. is ook niet echt de ideale situatie of zo. Nee. Nee, maar ik heb niet het idee. Kijk, we kunnen hier heel lang op blijven hangen. en er valt vast nog een beetje over te discussiëren. maar ik heb niet het idee dat dit. The big issue is at the moment, toch? Ik nee. kan op dit moment geen verhaal noemen van een sporter die nu daarvoor onder vuur ligt. En ik denk dat als zo'n verhaal de kop opsteekt, dan wordt dat snel genoeg, wordt dat onderzocht. Want dan heb je het ook over eerlijkheid en zo. Maar nu hebben we het gewoon puur over een M en een V in je paspoort. En nee. eigenlijk dus de vraag van, mag je dat gewoon zelf bepalen op basis van hoe jij je voelt? Of moet je daar ook wel... Uh, Medisch voor onderzocht zijn en uh, moet een psychiater of een, een dokter daadwerkelijk zeggen: Nou, dit is niet een. Uh, uh, dit is niet zomaar een, een opwelling, maar ik ben het ermee eens. Jij identificeert je daadwerkelijk als het andere geslacht. Straks escaleer dit door, mag je ook gewoon je naam veranderen, hè? Pas op. Ik kan toch wel gewoon? Ja, precies. Oh, oké. Okay. Mm -hmm. nee, je kan je al een, dus... een hoop dingen op je paspoort aanpassen. Je geboorteplaats nee. wordt moeilijk, denk ik, maar. Um, Jij hebt op al zich, best wel vrijheid. De enige het vraag is toch... Het lukt ook niet. <laughs> ja, inderdaad, ja. Maar de enige vraag is toch eigenlijk van op wat voor manier raakt het een ander? En daar moet dan toch over gediscussieerd worden als dat het geval is. Zoals bijvoorbeeld inderdaad een plaatsing in een, een vrouwengevangenis... als je je van man naar vrouw laat veranderen. Ik, ik weet niet of dat zo is, dus don't blame me. Maar stel dat is zo, ja, daar moet je dan over discussiëren. Want dan raakt het anderen, dan heeft het invloed op anderen. Maar zolang het geen invloed heeft op wie dan ook, echt hou je bek en ga verder met je leven. Ah, fair enough. mannen ja. hebben ook dezelfde rechten, dus eigenlijk is er helemaal geen verschil. Nee, maar er zijn wel een paar van die dingen. Dus inderdaad die voorbeelden die zij noemen. Dus, uh, en ik, waarvan ik de gevangenis eigenlijk nog het sterkste argument vind, uh, want anders zou je inderdaad kunnen denken, nou. Ik begin toch een beetje het criminele pad op te gaan. Je weet maar nooit. Laat ik alvast mijn geslacht nee, veranderen. Ja, precies. Want dan kom ik in ieder geval in een chillige gevangenis waar ik. Uh... Ik denk dat het niet echt heel veel streetkrets oplevert. Nee, nee maar. Het is niet uh, in de vrouwengevangenis. Ja. Je kan het bezoek zonder toezicht skippen. Want, uh, nou ja, goed. Um, de, hier is het laatste woord nog niet over gesproken. En uh, het blijkt maar weer dat dit uh, het zoveelste ding is in Nederland. waar mensen heel erg boos om kunnen worden van beide kanten. En ik vind het jammer dat ze daarmee. Uh, ja, dat dat eigenlijk een beetje de discussie sluit toch. Want ik vind wel dat op het moment dat mensen het ergens over willen hebben, moet je niet meteen wegzetten als transfoob. Want ja, er mag wel gewoon over gesproken worden, lijkt mij. Nee. Uh, Zeker. Zeker. Nee, het... Ja, en andersom vind ik religie geen enkele reden om iets niet te doen. Maar goed, um, nog heel even kort. Don Kaaklein is nog steeds geband. Ehm. Um, Iemand die daar nog even op wilde inhaken die er vorige week niet bij was. Uh, hij heeft een uiteindelijk had hij een maand band te pakken. Omdat hij um, had gezegd alle mensen uit land X zijn stom. Uh, en oh. dan net even iets heftiger. Of ik haat mensen ja, ik uit haat, land X. Ik haat mensen uit land X. Oh, uh, ja. En uh, dat had hij gezegd een aantal keer. Uh, dat was ook wel uh, dat was tegen mensen met wie hij een game speelde. En hij uh, heeft daar eerst een maandband voor gepakt... en het is nu teruggebracht naar twee weken. Toch wel mooi dat die uh, chick die live gepaald is op stream... gewoon een weekband ja. heeft gehad. Ja? ja, dat is toch Sorry. wel een beetje het kromme van de hele situatie. <laughs> ja. Ja. Er waren ook een aantal mensen die hadden wat ophef geleerd... om het feit dat Don uh, zijn band dan was teruggebracht... van vier naar twee weken. En ook omdat het zo snel was gegaan... Ik wil Nog de chat een, even ja, ja. waarschuwen. Uh, want er is namelijk ook een enorme banwave gaande... op basis van chatberichten. Uh, oh. er was, afgelopen week was er een uh, incident... met dat Engelsen zichzelf belachelijk aan het maken waren. Want ze waren allemaal Engels. Maar zij schreven een aantal uh, nare dingen over Engelsen in chats. Uh, en die zijn oh. allemaal uh, hun account kwijt. Um, voor even of uh, sommigen zelfs permanent. Dus jullie, nee, het, is jouw, uh, ja. het, is, het is jouw uh, risico... Maar, ja, ik ben uh, la Frans zegt er iemand. Ja. <laughs> <laughs> Anders hou je te laat, maar. Ja. Maar, um, Nou ja, goed, oké. Okay. Ik uh, dacht misschien uh, wil Rick er nog even op inhakken, zo van uh, lekker voor hem. Rick! Wat ben je allemaal oh, aan het doen, joh? Even mute, jongen. Oh, is... oh, mijn microfoon was gemute, dat wilde nog wel eens gebeuren. Sorry, ze Sorry ik zei, uh, Rick, uh, wil je niet <laughs> nog even zeggen wat een... Uh... Nou, het enige wat ik er nog over wilde zeggen, ik heb het een paar keer ook een beetje over gehad in mijn stream natuurlijk. Uh, het enige wat me wel een beetje hielp voor mensen misschien. Uh, sommige mensen vonden het natuurlijk heel erg buitenproportioneel, is het ook wel een beetje. Uh, aangezien, het klinkt best wel harmless of zo, maar je moet natuurlijk een beetje omdraaien dat als jij op stream loopt te verkondigen dat je Marokkanen haat of zo. Dan in één keer kun je wel begrijpen dat Twitch daar een ban op gooit of zo. Je moet het een beetje op die manier nuanceren. En het zou raar zijn als Twitch zegt ja zeggen dat je fransen haat is, is drie dagen... ben Marokkaan in een maand. Uh, ja. Dus ergens wel logisch dat je dat glad trekt. En ja, daaruit komt dan keer zoiets heftigs... als zo'n lange ben natuurlijk. Tenzij ja. je een beetje op die manier naar moet kijken. Voor de rest niet heel nuttig toe te voegen. het don niet meer doen. <laughs> <laughs> Oké. Okay, um, dan een heel interessant topic deze week. Vond ik denk ik wel het interessantste topic... van wat er deze week gebeurd is. We hadden het vorige week over Ninja die in één keer uh, van Twitch soort van verdwenen was. Toen zei die uh, I'm taking a break. I don't know when or where I'll be back. Um, en nu inmiddels is hij terug. Um, hij is, is affiliate geworden toch? Wat? Nou, hij ja. is geen partner meer toch? Ja. Nou wat? Uh, oh, sorry, sorry sorry. Hij is. Hij heeft gewoon zijn hele Twitch contract opgezegd. Daar komt het eigenlijk mm -hmm. op neer. Uh, en waarom heeft hij dat gedaan? Um, daar heeft hij een, een gedachte achter. Ik zoek even ondertussen het filmpje erbij waar hij het uh, vertelt. En het is nogal een, uh, nogal een aankondiging. Dit is de reden waarom Ninja zijn Twitch contact heeft opgezegd. Niet omdat hij niet meer streamt op Twitch, maar omdat hij andere plannen heeft. Hi, guys, what's is on? aan. Got it. Yeah. Ah, go. Program Fortnite tournament winners. This is the diamond play button. Congratulations. Thank you all. So subscribe. It's official. Oh. Oh. We finally got a ninja skin. Can you teach me the pun, It's very easy. I'm, it's ninja. I'm doing... I am Tyler Ninja Blevins and I'm going to be live everywhere. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Twitch, Patreon, maybe OnlyFans. Are the Lions going to win the Super Bowl? Ja. Ik weet het dus al uit. met blond haar, joh. Ik ben helemaal verbaasd. Dat hij geen blauw haar echt. heeft. Ja, dat is gewoon normaal. Maar hij heeft dus besloten om zijn exclusiviteitscontract met Twitch op te zeggen. En hij multistreamt nu op alles tegelijk. En daar is hij deze week mee begonnen. En hij, hij is dus en op Twitch. En op YouTube. En op TikTok. En op Instagram. En op Twitter zelfs. Overal waar je live kan, is hij tegelijk ja. live. Wow. Ja, ik denk niet dat hij zijn chat al kon volgen, maar het lijkt me met modereren ook vooral gewoon heel onhandig. Dan mm. ja, worden ja, Instagram de livestreams überhaupt niet gemodereerd hoor. Dat, nee, dat is bijna waar. alles, behalve Twitch wordt voor mij gewoon pretty much niet gemodereerd. Maar wat, Ik uh, uh, leveren... wat de meerwaarde hier nou is. Ja, inderdaad. de reach, toch? Dan bereik je via TikTok en Instagram misschien weer een paar extra kijkers. Maar gaat hij daar ja, meer aan echt... verdienen dan, dan die Tuurlijk. 20, 30.000 subs die hij had? Nou ja, kijk, hij kan niet ah, zeggen, als er een sponsorship is, dan wordt het echt overal, en op TikTok, en daar, en daar, en daar, wordt het gezien. De sponsoren, ja, voor mij okay, dat zal verdient hij veel meer geld op sponsoren dan op, dan op subjes. Dus dat ja. hele Twitch-contract zal hem waarschijnlijk aan zijn reet roesten. Uh, dat boeit niet zo bijzonder veel. Overigens is het nog wel interessant, want volgens mij heeft. Nou, trouwens, nee, als jij je hele contract opzegt. dan ben je, heb je ook geen exclusiviteitsclausule. Als jij geen partner bent, dan mag je ook multistreamen in principe. Um, hmm. Ja. Ging ze toch aanpassen? Ik denk dat er sowieso niet aan. Nou, uit, kijk, het ding ja. is, wat, wat dus... sommige mensen begrepen dat niet helemaal goed. Je, je mocht altijd al zeg maar op maandag op Twitch streamen. En dan op dinsdag op YouTube en dan op woensdag weer op Twitch. Dat was geen enkel probleem. Zolang je het niet multistreamt. Dus gewoon maandag een stream voor Twitch, dinsdag een stream voor YouTube. Dat mocht altijd al. Sommige streamers hebben dat ook helemaal verkeerd begrepen. Die dachten: ja, als ik die exclusiviteitsclausule heb, dan mag ik niet op andere platformen live. Dat mag wel, alleen niet tegelijk. Um, dus zo erg is het niet. Alleen op het moment dat jij partnered bent, mag je op dit moment niet meer multistreamen naar uh, Facebook en YouTube. En de rest wel. Dus Instagram, TikTok en zo, dat mag sowieso. Want ik, Wat ik dat dacht dat is, ook dat het 24 uur was dat je 24 uur lang het nergens anders, anders mocht posten. Ook je foto's, zeg ja, maar, ja, niet op YouTube ja. mag zeggen. Ja. Dat klopt. In alleen... streams kon, kreeg je een mailtje van joh, uh, dat gaat binnenkort vervallen dat je gewoon met Twitch en YouTube gelijkertijd kan streamen en zo. Nee, 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 dat mag niet. Je mag op andere platformen tegelijkertijd live zijn, maar niet concurrerende platformen. Oh, dus oké. Okay, okay, gaming okay. of in YouTube live, daar mag je niet tegelijkertijd live zijn. Als dat je bent met Twitch, als je affiliate of partner bent. als ze affiliate volgens mij helemaal niet controleren. Um, ik vraag me alleen af hoe dat is als je geen van beiden bent. Of er dan toch ergens iets in de regel staat dat dat niet mag. Dat weet ik niet zeker. Nee, want ja, in principe. Ja, oké. Okay, in theorie, het is hun platform. Ze mogen je bannen als ze je willen bannen. Uh, maar. Nee, ja, jij hebt geen, geen contract, toch? Dus je, als jij niks ondertekent, dan heb je in principe alleen de community guidelines om je aan te houden. En. Uh, ik ben benieuwd hoe lekker spelen dat doet ik dan. Ik zag het al een paar keer ook voorbij die komen. Die, doet doet natuurlijk ook... Die, die, hebben, die hebben gewoon ja. brede skitta volgens mij. Twitch heeft geen zin ze te bannen. Want ze zijn ja, best wel handig voor Twitch om te hebben. Ja, uh, dat gaat. Ja, ik, denk, ik denk, dat, denk dat zij gewoon scheid hebben. Het werd ja, sowieso maar, ja, al ja. nooit echt ge... Uh, hoe noem je dat? Uh, ja. ja, Het werd een, beetje, werd een beetje gedoogd, zeg maar. Van, okay. Nou ja, en het is maar ook heel echt moeilijk echt te... Het. Kijk, ik kan me niet voorstellen dat mensen... Die bij Twitch werken de hele dag YouTube willen gaan zitten scrollen. om te kijken, is een Twitch streamer toevallig ook live op YouTube. Dus het is ook heel moeilijk te handhaven. Ja. Um. Hij vindt je regel. Maar oké, okay, nou zal ik dan maar de eerste zijn die zegt. Ik vind het eigenlijk wel een goede move. Uh, omdat. Um, uiteindelijk. hij bedenkt zich gewoon maar ja, luister. Ik. Uh, het gaat om mijn content. en. Voor hem is community sowieso iets minder belangrijk. Want hij wil gewoon schaalgroten. Hij wil zoveel mogelijk kijkers. Um, dus ik denk eigenlijk dat het wel een hele slimme move is. En ik zag trouwens hoe die het deed. In zijn eerste stream zag je dat ook. Hij heeft gewoon uh, één groot scherm gemaakt met al die chats naast elkaar. En je kan er nog steeds af en toe wat uitpakken. Je kan er nog steeds zeggen: ja, die op TikTok zegt dit en die op Twitch zegt dat, en die op YouTube zegt zus. Hij heeft voor alles ook een eigen layout, of tenminste. Voor de TikToks en de Instagrams heeft hij een verticale layout. Dus uh, zelfde cam, maar dan zit de gameplay eronder. Um, ik denk eigenlijk dat het helemaal niet zo'n zo gek idee is. Want waarom zou je jezelf beperken tot één platform um, als, je, uh, ja, als je gewoon alles tegelijk kan pakken? En niet per waarom zou jij het moeilijk maken voor je kijkers? Zo van hé, hey, luister, uh, je ziet me nu op TikTok, maar je moet me eigenlijk op Twitch gaan kijken? Ja. Ja, hij, hij, kan, hij, kan, hij kan het nu ook maken. Hè? Ik bedoel, ja, uh, ja hij is groot genoeg. Ja, maar iedereen kan het en, maken. Ik bedoel, het, 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 ja, de enige, maar, die, de enige die het niet kunnen maken, zijn mensen die echt een, een hard contract hebben met Twitch, waarbij ze gewoon betaald krijgen. Die kunnen het echt niet maken, want Nee, ja, maar, maar bedoel van een, zijn, ja, hij, heeft, hij heeft al financiële vrijheid, dus hij heeft niet meer op Twitch... Van Twitch heeft hij alles gemaakt, zeg maar, hij is bekend geworden. Uh, toen, uh, met overspraak Mix was het toch, heeft hij ook nog een uh, zak geld meegekregen. Hij heeft nu zoiets van, weet je wat? Ik ga eens experimenteren, want ik ben niet meer afhankelijk van Twitch. En uh, dat vind ik dat is nog een hele goede move. voor daar, daar niet van, maar dat is wel een voordeel wat hij heeft. En het is gewoon tof dat hij de eerste is die dit doet. Dus hij komt nu weer in de media, waar de media. Ja. Wel ja. ja, echt. Ja. Ja. En voor hetzelfde het geld gaan wij over twee jaar precies hetzelfde doen. Ja. Nou, het is wel chill, want je hoeft niet aparte content voor elk platform meer te maken. Nee. Je hoeft niet meer je streams te gaan editen voor TikTok en zo. Ja, nou, dat kan ja. nog steeds toch? Je kan nog steeds TikToks maken. Dat is weer een andere manier dat je stream promoten. Dan ja, dat is stream Nee, steeds. Maar ja. Maar ja, goed, ik zou het zelf dus niet zo snel doen. Want ja, ik heb toch. Kijk, als je zeg maar minder groot bent. heb je meer interactie met de chat. Ik denk de meeste van ons wel. En dat lijkt me best wel lastig om dan zes platformen tegelijk in de gaten te houden. Nou ja, laten we eerlijk wezen. Dat als. Uh, al, juist als je minder groot bent, is dat ook makkelijker te doen, toch? Zes platformen tegelijk nou, in de gaten houden. Ja, dan als dan jij gewoon een goed. Wat, wat je ermee bereikt, als je minder groot bent. Daar, en daar twijfel ik wel aan. Nou, over. Uh, de, uiteindelijk, ik denk dat je er juist als kleine uh, creator best wel wat mee bereikt. Want je hebt letterlijk meer bereik. Dus je hebt de potentie om mensen op te vangen op TikTok. Je kan door het algoritme van Instagram naar voren gepusht worden. Wie weet wat er allemaal op YouTube gebeurt en gaat gebeuren. Um, voor hetzelfde geld zit er in één keer iemand op Facebook die helemaal niks van die andere platformen volgt uh, en die jou daar in één keer tegenkomt. Je hebt gewoon veel meer En We weten allemaal, daar hoef ik ook niet geheimzinnig over te doen, heeft Twitch ook toegegeven, discoverability op Twitch is gewoon slecht. Dus de kans dat iemand jou, een nieuw iemand jou zomaar ontdekt op Twitch, als jij kleiner bent, is heel klein. Ik realiseer me ineens dat ik echt stream voor de gezelligheid en niet om heel erg te groeien. Dat dat misschien het verschil ja, is. is Hoe je er zelf in staat. Het kan ook anders omdraaien dat je gewoon op zes platformen tegelijkertijd streamt en alsnog niemand je kijkt. Dat je denkt: van, kut, zelfs op zes <laughs> platformen. Moet kijken. Ja, ja. Ik doe Bouw je iets nog duurt. harder. Ja. ja. Maar een rare vraag. Uh, hij zei op het einde: ook fans is dat, uh, kan je daarop streamen? Ik, je uh, ja, je makers? kan daar op streamen, maar volgens mij bedoelde die die als meme. Maar ik, uh, het zou oh, me ook okay. niks verbazen als hij voor de gein gewoon een Onlyfans heeft aangemaakt en daar ook op streamt. Oh, ik ga even uh, uitzoeken. <laughs> de Vinci zegt potentie. <laughs> ja, ja, ik even kijken, hoor. Ik ja, maar ik kan streamen? niet. Kan niet de ene keer mijn kleding aan. Het gaat niet. Mm. Ja, voor de helft, nou, misschien het is de, de, de helft. Hoor nou op Onlyfans Gewoon nou aan nou de voornamelijk. onderkant voornamelijk. de camera okay. hangen, toch? Onder je bureaucamera. Onder om... de vrouw, ja. Ik vind dat jullie heel denigrerend doen over Onlyfans. Dat is <laughs> helemaal niet per se een platform voor naakt. Het is gewoon voor je fans. Ja, yeah. Daniel, niet oh, okay. zo. Door, advocaat van de duivel. Oké, okay, ik wil nog even de reactie oh, van XQC vindt. laten zien. De, zeg maar, ja, de grootste Twitch-streamer die dit waarschijnlijk niet kan doen, omdat hij een. En nou, ik zal het heel kort even uitleggen. Je kan dus een media rights deal hebben. En dan zeg je eigenlijk: alles wat ik maak. moet op Twitch. En dan heb je echt een. een dan heb je de, de, de exclusiefste exclusiviteitsclausule. Dat heeft XQC. Die mag echt niet op andere platformen. Dus hij kan dit niet doen. I said this like a year and a half ago. I said it earlier, and I said yesterday. I told you, multi-multi-stream is is absolutely the future. What? You? Yeah, I've said it. I, I have proof. I have proof. I have proof. I have proof. It's not really a money glitch. Um, if anything, it's like a growth glitch. The real, okay, the real money glitch is farming that for like a year, and then after the year is over, going live for one last time on some platform and saying to to it. Oh, you can only watch on this. You can only watch on that. At the end, all focalize on one point. and get a massive contract for that one focal point. Boom, that's the money glitch. Boom. That's the money, the glitch. money glitch. Ja, dus hij zegt uh, <laughs> uh, wat, <laughs> wat hij eigenlijk zegt is van joh, dit moet je doen en dan groeien, groeien, groeien. En als je echt groot bent, dan moet je gewoon met één van die platformen een dik contact afsluiten. En dik vies cashen. Um, ja. Ik vind het eigenlijk Al wel. leuk. ja. Ik ben ja. heel benieuwd hoe het verder gaat. Ik denk dat Ninja sowieso ja. nooit echt meer zo dik vies kan cashen als met Mixer toen. Toch relevantie is, denk ik, ruim 95% afgenomen qua viewerbase. Nee, natuurlijk. Maar dan. Principe gewoon kan doen, maar hij heeft echt niet zo'n hele money glitch op te zetten. Want het geld is echt een druppel op een. Uh... Uh, bak met uh, gouden ducaten, tuurlijk, uh, tuurlijk. Dus ja, maar dat vind ik niet de zo relevante discussie. De, de, ik denk dat hij meer de kijkers dan het geld. Ik denk dat hij meer gewoon de aandacht mist van uh, ooit super mega ultra biggie streamer zijn. En uh, dat. Hmm. Maar zou dit sowieso in Nederland echt aanslaan? Zoiets? Ik denk dat als jij heel eerlijk gezegd, ik denk dat als jij niet een, uh, je bent geen partner. Um, en je bent aan het, je probeert te groeien. En je hebt niet bepaalde redenen, zeg maar, die uh, zwaar wegen om je aan één platform te verbinden. Waarom zou je dit niet doen? Je kan toch, en dan kunnen mensen wel zeggen, ja, en dan begrijpen YouTube-kijkers niet wat bits zijn. Je kan het toch uitleggen. Je kan toch zeggen: yo, iemand die mij kijkt op Twitch, heeft me zo, ja, daar zojuist gesupport. Dankjewel. Hey, en ondertussen is er iemand die kijkt via YouTube en die heeft me ook gesupport. En die zegt ook nog even: van, yo, welke game ga je vanavond nog spelen? Het is een iets andere manier van benaderen. Maar ik moet wel zeggen, ik vond dit eigenlijk best wel een soort eye-opener. En even los van Ninja. Want hij is sowieso een beetje geweest. En de, daar kunnen we. De, de, maar dat vind ik niet zo'n interessante discussie. Maar ik denk eigenlijk wel dat. Um, nou, neem, neem Rick als voorbeeld. Rick heeft zichzelf best wel verbonden aan Twitch. Uh, weet je wel, je, je um, subje voor de sfeer, et cetera. Jij, <laughs> jij hebt jezelf best wel verbonden aan Twitch. Maar is dat voor jou marketingtechnisch, financieel en bereikstechnisch wel het slimst? Want volgens mij heb jij wel eens ook openbaar gezegd van... Ja, luister, Twitch, kom eens een keer met een dik contract. Welke reden hebben zij op dit moment om jou een dik contract te geven... als ze weten, joh, je bent toch wel loyaal? Nou ja, er zijn wel bepaalde constructies waar je dat soort dingen kan bouwen. Voor mij zijn er ook bijvoorbeeld contracten waar je een minimum aantal streamuren hebt... of bepaalde... Dat soort dingen. Het hoeft niet per se te zijn exclusiviteit, natuurlijk. Uh, maar alsnog, het is wel makkelijker als een ander kanaal eerst uh, met een, of een andere uh, platform eerst met een grote zak geld komt. Ja. Oké, okay, nou, ik Trouwens, begrijp, Iets ja. heel anders. Ik krijg de laatste paar weken dat het e-mails van: Ik weet nou niet meer hoe dat platform heet, maar een of andere nieuw streamingplatform. En het begon met: Kom bij ons streamen. En het wordt nu elke keer. Kom met ons praten over wat je zou willen. Ik geef je 50 dollar en het wordt steeds <laughs> meer en ik negeer het. Maar ik vroeg me af of andere mensen Waarom? Worden de berichten telkens meer nee, Maar waar, de waarom, telkens meer? Nee, waar, waarom negeer je het? Ja, nou ja, omdat ik. Ik bedoel ook, ik zeg wel, niet dat je er meteen naartoe moet, maar de, gewoon een keer praten kan toch geen kwaad? Ja, nou ja, ik begin het nu langzaam wel te overwegen, ja, omdat dat het maar door blijft gaan. Maar ja, ik kijk, ik heb helemaal geen tijd om hierin te investeren. Twitch is ook niet mijn fulltime baan natuurlijk, dus voor mij is dat sowieso heel anders. Ik stream voor de lol, dus en ik ben tevreden met Twitch. En als ik ergens anders heen zou gaan, zou ik waarschijnlijk naar YouTube gaan, want ik heb toch sowieso meer volgers op YouTube dan op Twitch. Maar ja, ik ben nu toch wel benieuwd. Ze hebben er blijkbaar toch wel wat voor over om te horen wat mensen dan willen hebben of zo. Ja. Maar vertrouw die het mailtje wel gewoon en zo? Ja, zo, ja, ja het ziet er echt wel, wel legit heet. uit. Mag ik eens kijken hoe het heet? Ik weet ja, toevallig dat, dat, dat er zo'n campagne gaande is. Dus uh, het zou heel goed legit kunnen zijn. Uh, wacht even voor, hoor. Even zien, even zien. Hoe heet het nou? Maestro heet het. Maestro. Volgens mij, denk ik. Ehm. Uh, Denk ik. Misschien is het ook niks hoor. Ik heb er niet echt goed. Heb je het gekoppeld ja. en zo? Meestal nee, een... nee, het schiet me gewoon ja. niet te binnen. Nu we het ik hier over we ook hebben. Ja, van die spammail en dan vragen ze van we gaan praten met je om content te maken of wat dan ook. En dan verwijder ik gewoon standaard. Ja, dat ja, is waarschijnlijk het beste. Ja, ja wel er wel mee uitkijken altijd. Ja, ja. ik snap ja. wat je ja. zegt, Vincent. Maar ik weet toevallig uh, dat er daadwerkelijk hele grote partijen met heel veel geld op dit moment heel geïnteresseerd zijn om uh, niet alleen streamers daadwerkelijk binnen te halen. Maar ook om gewoon feedback te krijgen op het platform wat ze aan het bouwen zijn. Uh, dus oh. tuurlijk, je moet altijd even je due diligence doen en even kijken, klopt dit en klopt de URL en is dit een echt bedrijf? Uh, maar ja, ik, ik merk, ik proef bij jullie toch, ik heb het gevoel dat streamers soms. Uh, kijk, ik ben ook loyaal aan Twitch en ik zie ook momenteel geen reden om, om dit te gaan doen. Maar ik heb wel af en toe het gevoel alsof streamers zichzelf heel erg uh, uh, in de voet schieten en zichzelf klein houden. Uh, door te zeggen ja ik ben ja. super loyaal maar voor wat? want zij zijn ook niet lo loyaal aan jou. Oh nee, hoor, voor geld doe ik alles. Oh da daar nog aan toevoegende, een toevoegende omdat je net ook specifiek aan mij vroeg. Ik uh, was wel aan het overwegen om ook één dag per week op uh, YouTube te streamen. Ook gewoon puur om uh, ja, een beetje aan Twitch te laten zien van je mogen best wat meer je best doen of zo. En ook ja, waarom niet? Misschien zijn er toch een aantal mensen op YouTube die uh, toch net iets even te vermoeiend moeite vinden om een Twitch-account te maken. Waarom zou je niet gewoon één dag per week ja, ergens anders ook. live gaan? Ja, of lokken die mensen van YouTube dan niet naar doen. Twitch? Ja. Dat, dat ja. kan ook nog natuurlijk. Het voordeel, voordeel, nou, dat hij zeg maar via YouTube mensen lokt naar Twitch. Dus het kan ook een voordeel zijn voor Twitch, dat hij gewoon één dag per week uh, gewoon laat ja, zien. Zomaar, van, joh. Joh. <laughs> <laughs> <Ja>. Geen data. <laughs> nee. nee, maar dat, dat je gewoon mensen lockt. Dat, dat kan ook wel eens een voordeel zijn voor Twitch natuurlijk. Ja. En andersom. Dus ik maak gewoon te veel moeite. Ja. Maar ik ben gewoon lui. Dat is het. Dus dat is een beetje meer mijn ding. Van, ik weet hoe Twitch werkt. Daar doe ik al helemaal eigenlijk praktisch niks voor. En lost alles iedereen voor me op. Als ik dan ook nog op Twitter, TikTok moet gaan streamen en op YouTube. Dat is allemaal heel st ingewikkeld. Nou, het is uiteindelijk van ons niet een hele zakelijke mindset, inderdaad. Het is toch een beetje het idee van. Ja, als je dit als werk voor je werk moet doen. moet je misschien toch wel iets meer over dat soort dingen nadenken. In plaats van gewoon zeggen, oh joh. Ik vind het wel prima zo. Dat is wel waar, eerlijk. Ja. Ik zie fans nu zeggen... Daniel's TikTok-stalkshow. Ik ben eigenlijk wel echt benieuwd. Echt, dit TikTok-talkshow... <laughs> zou je best naar meerdere platformen... tegelijk ook kunnen Nou, streamen? ik zeg je heel eerlijk. En ik bedoel uh, dat... Uh, het heeft mij wel vandaag aan het denken gezet. Uh, en kijk, ik moet wel eerlijk toegeven... dat Twitch heel loyaal naar mij is geweest. Weet je wel, met het laten hosten van TwitchCon... en daar dingen mogen doen. En ik, ik doe heel veel vette dingen met Twitch samen... Um, dus in die zin voel ik die loyaliteit vanuit Twitch wel. Um, maar ik zie ook mensen die die loyaliteit niet hebben gezien. En die nog steeds, zeg maar, soort van. Die, en die zijn zo, zo mogelijk nog, nog liefhebbender van het platform dan ik. Dus dan denk ik, ja. Weet je wel, kijk, ik. ik, ik voor mezelf heb ik goede argumenten waarom ik nu zeg, ja, luister, Twitch heeft. Uh, best wel wat voor mij gedaan. En daar ben ik ze dankbaar voor. Uh, maar. Ik ben ook niet iemand die zegt uh, till I die. Uh, als, ja, het zou denk ik hartstikke tof zijn om die talkshow breder te trekken dan alleen Twitch. Tegelijkertijd en ook YouTubers TikTokers. en TikTokkers en Twitch streamers door elkaar uit te nodigen. En ik maar denk ja. dat daar zeker potentie in zit, ja. Is het, het niet is dat wanneer mensen doen? zeggen ik hou van Twitch, dat ze meer gewoon zeggen dat ze de community op zich heel fijn vinden? Ik heb meer het gevoel ja. alsof dat ook een probleem is met multistreaming. Dat het een beetje voelt als een dolksteek naar jouw Twitch community. Ik wil jullie niet, ik wil meer mensen... En dat het toch een beetje ten koste gaat van dat wij Twitch-gevoel. Als het in één keer is, wij groep mensen verspreid over een heleboel vage apps. Dat het een beetje van de community-gevoel ten maar koste gaat. Het, het soort personen wat op Twitch zit. En dat is natuurlijk niet altijd even positief. Maar over het algemeen is het een beetje dezelfde mindset. En als je dan bijvoorbeeld op TikTok gaat, dan krijg je daar allemaal twaalfjarige kinderen die grappig kan gaan doen. En dan denk je ook, ja, heb ik daar wel zin in? Ja, en ik denk dat het moeilijk is als jij een community hebt die ook een beetje bevriend met elkaar raakt en in gesprek raakt met elkaar. Om dat community te houden. Terwijl je met drie, vier groepen het eigenlijk tegelijkertijd bezig bent. Uh, en dan ga jij inhaken op dingen waar jouw Twitch-chat misschien wel van weet. Maar dan de TikTok-community weer niet okay, van weet. Oké, maar dan ga ik even voelen, advocaat van de duivel. Stel nou dat uh, stel stel je. Stel nou dat je dus... de nee. Echt? Nou. Laatste keer voor, uh, voor de komende week. Um, de laatste keer voor de baby komt. Dan <laughs> juist, precies. De laatste keer voor de baby komt. Stel nou dat je dus dit gevoel hebt, hè, wat ik heel erg snap, want dat heb ik zelf ook. Maar al zou je dus je interact, basic, je zegt nou, Twitch chat is mijn main interactieding. Dus je interact eigenlijk alleen maar met Twitch chat. Uh, daar praat je mee, daar krijg je feedback uit. Maar je bent ondertussen wel live op die andere platformen. Alleen je laat die chat gewoon links liggen. Dan brengt dat in principe toch geen schade toe aan jouw communitygevoel op Twitch. Nee, maar dat dat is niet dat niet het lekker spelen, overigens we ook gewoon, dat, toch? Sorry? Huh? Dat is niet het voorbeeld dat we gebruikten. We hadden het over Ninja, die zeg maar een scherm heeft met acht chats erop. Ja, ja oké, okay, maar, maar het, wat ik net veel mensen worden zeggen en jou ook, is ja, dat communitygevoel bij Twitch. En ik wil dat niet kwijtraken. En uh, de community op YouTube is shit, en et cetera, et cetera. Um, kijk, ik ben met Slam bijvoorbeeld s'avonds met de radio show. Zijn wij ook op YouTube en Twitch tegelijk? Ik kijk nooit naar de YouTube chat ik kijk alleen maar naar die Twitch-chat... en daar reageer ik ook op. En sterker nog, als jij de via KPN Slam TV aanzet... hoor je mij op Twitch-chat reageren. En dan zeg, maar het enige, wat ik, het enige waar ik dan rekening mee hou... is dat ik dan erbij zeg van... oh, iemand via Twitch vraagt... dat is echt een minimale moeite. En, daarmee, ja, en, en ik weet uit ervaring... bedoel, het, het zijn geen hele grote uh, cijfers... Maar ik weet dat er daadwerkelijk mensen zijn die, die de tv bekeken en dachten: hé, hey, ik wil ook meepraten en vervolgens op Twitch terechtkomen. Um, ja, dus nou ja, maar, maar dan mag je eigenlijk Te, tegelijkertijd. promotie voor Twitch de hele tijd, toch? Dan is het eigenlijk ja. gewoon iedereen mag kijken en dan zeg je van: kom naar Twitch vandaar. daar. Ik ja, moet wel eerlijk zeggen dat ik door TikTok wel echt enorm ben gegroeid. Hoor. Want ik heb, nu ben ik dan een beetje stil geweest op TikTok. Maar ik post best wel actief op TikTok. En dat zijn dan wel vooral dingen die op Twitch gebeuren maar ik krijg nu wel regelmatig een chat van, hé, hey, ik heb je eindelijk gevonden op Twitch en superleuk dat je hier streamt en uh, superleuk hoe je het doet en uh, kijk nu al uit naar de volgende keer dat je een TikTok post en dat soort dingen allemaal. dus het werkt wel echt oprecht. Dat We je wel, wel op überhaupt al dingen post, maar ik vond, ja, ik moet, moet gewoon even goed uitzoeken inderdaad nog hoe het werkt met het echt het livestreamen tegelijk op TikTok en uh, ja, ik vind het ook weer zo wat om je telefoontje zo neer te zetten. Heb ik al een keer gedaan, ja. maar. <laughs> vind ik toch een ja, Maar beetje je hebt ook aan, aan verschillende regels ook weer te doen. TikTok heeft zijn eigen regels weer en Twitch heeft zijn regels weer. Dus als je ja. livestreamt, is het ook wel weer lastig dat je denkt, oh ja, wacht, dit mag ik niet op TikTok delen. Oh, uit. Moet je dat weer doen? Daarom streamen ze mijn webcam. Want ik je net dat je TikTok uh, live niet mag roken. Maar ja, als nou, ze het niet zien, ja, dan ja. kunnen ze het ruiken. <laughs> volgens mij is het wel zo dat, dat ik heb het idee dat, dat Twitch eigenlijk nog de strengste regels heeft van iedereen. Dus als jij gewoon, uiteindelijk ja. is het gewoon uh, uh, wet van de strengste, toch? Als jij je aan de strengste regels houdt, dan zit je op alle platformen goed. Want ja, dat is uh, volgens mij de dingen waar je voor TikTok op geband wordt, zijn ongeveer dezelfde dingen. Waar voor... Kan jij iets noemen, Leander, wat, wat, wat zeg maar op nou. TikTok niet mag, maar op Twitch wel? wel? Ik uh, weet van uh, Sweet Tales, die doet het namelijk ook op TikTok. En ja, het is heel um, groot geworden daardoor. Die is heel groot daar geworden, maar zij mag dus niet unbands-video's doen, omdat daar heel veel tekst in voorkomt met scheldwoorden en, en dat soort dingen. En dat mag Twitch wel een soort van posten, omdat het gewoon het uh, die is geband daardoor. Maar TikTok ziet dat weer als van, wow, wat gebeurt hier? Je mag in TikTok mag je het woord seks gewoon niet eens uitschrijven... want nee. dan wordt het al verwijderd, zeg maar. Ook als het ja. educatief is, maakt niks uit. Het is gewoon het woord ja. alleen al eens. Dat mag niet. Ik vind ja. het heel raar dat je dan wel S3X mag schrijven ja, ja, ja. op TikTok. Vraag je, hè? maar dat, de, de, omdat ik het nooit geprobeerd heb... mag je het echt niet schrijven of vermijden mensen het gewoon... omdat het algoritme het niet leuk vindt? Dat is een goede vraag. Want ik volgens kijk, mij en, uh, is het dat laatste. Volgens mij mag je best seks schrijven. Alleen word je dan gewoon niet echt gepusht. En als je seks schrijft, dan wel. Ja. Volgens mij is het niet een hard nee, verbod maar... hoor. Die videos worden er letterlijk door verwijderd. Dus uiteindelijk blijft het resultaat hetzelfde. Je doet het niet. Ja. Ja. Maar hier op Twitch uh, hm. kan je letterlijk uh, met een backcam uh, een gaan rijden en een up uh, Je blote tokens. Dus mm -hmm. ik denk je dat je kan hier gewoon nog best uh, veel mag genomen worden, worden hier op Twitch. Ja, ja dat ook. Ik ja. hoor wel dat ik uh, mijn editor de Wilco weer aan het werk moet zetten. Dat ik meer TikTok moet <laughs> hebben. Ik hoor wel. Maar ik wil dus wel nog even zeggen. Gaan. Want we hebben, we hebben het nu natuurlijk over dat je dan alleen de Twitch-chat in de gaten houdt. En dat je dan op andere platformen wel live bent, maar daar dan niet naar de chat kijkt. Maar dan heb je toch eigenlijk precies hetzelfde als wat Twitch nu zegt. waarom ze gaan stoppen met hosten. Uh, ja. Mm, Enigszins. Op die platformen. Ja. Yeah. Uh, nou ja, goed. Ik denk dat dit nog even een beetje moet sudderen. Alleen, het zou mij echt weinig verbazen als meer mensen die keuze gaan maken. En ik zie gewoon een bepaald soort trend. Um, veel Amerikaanse streamers zijn gewoon niet heel blij met Twitch meer. Terwijl ze dat wel waren. En um, ik denk dat concurrentie en zo uh, sowieso goed is, toch? Dus als mensen. Weet Altijd. je wel, het, 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 het platform mag best wel voelen van hé. Hey, uh... Ja, natuurlijk. Ja. Nou goed, ik heb een uh, clippie. Cool. Uh, en dat is een clipje van Redempto. Veel mensen zullen hem al wel gezien hebben. Hij was in Amsterdam. Uh, Redempto is een Amerikaan. Die woont al uh, langer in Amsterdam. En hij doet uh, vooral IRL-streams. En uh, dat was hij natuurlijk nu ook weer aan het doen. En hij komt op een gegeven moment bij een marktkraampje op de nieuwmarkt in Amsterdam. En dan verkopen ze vinyl. Ik ga niet zomaar filmen. Waarom? First you say hello? You I see? did say hello. I literally yeah, said hello to you. Why are you filming? 'Cause I'm live streaming, it's like yeah, a, that, it's my that, job. Yeah, who cares? <laughs> well who cares <laughs> about your you? fucking records? Fuck who this jib fuck joint. Look at this Soundgarden, thirty five Euros hey. out of your mind man. Later dude. Yeah. Kiss my ass, dude. What a fucking prick, dude. What the fuck, man? What, hey man, get the don't fuck away from fuck me! Get away from me, dude! Get the hell life away from team, me! You were very aggressive. You. you need to get the hell away from me, dude! Fuck you. Yeah, real nice, dude! <laughs> yeah, right, you right you back arrogant. at you, dude! Who are you? You're real arrogant, man! I'm real arrogant? Nah, yeah, right. I, all I did was you're go up there to lie. take a look at some I records. I would have bought some maybe. But fans. that guy was a complete prick. I didn't do <laughs> shit, man. Get out of here! Booty filled with filpy. Whatever, man. I didn't do a goddamn thing. What the fuck? Dude, why do you... Stop following me. Stop following me. Punch me then, dude. Wat een know, You're saying that I... Ja, yeah. dat uh, wow. uh, was de, de clip. Hij staat inderdaad krijg op... Beetje, uh, hij is ook viral ik, ga... gaan op Dumpert. Ik krijg een beetje Rick-gevoelens. Dus, uh... <laughs> nou, ik had wel gewoon sorry gezegd, uh, volgens mij. Ook ook met, oh, ja, ja, heel maar, ja. vaak ook. Heel vaak. Je hebt ook je moeder dan. <laughs> nou, het is wel bizar, dit, hè? Ik weet niet, kort lontje, ik snap het. Ja. Het is Ja, maar die guy zegt toch gewoon: hé, ik wil niet gefilmd worden, dan is het toch gewoon klaar. Dus hij stond ook met de kamer op zichzelf. Hij was er niet in beeld voor de rest, je hoorde alleen zijn stem. Ja, maar. Het is een beetje dubbel. Nou, dat toch. Nee, ik ben het wel met de kraammannen eens. Gewoon van: hé, ik heb hier geen zin in. Ga gewoon weg en dan hoef je niet als. Ja, toen ging hij weg en dan rent hij in beeld. Dat weer de classic: film niet, film niet. Ja, maar loop dan niet naar de camera toe. Dat is wel een beetje wat ik ook I, had. Waar die uh, man boos om werd, was, beetje, niet, was niet dat. Hè. Die man was boos omdat, uh, <coughs> volgens mij, wat ik zie, is dat het gaat meer om zijn reactie, toch? Hij wordt yeah. meteen, wordt hij zelf ook best wel uh, uh, um, agressief. En hij zit aan die plaat. Dus hij tilt die plaat op. Oké, okay, hij doet er niet echt iets, ze wil het maar kijk. Eerst zeg je hello. I did say hello. I yeah, literally said hello you are to are you. Man, I do it here. Cuz I'm livestreaming. Yeah. It's like yeah, a, it's my job. No, yeah, who cares? <laughs> well, who cares about yeah, your fucking records? Fucking my in één keer wie cares about Soundgarden yeah. 35. Kijk, hij laat hier die yeah. plaat vallen. Dat is wat hij doet. Dus hij tilt die plaat op so en dan laat do. hem pull 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 vallen en daar, word word die man... mind, later, daar later, wordt die man Daar wordt die man boos om. Ja. Dat zijn gaat toch yeah. niet yeah. kapot daardoor of zo? Nee, maar het is wel uit. Het gaat om het gebaar. Het gaat om het gebaar. Dat dat meer natuurlijk. Ja, ja. 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 Twee, twee kanten. Ja, ik, ben, die, uh, ik ben team uh, ja. Mark Kram. Hey. Ja? Ja. ja? Nou ja, ik vind wel die streamer nou. begint inderdaad wel met schelden. En kijk, je mag natuurlijk officieel iedereen buiten gewoon filmen. Die, wij weten die regels. Maar goed, mensen die daar niet elke dag mee bezig zijn, zijn die hebben geen. Ja. Echt, ik dacht die streamer. Hij nee, zei, Who nee. the fuck are you? Nee, nee, nee. nee. Ja. nee hij oh hij oh zei, Who okay. hoe fucking cares? Volgens mij. Dat ja. zijn. Oh die. ja, dat hij. Dat is wel schelden. Dat staat worden. Hij jij die platen verkoopt hier. Ja. Zei ja. Zei ja, ik ja, ben ja, team. Nou, Iedereen moet gewoon wat aardiger doen tegen elkaar. Ja, ja, ja eens, maar die guy had, had toch ook kunnen zeggen, yo, hey, ik film jou niet, ik film mezelf, en had het toch gewoon op die manier kunnen oplossen. Ja, of, of eerder ja. weglopen, gewoon niet ja. in discussie ja, gaan. Dat, met ja, je ja, sowieso, dat is maar... het beste wat je kan doen, gewoon niet in discussie gaan, gewoon gelijk weglopen. Is, Als je merkt is dit ook ervan... niet die, die guy die werd gebugt toen ja. op op stream tijdje terug. Ja. Ja. Oh, serieus. Oh, dat wist niet was dat hier op Twitch? Kijk, okay, nee. als je gewoon ja, echt een man Twitch. van de content bent, ga je gewoon matten met die guy van de marktraam, toch? Mm -hmm. Dat is wel gewoon. <laughs> ja, op welk platform ja. mag dat dan? Uh, <laughs> dat gaan we even uitzoeken. <laughs> Kunnen we weer dempt als proefkonijn gebruiken? Nee, die maar die, die, die Hoe lang ging dat door dan nog? Want die man ging achter me dat aan. Dat weet ik niet, want die, de full uh... video is unavailable. En dat zegt mij dat er oh. waarschijnlijk ook een stukje voor zit, wat misschien ook wat context geeft. We weten niet of niet die uh, marktraamman ja. in beeld is geweest. Kijk, het blijft natuurlijk nog steeds zo dat. We weten inderdaad inmiddels allemaal openbare... Even wat regent, toch? Nee, het regent gelukkig We <laughs> uh, Goed je het wel, door. toch? Ja, nee, maar anders wordt alles nat. Uh, maar maar, maar, maar uh, oh, shit. het blijft natuurlijk zo dat op de openbare weg... mag je gewoon filmen. Um, alleen, dat geeft je nog niet per se. Volgens mij ligt... Publiceren ligt wel uh, genuanceerder. Dus ja. het hele livestreamen... Uh, daar, daar is het laatste woord nog niet over gesproken. Als jij met een, een camera opneemt op de openbare weg. En je veel mensen. dan kunnen ze je in principe niks maken. Maar. Um, stel nou dat. Uh, moet ik moet even nadenken wat een goed voorbeeld is hoor. Um, nou, stel jij filmt iemand op de openbare weg. die. Um, goed, wat is een goed voorbeeld? Um, ja, ik ja. weet niet waar je heen wilt. Nou, wat je ik eigenlijk wil uit. aangeven. is dat, dat je hebt. Je mag altijd filmen, maar er zijn bepaalde situaties waarin je niet mag publiceren. Um, en die situaties zijn bijvoorbeeld als iemand, een, uh, uh, een, zeg maar als iemand uh, daar nadeel van kan ondervinden. Dus dat het smaad of laster kan zijn. En dan kan het nog steeds openbare weg zijn. Maar stel bijvoorbeeld dat je... Ik weet niet precies, dit zouden we eens moeten uitzoeken. Maar volgens mij is het namelijk zo dat als jij... twee zoenende mensen met elkaar, weet je wel, twee mensen die met elkaar zoenen filmt. En stel bijvoorbeeld, de een blijkt een vreemdganger te zijn. en jij publiceert oh. dat. dan heeft diegene. Uh, ja, maar weet je, dit, dit, oh, ja. dit kan al zo, zo simpel zijn als. hé, hey, hij zat daar op de fiets. terwijl die had gezegd hij zit aan de andere kant van Nederland. Weet je, dus dat het voor ja. iemand schadelijk is. Dat, dat kan al heel snel. En dat, dat is niet iets wat je op het blote oog eigenlijk zo kan beoordelen. Nee. En technisch gezien, ik weet niet zeker of dit zo is. maar als jij livestreamt, dan publiceer jij het al direct. Mm -hmm. dus dat maakt het ook weer lastig um, ik heb hier niet direct het antwoord uh, ook verderop maar wat, wat me wel opvalt is die clip begint met dat die guy zei van, Jij zegt, je zegt hallo en dat hebben we nooit hier in die clip teruggezien dus er is definitely ook wel iets voor laat ik het zo zeggen, ik denk mm. wel dat uh, dat als we zeg maar, want we hebben best wel wat rechten in Nederland en op dit moment wordt er niet heel moeilijk gedaan over livestreamen Um, ik, alleen ik, denk, <laughs> ik denk wel dat als iedereen zich zo zou gedragen Als Redempto um, En hij zal ook wel gewoon zijn dag niet hebben gehad Ik wil hem hier niet meteen Maar als, als alle IRL streamers Met die houding de straat op gaan Dan gaan er binnen no time regels komen Ik, ik moet zeggen wel. De dumper reacties waren ook weer erg enthousiast over streamers Ze hebben allemaal <laughs> geen talent oh uh, oh dus ja. als, oh je, als je echt niks kan dan kun Facts. je dit nog doen Zo voel ik me oh ook, yes. ook wel een beetje over mijn carrière <laughs> Dus in dat <laughs> opzicht zodat we dachten waarschijnlijk dat we niet nou aan het kijken waren. Maar ze dumpert <tie> tegelijkertijd. <tie> maar ah, daar is hij weer. Hij is toch Lijker, in Dukas, Ik ben vach, nu een in drie keer op Dumpert geweest of zo. En iedere keer is het gewoon weer zo'n gigantische berg. Mensen die echt een teringhekel aan je hebben. Het is echt bijzonder gewoon. Vast in de oud-achtbaan. <tie> ja, dat is top. Ongelooflijk. Maar goed, het blijft natuurlijk wel nog een dingetje. Dat, dat je het mag doen. betekent niet per se dat je. Hè? Als iemand vraagt je over man, ik wil liever niet op beeld. dat je hem dan alsnog ja. ja. op beeld gooit. Ja, precies. Dat blijft niet handig. Nee. Ik zie dat er ook... ook gewoon weglopen, toch? In plaats van uh, ruzie maken op... Precies. Ik heb nog een klein stukje context. Op Dumpert begint het filmpje iets eerder. Oh. Hey. New wave, let's go. Nee, 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 nee. Nee, what? Nee, we gaan niet zomaar filmen. Why? Why? Oh. I did say hello. I hey. New wave, let's go. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee, what? nee we gaan niet zomaar filmen. Why? Ja, hij begint al met niet filmen, terwijl hij niet eens het filmt. Ja, oké, okay, maar dat, het, het is wel zo dat, hij, dat hem, ja. hij, is, hij, is wel, hij is wel duidelijk in die move om zijn camera die kant op te draaien. En op dat moment wordt hij gewaarschuwd niet filmen. Dan houdt hij ook op. Dat is op zich wel netjes. Uh, maar had hij nou gewoon gezegd van oké, okay, maak je geen zorgen, ik film jou niet. Ja, Of weer ja, dat, dat wegloopgeval. Of weglopen ja, geval van weg. Dat is echt een, gewoon een best je eigen ja. van oké, okay, ja niet. Jou. Pepijn heeft het even uitgezocht. Uh, kijk, mensen roepen vaak portret, portretrecht, maar het is precies dit. Het portretrecht houdt in dat een foto of film van een bepaald persoon niet zomaar gepubliceerd mag worden, herkenbaar. Als de desbetreffende persoon een redelijk belang tegen de publicatie heeft. Dus inderdaad, op het moment dat jij in de gracht staat te zeiken, en iemand filmt jou, zeikend uh, in de gracht. Dan kun je daar in theorie bezwaar tegen maken. Want hé, hey, nu uh, sta ik de rest van mijn leven bekend als uh, die grachtpisser. Bij wij, snap je wat ik bedoel? Dus, dus ja, je mag alles filmen op de openbare weg. Maar het ligt wel iets genuanceerder dan dat. Ja. Ja. Ja, ik een beetje denk wel, wel, echt Rik, bijzonder lastig. Rick, heb jij eigenlijk ook eens nog, uh, ooit eens nog gehoord van die man tegen die paal aanliep? Uh, nee, daarvan niet. Oh. Waarvan wel dan? Oh ja, dat uh, nou, niet toen Dumpur, toen met, die, met dat winkelcentrum incident wilden die jongens oorspronkelijk aangifte doen tegen mij voor het publiceren van die beelden Hebben we nog wat van gehoord dan? Of... En, en toen van... zei ik, dat, dat moet je doen dan doe ik aangifte van mishandeling ik heb het op beeld staan en toen heb ik er okay. niet veel meer van gehoord Oh, oh ja, 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 ja. 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 ja, Het is ook wel mooi trouwens, dat de dumper boos werd op jouw filmpje dat iemand tegen een paal aanliep dat ze nou boos op jou worden. Alsof jij zeg maar die paal daar expres hebt neergezet. <laughs> zodat nou, tegenaan want, kan het was meer dat of hij of natuurlijk ook wel gewoon uh, dronken achter het stuur stond. Maar ja, ik denk, is het mijn autoriteit om een leeftijdsgenoot te zeggen... Nee, dat mag niet met alcohol op achter het stuur. Ik denk, ja, ja dat kan dat ik dat wel zeggen, maar dat... Dat hij tegen de paal loopt. Oh, Ik dacht het over een heel ander incident van heel lang geleden. Nee, ik heb nooit wat gehoord over die. Ik was ooit een gastengozer in mijn stream. Daar had ik een tijdje mee gepraat. Die ging op een gegeven moment weg in de auto. Toen reed hij zo volle bak met zijn auto tegen een paaltje aan. Omdat hij dronken in de auto stapte. Omdat hij dronken in de auto stapte. Dat heeft Duper leuk gehaald toen. Nee, die paalgozer heb ik niks van vernomen. Ik ben wel oprecht heel benieuwd. Hij zich voelt over het hele gebeuren. Ik hoop positief. Ik hoop dat hij erom kan lachen of zo. Ik hoop het maar. Nou, dat duurt nog een paar jaar, maar dat kan hij daarna zeggen. Kijk, precies. <laughs> dit was ik vroeger. <laughs> ik kan me het weer herinneren, zeg maar. <lacht> <lacht> en dan sta je ook wel voor Paul. Wow. Ik <laughs> <Wow. Okay. lacht> ga <Gaan> onder. Volgende <laughs> Oké. <Okay. lacht> <laughs> <laughs> Hebben we nog drama? Um, ik zit even te scrollen voor jou voor de drama. Um, nou, ja, het is wel Amerikaanse uh, drama. Maar er is een... Um, een streamster. En die is wat natuurlijk laatst hier in Nederland ook zo'n verhaal. En zij wordt... Uh, afgeperst. Uh, oh. En zij werd afgeperst. Um, zij heet uh, Wolfabel En ik heb er ook een clipje bij. En die zal ik er heel even bij pakken. Zij wordt dus afgeperst door een, een anonieme guy. Post... En ze legt hier uit... Wat er nou precies aan de hand is. Um, want het is wel uh, heftig. Gast. Post... Micro <laughs> I have been. Let me get my notes up. <laughs> I've been dealing with a. I've been dealing with a stalker that has been um... constantly threatening to leak a bunch of my information, my private life. Take your time. You uh, got this Thank you, Ixie. Thank you for seven months um and basically docks me unless i complied with their sexual demands um so i've been dealing with that which is obviously very scary <laughs> um and <it's> stressful <laughs> yeah that uh, was the was was clip this uh Ja, Iemand heeft haar al haar persoonlijke info uh, achterhaald en uh, dreigt dat nu te lekken. Um, maar wil dan zegt van ja, maar ik lek het niet als jij seksuele dingen voor mij doet. En ik neem aan dat het dan om nude sturen of filmpjes sturen gaat. Ik kan me niet voorstellen dat diegene echt wil afspreken, want ja, dan word je natuurlijk zo opgepakt. Uh, nou, dat heftig, joh. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Dit is wel even een andere koek dan het uh, Bintje-verhaal met uh, afpersen voor geld. Nou ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde, nee, toch? Hetzelfde, ja. Ja, nee, natuurlijk, nee, maar dit is wel. Is het heftiger? Dit is wel heel anders of zo. Dit is al. Ik vind het. Ja, dit is ergens ook. Een raar motief of zo, toch? Van als je nog snapt, oké, okay, die guy van het Bintje is gewoon. Uh, uit op zijn guppies en die is gewoon lekker aan het scammen. En deze is, is uit op zijn nood. Dit is toch eigenlijk precies ja. hetzelfde, ja? Ik weet niet. Dit is wel heel malicious, denk ik ja ik vind iemand bitcoin aftroggelen laat ik het zo zeggen natuurlijk dit is emotioneel heftiger maar ja, uiteindelijk vind ik maar. is het hetzelfde, het is hetzelfde toch? Dat is wel fijn natuurlijk. Ja nee dat wel. Ik vind wel goed dat ze dit bespreekbaar maakt op ja. de zin, zeg maar ja. met haar kijkers. Zo van weet je dit gebeurt mij en dit overkomt mij. Wat zullen jullie doen of um, help me weet je wel? Wat moet ik doen en hoe kan ik dit aanpakken? Dus dat vind ik wel echt heel knap van er, Want uh, dat is moeilijk hoor, lijkt mij. Als je hier in ja. Nou, toevallig ah, Je hebt denk, de... denk twee opties toch? Het is of blokkeren en gewoon negeren. En ja, als iemand ergens informatie post, gewoon laten wissen. Ik bedoel, uh, over het algemeen zijn, zijn er zat hele bekende mensen... ...die zijn adres gewoon overal te vinden staat. En dat overleef je allemaal nog wel een soort van. Uh, optie twee is een groep nerds erop gooien. Die komen op een gegeven moment een linkje met... ...hé, hey, hier is de WeTrans4Link van mijn nudes. Zit een IP-grabber op, je hebt die persoons IP-adres. Uh, politie erop, weet je zoiets. Ja, dat is toch bizar dat eigenlijk. In principe een groep. Nou, ik praat er heel dat makkelijk zou... over, nee, aangezien nee, ik dit nee. meerdere keren heb meegemaakt, persoon in chat. Ja, ik, maar... ik, ik, dit is dagelijks ja, ja, voor mij. Ja, maar jij kijkt. Jij mee van dat je een groep nerd erop moet zetten. in plaats van dat je de politie zegt van. Jou. Ja, maar de politie of gaat niks doen, die vaart IP-adres in. Dat is bizar. Dat, dat bedoel ik mee te zeggen van. Ja. Je zou eigenlijk zeggen dat die dat moet oplossen. in plaats van. Dat de politie de kan dingetjes. jammer genoeg niet zo heel veel voor je betekenen. Die zeggen, ja, ja. Wie, wie is het? Zeggen, ja, weet ik niet. Oh, nou ja, jammer dan is het dan ongeveer ja. wat je ja. krijgt van ze. Wat dat betreft gaan we ook een beetje nieuw territorium in met dit soort dingen. Want livestreaming, het uh, is een beetje hetzelfde als met dat verhaal in België. Dat je je persoonsgegevens overal bij moet hebben staan, ook als content creator, omdat je als business gezien wordt. En de, er is gewoon nog niet zo heel veel voor. En ik denk dat dat, ja, dat, dat is nu kut natuurlijk. Maar ik denk dat daar zeker nog wel veel gebied op, of terrein op te winnen is. En dat ook moet gebeuren. Het is ja. wel zo, sowieso met alles digitaal. Uh, dat zie je, als je Cheese from the Bacon kijkt, zie je ziet het in de chat. Kees van der Spek. Ja, het is altijd zo van, ja, de politie kan niks doen, want ik word online opgeleerd. Ja. Ja. ja, maar het, het komt gewoon veel voor veel voor. Er was ook een vriend van mij, ik ga geen naam meer noemen, maar... Dat ook, uh, ja, die, die, diegene ging ook dreigen van, ja, ik weet hoe je nichtje eruit ziet en foto's sturen en uh, oh, maar. je gaat me gewoon 2000 euro aan bits, uh, bitcoin, te, ga je maar overmaken en zo. En ik ga je opzoeken, ik weet waar je huis woont, ik heb je adres hier. Ja, het gaat gewoon echt nergens over, maar ik had ook zoiets van, ja, in dat geval ben je heel bang, zeg maar. En dan weet je soms ook niet wat je moet reageren, maar je moet dan eigenlijk heel krachtig zijn en zeggen van, joh, ik krijg de tering, blokkeren die app en... Uh, een zak in de stront, weet je Maar dat is zo lastig op dat moment. Dat je, zo, ja, je wordt zo ingesloten. Omdat die mensen helemaal weten hoe je ze helemaal bang maakt en zo. Ja, dat is gewoon uh, verschrikkelijk. Maar Rick heeft ervaring mee blijkbaar. Dus wat is jouw gouden tip? Gewoon negeren, toch? Ja, over het oh, algemeen ja. denk ik dat negeren het beste werkt. Aan de andere kant, het is toch een soort nijpend gevoel in je veiligheid of zo. Dus het liefst wil ja. je toch dat die persoon gewoon opgepakt wordt. En dat er op die manier mee gehandeld wordt. Maar ja, als diegene dan weer vrijkomt, Die gaat weer net zo hard door. Dat, die mensen leren er toch niet vanaf, joh. Gewoon, ik weet niet wat die hebben, maar. Nou ah, ja, meestal zijn het gewoon minderjarige. In mijn geval zijn het meestal minderjarige yogis. Dus als ze eenmaal een politie bij betrokken wordt. dan krijgen ze een pak slaag van mama. en dan is het alweer klaar, zeg maar. Wat klopt. Uh. <laughs> ja, maar ik denk dat goed. ik Daniel... Uh, zijn oplossing wel kan invullen. Blaf de honden buiten niet. fuck hem. Dat sowieso, maar ik vind wel ja. dat. dat um, en ik nou, verder vind... maar aan de bridge, trouwens. blaf blaffen de honden niet buiten. Zo, inderdaad. Ja, dat, uh, is, dat is wel waar. Het kan en als ze dreigen ja. je fucking nichtje te vermoorden of ontvoeren of zo, wil je dat risico dan echt nemen? Natuurlijk is de vraag: oh, bluff, doe maar. Ja, dat <laughs> ja, was, was een ja. Bert, werd gewoon geterroriseerd. Er was nooit echt afpersing. Er dus sprake Nee, toch? het was natuurlijk geen afpersing. Maar in, ja, over het algemeen met heel veel afpersing dingen is het natuurlijk wel gewoon dreigen en niet het werk doen. Want dat is alleen maar handig, want dan komt de politie er sowieso wel bij. Uh, maar ja, als het, als het om je eigen veiligheid gaat of bepaalde dingen... is het natuurlijk moeilijk om in te schatten of uh, iemand het wel of niet gaat doen. Nou, de ging het ook wel ver. Totdat er uh, brieven werden gestuurd of uh, wat dan ook... Met, uh, dat hij uh, in zijn eigen woonomgeving dat een pedo was en al dat soort dingen. En hij spoort niet. Het ging ook heel ver. Ja. Ik heb die ook nog als apart topic staan, de Brad. Die dus inderdaad al jaren... Uh, ja, wordt lastiggevallen door uh, een anonieme telegramgroep. Um, en inderdaad, kijk, het ding is dat natuurlijk dat, dat over het algemeen. Dus het, ik geloof dat er wel uh, 2000 mensen zijn, als het er niet meer, 17.000 of zo, volgens mij nog, nog veel meer. Uh, die, die blijkbaar een hekel aan hem hebben. Um, maar ja, uiteindelijk zijn er maar uh, een paar jochies die echt zo ver gaan om echt iets, iets te flikken. En dan nog uh, blijft het bij. Zeg maar ja, kat Ik snap dat het heel angstaanjagend is. Het is super kut als het je het ja. overkomt. Maar het blijft bij de baksteen door de ruit en de gravity op de muur en de brieven naar de buren. Wat super kut is als je dit overkomt. Begrijp me niet verkeerd. Dit is absoluut niet wat je wil. Um, maar gebeurt dat ook? Of wordt dat gezegd dat, dat, dat nee, het Nee, dat gebeurt. Oh, dat gebeurt echt gewoon. Oké. Okay. Hij wow. ja. is niet in levensgevaar, inderdaad. Dat dat een beetje je punt is. Ja. Dat is een beetje het ding. Dat iemand die je echt, zeg maar, dat op het moment dat je voor je leven moet vrezen, dan. Uh, dan kondigen ze dat meestal niet van tevoren aan. Hmm. Nee, ja, dus precies. dat is, dat is het ook een beetje dat. Ja, ik, ik, ik zit er een beetje in een soort tweestrijd. Want aan de ene kant denk ik. je kan nog zo goed je best doen om alles maar te verbergen. Um, maar iemand die echt wil, komt er toch wel achter. Ja, um, dat is zo. Dus, dus zeg maar, dan kan je maar beter gewoon. Weet je wel, dan kan je misschien nog maar beter, à la Rick. Volgens mij, Rick doet eigenlijk vrij weinig moeite om dingen te verbergen. Ja, ik heb dus recentelijk wel een uitgebreid beveiligingssysteem voor mijn huis gekocht. Ik ben daar wel heel blij mee. Dat geeft me wel echt gewoon een heel fijn stukje van. Nou ja. <coughs> uh, als je hier wat gaat flikken, dan staat de politie gewoon binnen een minuut op de stoep. Hmm. Bij wijze van spreken. Maar het is toch ook bizar dat je dat hebt moeten doen? Eigenlijk. Ja, ja nee. Het was dat was een kwestie. Bij zijn prijs een grapje. Ik zou het, maar het geeft me wel kunnen hebben. Ik had het van van tevoren al, maar. Maar moest je dat doen, Rick? Of was het gewoon voor jezelf? Ja, nou, nou, er zijn fijn, al bepaalde situaties fijn. geweest waarvan ik... Ik wil gewoon ook vooral heel graag dat als er iemand komt om wat te flikken, dat die gewoon gepakt wordt. Dus als er op een gegeven moment mensen eieren op mijn deur gooien, ben ik gewoon de kleine guy die met een honkbalknuppel gewoon een dag lang achter de deur gaat wachten. En gewoon naar buiten rent en je in elkaar ramt, toch? Ik vind vooral dat die mensen die dat doen, moeten gewoon uh, een keer goed op hun bengel krijgen. Uh, ja. Dus ja, daar, vanuit, daar, vanuit die logica heb ik toch maar in ieder geval geregeld dat ik uh, direct een connectie heb met de meldkamer van de politie. Uh, dan ben ik in ieder geval met dat soort gezeik ready, snel klaar. Dat mag niet. Ja, maar je mag ook geen eieren op mijn huis gooien... en dan betaal ik een boete en dan heb je een schedelfactuur of zo. Boeien. Dat zien we dan wel weer. Rult gewoon op. Ja. <laughs> ja. Ja, het blijft een last, ja, dat... lastige situatie. Alleen ik denk wel dat uh, in zo, op het moment dat iemand uh, zegt van... Uh, ik ga... Uh, de, ja... Mijn reactie is vaak, maar ik heb makkelijk praten. Mijn reactie is vaak, nou oké, okay, doe dan. Uh, je, weet, je hebt blijkbaar al uitgevolgd waar ik zit. Ik uh, zie je wel verschijnen. En uh, ze zijn in mijn geval nog nooit verschenen. Maar ik kan me voorstellen dat je, als je echt te maken hebt met, uh, met gekkies... of met mensen die niks te verliezen hebben, dan is het misschien anders. Maar, uh, Denk ja. je nog het steeds hetzelfde als je straks je kind thuis hebt? Ja, dat heb ik ook net zeggen. Ja. Nou, dat vind, ik, dat vind ik het enge eraan. Dat, uh, weet je wel, als iemand inderdaad mijn kind zou bedreigen... Dat zou, ik, ...dat zou heel heftig zijn natuurlijk. Um, maar... Um... Hoe zou je daarmee omgaan dan? Zou je dat gelijk ook negeren dan? Als in de blafde honden het niet? Of zou je ja, dan... Nou ja, kijk... Voor ik, maken? Ik zou, kijk, ik, Wat Rick ook zegt... ...ik vind dat je wel bepaalde... ...veiligheidsmaatregelen sowieso moet treffen. Dus... Uh, ...het is hier ook wel Fort Knox. Eh... Uh, en ik heb echt wel, uh, met iemand die daar uh, nog meer verstand van heeft, hebben we alle angles uitgedacht. Zodat je eigenlijk niet hier in de hele omtrek kan komen zonder op beeld te staan. Dus dat is onmogelijk om hier, zeg maar, de buurt eigenlijk al in te komen zonder dat je op beeld staat. Uh, oh, nee. Dus dat, dat sowieso en dan alarmsystemen, dat soort, dat soort ongeheimen. Dat, dat allemaal. Um, dus ja. Maar dat. Uh, ja, god. Ja, ik vind het een moeilijke vraag. Ik denk dat het inderdaad gaat veranderen met een, met een kleintje. Ja. Maar dan nog Logisch. steeds weet ik wel dat, uh, dat. Kijk, laat ik het zo zeggen: wat maakt die bedreiging. Die bedreiging is eigenlijk alleen maar een domme crimineel, toch? Want als iemand mijn kind iets aan zou willen doen, dan zal er altijd wel een mogelijkheid zijn. Weet je wel, of je gaat inderdaad uitzoeken op welke opvang die zit of whatever. De, 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 geen enkele misdaad is helemaal niet te voorkomen, toch? Ja, oké, okay, misschien de, de president van de Verenigde Staten, dat is, daar ga je het behoorlijk lastig bij krijgen om die wat aan te doen. Maar, maar zelfs dat lukt? Maar zelfs dat is in het verleden gelukt. Uh, en ik weet hoe bijvoorbeeld, ik heb een keer, um, toen ik nog bij BNR Nieuwsradio werkte, heb ik een keer Geert Wilders hadden we te gast. En ik heb gezien wat voor een beveiligingscircus eraan te pas komt om die man enigszins veilig te houden. Uh, en dat is niet normaal. Komen gewoon twee dagen van tevoren. Komen er gewoon snipers op het dak. Checken wat alle zichtlijnen zijn. En dan zeggen ze: Oké, okay, jullie moeten Aha. die stoel twee meter naar links verplaatsen. Zodat dat raam afgedekt is. Uh, ja, zo wil je niet leven, toch? Nee, dus, 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 nee. dus het is meer wow. van. van dus, dus, dus wat ik eigenlijk probeer te zeggen is. Um, dat is de enige manier om echt 100% veilig te zijn. Is om een kutleven te leiden. Nou, dat ja. willen we niet. Hm. Dus dan, wat is dan eigenlijk het verschil met die bedreiging? Ik snap dat het heftig voelt. Maar als iemand het echt wil doen... dan kunnen ze het toch al doen. Dus dit alleen, is eigenlijk alleen maar... Ja, en, ja. en, en, en ik denk dat de mensen die echt iets van plan zijn... die kondigen het niet aan. Dat is mijn theorie. Dan maar, maar, nee, 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 nee. gaan we meteen over moord mm. hebben. Maar ik bedoel, de afpersing over de, de nudes en geld... is wel een ander soort... Nou, als, of, ik, ik, ik moest vooral een beetje denken aan sextortion. Vroeger had je van die, van die scams... waar mensen dan op een webcam site gingen... op chatred of zo... Lekkere dame zit een beetje aan de boezem te spelen. Jij haalt je piemel uit je broek. In één keer is het, haha. Dit was een filmpje. Ik heb je penis. Die ga ik nu naar al je Facebook-vrienden sturen. Of je moet 500 euro betalen. Beetje zo'n soort dat. idee. Oh. En dan kun je wel zeggen, ha doe dan. Maar dan doen ze het ook vaak. Dat werkt nog wel. Want ja, via het internet kun je dat gewoon anoniem rondsturen. En dan zijn er vrij weinig nadelen of zo. Dus dan werkt het hele. Ja, maar dan, kijk, ja, heel, heel eerlijk. Ik, ik snap ergens wat je zegt. En als het inderdaad zo makkelijk is, dan doen ze het misschien ook wel. Maar in dit geval, in the first place, is het niet slim om je piebie op internet te laten zien. als je niet zeker weet wie, wie er aan de andere kant zit. Ja, Rick. Dat is deel 1. En deel dat is eenmalig 500 euro, jongens. Rustig. <laughs> en deel 2 uh, is natuurlijk dat. Uh, uh, Wat wil ik nou zeggen? Dat ja, als je, als je op een gegeven moment. Vatbaar bent voor dat soort intimidatie. Waar houdt het dan op, toch? Die people's verdwijnt niet. Die people, ik bedoel, ik heb dan zoiets, dan leg ik liever aan mijn Facebook-vrienden uit. Ja, jongens, ik was ga erbij <laughs> en uh, nu hebben jullie allemaal mijn piepje gezien. <laughs> dan ja, dan ja. dat ik. Maar, weet je wel? Ja. Maar Don't ga, negotiate is, with terrorists. <coughs> het is zo raar in je, in je hoofd. Is het echt een big deal of zo? En dan kan denk je, ja. <coughs> Sorry. Een paar van mijn vrienden en mijn moeder hebben nu mijn piepje gezien ja maar het, dat is ook ja, ja. wel makkelijk gezegd nee maar, maar uh, ik zeg maar, wel het, het, het is moeilijk om dat zeg maar uiteindelijk komt het er wel op neer van eh, ja nou, maar dat moeilijk. is voor iedereen weer anders weet je en ook wat, wat Daniel zegt van ja oké okay, doe dan kom dan zulke dingen kunnen op, op verschillende mensen echt gewoon een heel ander effect hebben en gewoon echt in, interne terror veroorzaken dat je niet eens weet wat je moet ja, het doen het eigenlijk gevoel, hè? en dan en, is ja dan... maar dan is het wel heel makkelijk om te zeggen van Realistisch gezien, de goede kans dat er niks gebeurt en uh, fuck it. Maar, de, de, maar dat denk, maar ervaar je is, niet het is, in zo'n moment. Die, maar eigenlijk, als je er realistisch over nadenkt, is dat het wel. Ja. Die, ja, maar als je al, in iedere situatie overal ja. reëel over na kan denken, dan zouden we een hele hoop minder problemen hebben in de wereld. Ja, maar dat is een persoonlijk probleem. Dat, dat... Nou ja, ja kijk, Ik en denk en echt ja. dat het te makkelijk gezegd is. Oké, okay, maar wat is het alternatief dan? Nou ja. Ik heb niet per se een alternatief. Sowieso denk ik dat er uh, vanuit, uh, nee, ik zal het maar even justitie uh, gezien, meer mogelijkheden moeten zijn om dat soort dingen aan te kaarten, aan te geven. Um, en ik denk ook dat heel veel content creators, ik zal het maar even breed nemen, um, dingen ook te makkelijk te ver laten gaan met het idee van, ah, het is mijn internet. Het is maar een anonieme guy. Maar hoe nou. bedoel je, wat, want te makkelijk te ver laten gaan, wat, waar, hoe, je kan toch niet iemand ja, ja. weerhouden van te ver gaan? Nee, maar dat, dat ze geen stappen ertegen ondernemen. Dus het gaat een beetje twee kanten op. Weet je, dat ze nou ja, hate speech, bedreigingen, weet ik veel wat, via een willekeurige chat X binnenkrijgen en daar, geen, daar niks mee doen met het idee van ja, pff, het is maar internet. En aan de andere kant is justitie ook niet in staat op dit moment om daar echt actief iets mee te doen. Er zijn natuurlijk wel uh, de, um, uh, de, de, de ja, internet zeg maar. Um, maar, ja, kijk, die maar die maar hebben die lang hebben... niet de capaciteit of de, de dingen... om daar echt actief ja. ook iets mee te doen. Nee, nou, nee maar ja. dat is dus toch het probleem. Kijk, en ik ergens snap ik dat ook wel. Want ik heb toevallig zo'n uh, mevrouw in de studio gehad... van die uh, digitale recherche. En die heeft me toen verteld van... ja, uh, ik, ik heb het toen uh, buiten de uitzending... heb ik dit, dit soort streamerproblemen bij haar aangekaart. DDoS'en, uh, dat soort dingen. Um, en zij zegt gewoon van... ja, heel eerlijk, het is onze tijd niet waard. Want vaak blijken het... 15, 16 jarigen te zijn die we toch niet kunnen vervolgen. Um, en het grote probleem is dat ook in veel gevallen hebben ze nog niet echt, behalve bij dedels... maar in veel gevallen hebben ze nog niet echt een misdaad begaan. Uh, want je kan dreigen en je kan insinueren. En dreigen kan strafbaar zijn. Weet je, als je iemand daadwerkelijk bedreigt met uh, 'ik kom naar je huis en ik ga je iets aandoen', dat is een bedreiging maar alleen zeggen... hé, hey, heet jouw nichtje dit en dat... is heel angstaanjagend... maar is geen bedreiging. Uh, dus dan heeft iemand in, in, nog niet ja. iets strafbaars gedaan. Nee. Um, en ja, heel eerlijk, als jij... want dat vond ik nog wel het meest eye-opening... en daarom denk ik dat uiteindelijk... als je er goed over nadenkt... snap je ook wel waarom wij gewoon niet zo belangrijk hierin zijn. Um, als je weet hoeveel smerige, gore pedotroep... er op internet gebeurt... waar zij hun handen vol aan hebben... Ja. Uh, dan snap je ook wel dat zeg maar een streamer die een DM krijgt... waar waarschijnlijk, want de politie doet ook een kansberekening... waarschijnlijk helemaal niks mee gaat gebeuren... want het is waarschijnlijk slechts een loosdreigement, loosdreigement of een, 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 een afpersing. Ja. ja, dan snap ik ook wel dat zij zich liever concentreren op de uh, real bad shit. Ja, als ja, het bij berichtjes alleen nog maar is... dan kun je inderdaad zeggen van, weet je... Ah, ja, ik denk ook wel dat het lastig is om te zeggen: van hey, waar ligt dan überhaupt die grens? Yeah. En ja, het is sowieso een heel, heel lastig probleem. Want ik, ik heb yeah. zelf ook meer zoiets van: ja, oké, okay, nou dan weet je waar ik woon. Succes. Ja. Maar, maar, om het maar. toch maar... Eens terug te halen op die streamster? Heeft zij wat er gestuurd daar? Want ze zag er redelijk aangeslagen uit. Wat was daar uiteindelijk het resultaat van? Nee, ze heeft uiteindelijk. Uh, heeft ze natuurlijk een beetje om zich heen gevraagd, en uh, ze heeft geen nudes gestuurd, obviously. En goed, goed. volgens mij, ja kijk, weet je wat het ding is: hoe, hoe die, die gozer die hard dreigt met die gegevens te lekken, hoeveel platform heeft die? Weet je, ja, hij heeft het op een Twitter gezet ja. met twee followers. Oké, okay, nou, big deal. Uh, dus, dus dat is het ook een beetje. Alleen zij wilde wel graag mensen waarschuwen van dit gebeurt. En uh, laat je ja. absoluut niet verleiden om fucking nudes te sturen. De, liever, en laat ik zo dat zeggen, je adres lekken is uh, beduidend minder erg dan uh, dat je nudes uh, lekken. Toch, Rick? Je hebt het allebei meegemaakt. Nudes lekker en adres ja. lekker. Ja, uh, ik ben nog steeds. Be de nudes zijn best wel, best wel goed voor mij. Zeg maar. Als het toch of een de de nude moet, lekker, is een goede nude, toch? Zegt hij met volle mond. Dus. <laughs> nou, ja. <laughs> ja. Fair enough. Is smakelijk. Ja, <laughs> nude kun je voor de rest niet zoveel. Die kun je alleen maar een beetje bewonderen en een beetje met open mond monden kijken, natuurlijk. Met een adres. En ik denk dan ook iemand die al dreigt met het leaken van je adres. Iemand die dus al eigenlijk aangeeft, ik ben in staat om jouw gegevens te verspreiden. Die zou ik zeker niet nog meer dingen geven die nee, potentieel denk, die potentieel kan verspreiden. Ja. Die doet zijn ja. eigenlijk 100% op het internet. Ja. Dat en dan kom je ook weer een ja. beetje terug met die hele um, sextortion. wat ik net zei via chat -toolet. Als je dan dus betaalt, ben ik achtergekomen, dan uh, vragen ze gewoon nog een keer mijn bedrag. Ja. Hup. Dat stopt niet meer dan. Hoe ben je nee, tegengekomen, dan... Rick? <laughs> <laughs> ja. Nee, maar stel, zij stel zou daadwerkelijk nudes gestuurd hebben. Dus gewoon, yo, stuur meer nudes. of ik lek je adres en je nudes. Uiteindelijk graaf je natuurlijk een steeds dieper gat voor jezelf. Dus dat is sowieso niet uh, de oplossing. Nee. Nou. Nee. Nog en gewoon inderdaad, uh, gewoon uh, toch is negeren vaak de, de beste optie. Uh, maar heel even terug naar de Brad. Want ik zie dat hij nu ook in de, in de chat is. Um, ik vind dat best heftig. Want zelfs uh, mensen die gewoon. Met hem voor het eerst in aanraking komen, worden dan ook soort van bedreigd. Weet je wel? En het nadeel is natuurlijk dat ze. Um, ja, dat ze wel een bepaald. En dat vind ik het erg aan. Zo zo'n telegramgroep, zo'n pestgroep. heeft wel een bepaald soort macht. Uh, want die, ja, die kunnen jou wel uh, het leven zuur maken. Weet je wel? Oké, okay, tuurlijk. Je hoeft niet daadwerkelijk bang te zijn voor je leven. Maar als je inderdaad kijkt naar zo'n bridge, die, uh, ja, die wordt het leven wel echt heel erg zuur gemaakt. Uh, en ik zie dan... Kijk, ik uh, zit zelf niet in die groepen. Ik hoef daar absoluut niet mee geassocieerd te worden. Maar kennelijk uh, voelen zij zich gerecht... Ik vind sowieso wat ze doen wel geluk. Maar zij voelen zich dan gerechtvaardigd... omdat zij vinden dat hij dus... Uh, zij denken dus dat hij pedo is, zeggen ze. Um, ja... Dat zijn, we hebben het er net over gehad. Pedo-shit wordt heel hard aangepakt door de politie. Dus als dat daadwerkelijk zo is en je hebt daar bewijs voor, stap dan naar de politie. Volgens mij heeft de politie hem nog steeds niet opgepakt. Dus ga ik er eerlijk gezegd vanuit dat sta ik, ben ik op dit moment eerder Team Bradge dan Team Pestgroep. Omdat ik denk, ja, uh, als hij echt zulke hele heftige shit had gedaan, waarom moet een telegramgroep dan Justice gaan? Uh, dan hebben jullie toch gewoon genoeg uh, materiaal. Ik, We hebben uh, gewoon ook over ah, ja. die. Waar een beetje mee begon met je verhaal. Van dat als hij andere mensen ontmoet, dat die ook de volle laag krijgen, zeg maar, toch? Sorry, wat dat zei je Nou, ik weet dus dat, dat bijvoorbeeld. Dat, dan dat zeg uh, maar, omdat hij nieuwe vrienden maakt of kennis heeft. En, zo, en dan gaan ze die ook aanvallen. Zodat hij. Hij nou, zei blijft. net in de chat: Hij had, had een leuk meisje ontmoet. Ze waren een beetje aan het date. En toen is hij gewoon zo gemanipuleerd dat ze hem gewoon compleet op laten vallen. Ja. maar is ze gemanipuleerd? Ah, Bizar. Van holy shit, hier zwermt zo'n grote. Zo shit, nee, mij, als guy, als ik ze belicht goed lees... hebben zij ook echt gewoon contact met haar gezocht. Ja, precies, maar dat zou ik Om allemaal dingen zeggen. aan te praten. Over... ook op het internet. En dadelijk komt er een baksteen door mijn eruit. Ja, ook iets wat je moet meenemen, natuurlijk. Je date je, je wel uiteindelijk voor iemand. Dus je ja, zit ook in één keer in dat wereldje. Ja. Ik, uh, en, ja, en dan ja. kunnen ze je heel klein houden. Dat is echt, en dat bedoelt Daniel een beetje met die macht, denk ik ook. Van, dat heel, eh, kunnen ze dus toch wel voor elkaar krijgen. Ja, ze kunnen je natuurlijk best het leven zuur maken. Uh, en ja. dat, dat, dat heeft denk ik uh, Bradge volgens mij ook wel ervaren. Um, en de, ik vind dat wel lastig. Dat dat, uh, ja, hij, hij zit hier ook. Hij zegt, natuurlijk uh, moet je dat meenemen, maar dat geeft ze niet het recht om die shit te doen. Het is in en in triest. Al mijn collabs, vriendschappen, dates gaan allemaal naar de voor Om het even nou, zo te zeggen. Nou, toevallig, ik wilde misschien een stream doen met de Bradge. Maar ik heb wel bericht over ja, misschien moet ik dat niet doen, want straks krijg ik ook deze mensen achter mij aan. Ik, uh, heb Misschien kan we dan ik, beter direct van hem distancieren. Ik heb hetzelfde overwogen. En met name na uh, want ik uh, bedoel, uh, ik hoorde dat een. Uh, ik zal even geen namen noemen, maar een collega-streamer die had aangekondigd. Ik ga een collab met hem doen. En die, die werd toen eigenlijk ook al bedreigd. Uh, en niet oh, fysiek bedreigd van we komen je wat aan doen. Maar meer zo van, hey, luister, we komen achter jou aan. En dat betekent gewoon van we gaan je het leven heel erg zuur maken. Uh, en ja, dat lijkt me. Dat is gewoon toch iets. Het, het, het erge is. dat het verleden heeft uitgewezen dat ze dat ook echt kunnen doen. Uh, en dat vind ik het, het zure aan. Ja, in lol, tegenstelling hoor. tot die nee, eerdere casussen. waar mensen eigenlijk gewoon veel blaffen deden en weinig bijten. Uh, wordt die zeker wel gebeten. Dus is dit ook wel. een iets legitieme reden om je daarom te distancieren. dan uh, iemand die. roept via een DM met. Ik ga je adres lekken. Hm? Ja. Ja, ik bedoel, zeg maar, hè, met de bridge is het daadwerkelijk ook gebeurd. Dus in plaats van dat jij. Uh, ja, oké, okay, maar wat is. Het, kijk, natuurlijk. Er uh, krijgt, uh, ja, dat is een beetje het ding. Is dit weet natuurlijk je wel? Uh, volgens mij, als ik het even opzom, wat is de bridge overkomen? Ja, uh, het, uh, die, die... Alles, letterlijk. Ja, ja oké, okay, ja, alles. Sorry, dat is even zo stom, zeg maar. Ja. Wat is hem niet overkomen? Nou, oh, hij, is, is hij, is, hij heeft zelf geen, volgens mij, geen fysiek geweld ervaren. Want ze zijn, het zijn allemaal hele stoere jongens op internet. Maar er is niemand die daadwerkelijk hem daadwerkelijk even in elkaar is komen slaan. Correct me if I'm wrong. Uh, dus, ja, dat dus, een, dat is, dus dat is een in beetje het ding. Dus dat is een beetje het ding. Weet je wat ik denk? Als jij echt er heilig van overtuigd bent dat iemand zo slecht is. en je weet waar die woont. geef hem dan een paar tikken op zijn bek. Maar nee, in plaats daarvan is het. Uh, oh ja, nee, we gaan uh, met Gravity spuiten en een baksteen door ze eruit gooien. Ja, dat is, even, dat is wat ik bedoel. Het is extreem irritant, maar net niet. Uh, ja, nou ja. Het is op zo precies zo'n kutgrens. Ik vind het wel stoer dat hij gewoon doorgaat met wat hij leuk vindt. Ik, ja. Het lijkt me heel erg moeilijk om, om in zo'n situatie... Dan, zeg maar, waar je juist opgetreid het kan worden. En dat is dan online, de online wereld. Om dan gewoon door te gaan met, met je hobby. Vooral mij, voor mij was dat keyboard spelen of piano maar, spelen wat hij doet. Ja. En ja, dit, dit, zoiets moet eigenlijk gewoon doodbloeden, die community. Maar dat, ja, dat kan maanden duren, jaren duren, dat, dat weet je niet. Maar uh, negeren lijkt me het beste. Uh, ook al is dat. Fucking moeilijk, natuurlijk. Het is gewoon, ja. Het is gewoon een kutsituatie, dit. Heel aardig. Er is al... okay. Ik zie trouwens dat de chat nu. De, de, ik, sorry, zo bedoel ik het niet. Van ze uitdagen. Maar het is meer van. Ik, ik, ik probeer er gewoon na, duidelijk te maken. Dat ik vind het over het algemeen. Uh, zeker. Kijk, ik daag ze niet uit. Maar wat ik heb gezien van de zijlijn. Vind ik het allemaal gewoon een soort van. Ik vind het allemaal van die. Het is, het is meer treiteren dan daadwerkelijk. Ja, maar dat kan ook heel, doen, dat, toch? Dat is alsnog super vervelend, toch? Ja, het is vreselijk. Bedoel, is eigenlijk ja, nog kutter. Ja, mensen zijn jarenlang gepest en die hebben er nog steeds last van. Dus het, ja. Ja. Maar op een gegeven moment ja. georganiseerd treiteren. daar moet toch zeker wel wat aan, aan te doen kunnen zijn. En ik ben helemaal niet bekend met de situatie verder. als dat ik weet wie die is. Maar um, wat zegt justitie. Wat, weet je, als je daar de politie gaat mee, dat, het kan toch niet zo zijn dat ze maar zeggen, ja, het is online, we weten het niet. Nee, ze wilden, nou, ik de, ook, ik bedoel, ja. de, op het moment dat die baksteen door zich uitging, wilde de politie daar ook wel wat aan doen. Maar ja, ja het was ja. gewoon een, uh, een klein jochie in een bivakmuts. Uh, en er waren wel camerabeelden, maar ja, het is een klein jochie met een bivakmuts. Die gooit een steen en die is weer weg. Ja, zie die nog maar eens te achterhalen dan. Of, yeah. sorry... Ja, en de branch had inderdaad ook nog op een gegeven moment. gewoon dat vanuit politie hem geadviseerd werd. gewoon te stoppen hè, met zijn online activiteiten. Ja. ja. Dat en ik had. Ja, je het voor dat je is je doen. makkelijk. Dat heb je al geprobeerd. gewoon te stoppen met uh, dingen doen online. Ja, het ja, ja, dus is een ja. beetje. Weet je dat dakloos kopenhuis-type beat? Ja, ja, ja. ga <laughs> je ook zo stopt met ademen. dan ben je er ook vanaf. Ja, dat gaat dan nergens <laughs> over. Ongelooflijk. Nou, de branch is vooral support. een oplossing voor de politie. Doorgaan ja. met wat je leuk vindt, belangrijkste. Dat sowieso. Ja, alleen kan ik me ook voorstellen dat hij wat, dat zie je ook dat hij keer op keer weer gewoon toch uh, ja eigenlijk weer de handdoek in de ring uh, gooit, uh, want dat treiteren houdt gewoon niet op en het wordt alleen maar erger. En uh, dat ja. Er is maar geen oplossing? Brett moet zelf bij de politie. Ja. ja dat goed. is gewoon. Ja, een oplossing rond erbij. Oplossing. Ja, hm. zijn hele zond. Burgerond. Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Uh, inderdaad, ik denk dat we er genoeg over gezegd hebben, maar het blijft een. Uh, uh, ik, ik denk ook niet dat dit hier het laatste wordt nog niet over gezegd, toch? Nee, ik nee. Denk... nee, maar dit, blijf, dit gaat altijd blijven gebeuren, ook met ja. andere streamers en influencers. We, alles en... wordt steeds meer online, dus dit het is wordt wel echt alleen een maar groter, denk ik. Dit ja. is wel echt een content opportunity voor oh, de badge. Hij daalt backpackje op en dan je eigen recenseur of je eigen zaak. Mm -hmm. <laughs> ja. En dan op zes platformen gaan streamen. Ja, en yes. dan. Let's go. So. Met allemaal gesponsorde oh, streamdokters. Ja. Yeah. <laughs> um ik zit even te denken ik heb zoveel Twitch heb je nog een topics leuk onderwerp, uh, ja ik ik, 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 probeer, okay, ik, ben, ben even, ik ben even ik ben even aan het scrollen door de onderwerpenlijst. ik en ben ik... Hier natuurlijk alleen om tien uh, minuten lang over mijn nieuwe kanaal te praten hè? dat is zo'n soort boekentje bij de wereld draait door ik dacht dat het over mijn kanaal dingen hebben die heb ja, ik er ik nog wel nog bij staan. <laughs> maar dat is wel weer een Twitch oké okay, dus Rick jij hebt uh, een tijdje geprobeerd we hadden het hier over gehad om op een nieuw kanaal een, ja, een geheim kanaal te streamen <kwijnt> Timeslang mm -hmm. gameplay hoe ging dat uh, nou poeh. Nou, de eerste stream was echt dramatisch, want uh, ik ben natuurlijk heel erg gewend aan de luxe van mods. Dus ik had niet eens door dat ik op de categorie Engels streamde en dat de game helemaal niet gefixt was. Dus dat was sowieso een beetje gefaald, maar dus nul kijkers. En dat heeft ze dus doorgetild tot stream 5 met nul kijkers. Ik heb echt alles geprobeerd, just, just chatting, Fortnite. Toen de vijfde stream ben ik gewoon bij Puck en andere collega streamers in de chat reclame voor mezelf gaan maken. En toen heb ik uh, elf kijkers aangetikt, wel. Dus dat was wel netjes. Maar eigenlijk, als je <laughs> de video gekeken, is het dus wel dat sommige mensen gaan dus wel echt op je klikken en naar je kanaal. Ja. Ze zelfpromotie maakt. Ik denk dat zelfpromotie in mijn geval beter werkt. Omdat ze zien dan, oh, het is Rick. Terwijl als ja, weet maar je alsnog. Alsnog, alsnog ze. Zelf... Mensen komen wel op je kanaal. Maar dan schelden ze gewoon de tering in. En zeggen ze, what the fuck, hou je back met je zelfpromotie. Ja. Maar dan heb ze je wel een kijken. Weet je, je, je wel, ja, hebt wel een doen. Ik heb ook wel vaak als mensen in mijn ja. stream zelfpromo <laughs> doen. Vooral als ze nu live zijn. Dan ga ik altijd op stream hun stream kijken. Ja, ik ook. Dat en dan zeg ik, ben je nou gewoon live mijn stream aan het kijken? Wat is dit voor kut En Dan doe ik echt precies hetzelfde. Dat is wel een goede tip eigenlijk. Echt heel ja. leuk, <laughs> maar ik, ik, ik snap het wel dat je op een gegeven moment gewoon zo wanhopig bent voor kijkers dat dat, dat is wat je. En weet wat wat je wat erger is nog dan? Dan maak ze eerst zelf promotie in jouw chat. Dan ga je naar hun stream. En dan is die stream gewoon compleet stil. Dan zegt hij helemaal niks. En dan zie je alleen Fortnite gameplay. En dan denk ik: Hallo, ga je nog wat doen? Ga ik hem nog aanmoedigen? Ook, ja, hij, hij is druk naar jouw stream aan het luisteren met oortjes in. Ja, ja. Dus denk waarom doe je dit nou? Wat is voor dit voor zin? Nu ben ik er, nu heb je je aandacht en doe dan je ding. Maar ja, dat doen ze ook nooit. Nou ja, het enige wat ik dus een beetje bewezen heb is dat het in ieder geval erg moeilijk is om uh, door te breken op Twitch. De mensen vroegen zich wel af, aangezien het tweede kanaal nu bekend is en ik ook gewoon geregeld op live ben. Of er nog een derde kanaal komt. Mm. Uh, misschien, is ik me een keer verveel, wil ik het experiment nog wel een keer proberen. Maar dan met Engelstalig of zo. Maar het, het idee was dus hard te, hard te hard. kijken. hoe snel jij weer groot zou zijn met een nieuw kanaal. Ja, me ik was over. benieuwd. of op een gegeven moment, als er eenmaal tien kijkers zouden zijn. of het dan een beetje zou gaan lopen en zo. En of het dan organisch langzaam zou groeien. Maar na vijf streams had ik gewoon nog geen enkele chatter. En toen was ik er wel weer klaar mee eigenlijk. Wat je ook kan doen is met thuislang gameplay gewoon Engels gaan. En dan in Engelse streamers komen van hé. Hey, uh, ik ben live. Ik ben ja. live. Ja. Ik denk dat het sowieso dan beter werkt. Want als jij eenmaal door een paar echte mensen gezien wordt. en. Denk, oh, dit is Rick op een ander kanaal. die gaan het elkaar natuurlijk gewoon doorvertellen. Maar dan ben je al zeg maar Rick, de bekende streamer, toch? Ja, ik had, ik had al een gigantisch voordeel. toen ik begon met nul kijkers. en zelfs daarmee heb ik geen kijkers weten te krijgen. vijf streams lang. Maar nu snap ik wel waarom het hosten weggaat. Dit is blijkbaar meer de manier om jezelf te promoten, toch? In andere streams. Oh, ga, dit, ga dit alsjeblieft niet aanmoedigen. Nee, 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 wat een, nee, zeker, een fijn bruggetje dit. Voor de rest over het kanaal. Ik heb hem dus aangemaakt uiteindelijk door Daniel. Die, die had dat eigenlijk aangeraden, die zei dat best wel wat grote Amerikaanse streamers een tweede kanaal hebben. Ja, gaan we verder. Nou, het was meer vanuit de gedachte dat um, veel mensen zijn toch wel bezig met cijfers. Uh, zeker als je, weet je wel, als je je geld met Twitch verdient. En af en toe wil je ook weer voor je plezier. Iets doen waarvan je weet dat het niet zo goed scoort. En veel grote Amerikaanse streamers kiezen er dan voor om dat op een uh, ander kanaal te doen. zodat het hun gemiddelde niet omlaag brengt. Ja, nee, dat ben ik dus ook een beetje gaan doen. Dus de nu toe speel ik echt alleen maar RuneScape op de tweede kanaal. Nee. Het <laughs> is echt fucking saai. Maar tot nu toe merk ik wel dat ik het echt de leukste streams vind. juist omdat er gewoon een heel klein groepje mensen kijkt. en ik ben gewoon puur fucking saai gameplay aan het doen. En een beetje zonder met Luba gaan kijken of zo inderdaad. Uh, maar ik, ja, het voelt wel weer een beetje als early day streaming ofzo. Dus waar ik ook inderdaad midden in de nacht live ging. En het boeide niet hoeveel mensen er keken. Als ik maar gewoon een beetje naar mijn zin had. Dit klinkt wel een beetje als je main kanaal ook. gewoon, <laughs> ja. Alleen met minder mensen. Ja, het is mijn main kanaal, maar dan met minder mensen. En, het is nog, en ik doe niet mijn best om, om grappig te zijn. Oh, ja, okay. Dat is wel lekker. Ik had nog één, uh, uh, nou, het is niet echt een topic. Het is meer een vraag aan jullie. Uh, wat is heel erg hype, maar moeten we jou niet voorbellen? Oh, doet hij? Oké. En het hoeft, niet een goeie, een he? het hoeft niet per se een game te zijn. Hè? Het kan ook. Uh... Product of zo, toch? Ja. Krok, uh... zeg een tering, moeilijke vraag. Je hebt beter aan het begin van de. Nee. <laughs> nee. <laughs> ja. Ja. Jongens, hoe was je dag? En, uh, of hoe was je week? Maar. Waar moet je bij jou niet verbellen? Slaapstreams. <laughs> mm. Oh. Ja. Ja, ik zie Rafania in de chat, dus ik, die doet natuurlijk Ugh. af en toe slaapstreams, maar dat lijkt me echt een heel open aarde. Maar je hebt dus ja, een, een, wel hebt een hekel aan slaapstreams, of niet? Sorry, wat? Nee, nee, ik zit er een beetje in een hoekje te proberen te drukken. Het lijkt me wel interessant om te ik zien... probeer je drama oh, te creëren, je, Daniel, kom op! Wat je s'nachts <laughs> een beetje doet. Ja, niet, niet heel heftige dingen neem ik aan, maar in ieder geval, ik heb mezelf nog nooit nacht zien slapen of zo. Dat lijkt me wel nieuwsgierig. Ben ik ben wel nieuwsgierig naar. Maar dat is niet de antwoord op de vraag, sorry. Ik weet niet of. De, laat ik het zo zeggen. Een keer opnemen. Interessant. Meteen live uitzenden. I don't know. Ja. Misschien. <laughs> uh, ja, je, je weet gewoon niet. Uh, <laughs> ik ga ervan uit dat ik niet in mijn slaap praat. Maar als ik dat wel zou doen, dan ben ik bang voor wat ik zeg. Zo. Mm. <laughs> ja. Je vindt zin <op> de klootzak. <laughs> ik heb er nog wel eentje. Een headset met kattenoortjes. Oh ja. Okay. Oh, en ik heb wel te maken hoor. Oh, ja. Als we toch op de tour die, uh, die kant op zijn. hot-up streams, man. Mijn hemel. Dat is dat, dat, zo. Dat wil je graag? Nee, nee juist niet. Daar moet je mij absoluut niet voor bellen. Dat is echt verschrikkelijk. Oh, Zo'n bananen ga je dan, stift ga je dan Maar ik weet niet of het wat erger is. De streamster die. Of nou, in dit geval uh, ja. zijn het vaak streamsters. Maar de streamer die het doet. Of de kijker die er dan denkt. Ja man, weet je wat ik ga doen met mijn 20 gifts in mijn broekzak? Ik ga op die banaan met mijn naam, dan heb ik het echt gemaakt hè? Ja, jij hebt nog oh, nooit op die banaan, banaan is... gestaan bro. Je moet het ja, gewoon een maar, keer een kans geven. Het is wel een fijn gevoel hoor, als je naam op die banaan gaat, eerlijk? dit maakt het echt <laughs> schrikkelijk. Ik denk, weet je, wat, wat, wat ja. krijg ik als ik bij jou sub? Niks, precies, huh, dankjewel. Maar wacht ervoor, want dan ik ik krijg ik daar de mijn de naam de op een banaan. Zal wat zeg je? Met een stift. Nee, T ik zeg, ik kijk dit niet. Wat is dit met die banaan? Ik, heb hier, ik moet even uitleg bij. Weet je de banaan niet? Je bent Wat? niet beginnen met banaan de banaan? De, banaan? de, 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 de Pickle de Rick, pic <laughs> zeg je dat wel iets? Oké, okay, dus... Nou, iemand anders moet het uitleggen. <laughs> ik ben heel onschuldig, hoor. Het Ja, jongens. Ja, ja. de, ja. de Vinci, leg jij het even uit. De Vinci. Ja, de Vinci, de vinci, Pot, ja, ja, de vinci nee. vind ik gewoon een mooie. <laughs> Oké, okay, nou, je, je koopt een bad. Dat is dan de hot tub natuurlijk. En dan, uh, dan leg je daar... Dan ga je een, een, een banaan kopen die je kan opblazen. Nou, en ja. tot die flink hard is natuurlijk. Mm. Want je moet wel... Ja, je moet er goed, goed op, op natuurlijk. Nou, ja. en op een gegeven moment als dan iemand een subje doet... Nou, dan pak je zo'n dikke grote stift... En dan ga je gewoon die naam erin krassen gewoon. En dan op een gegeven moment als die vol zit... denk je, ja, kut. Maar dan ga je hem schoonmaken. En dan ga je op opnieuw beginnen. En dat is jouw hele maar dag. Ze pakken niet eens een nieuwe. Of de huh? nieuwe meta is gewoon voor ik, 50 subs op een deel je, oh, ja, ja, ja. je mist je wel... Maar je mist wel één essentieel onderdeel... Je moet oh. vervolgens natuurlijk ook wel half naakt op bikini. de banaan gaan zitten. Ja, ja, ja. Natuurlijk. ja, ja, ja vergeet niet aan dat je regelmatig moet opstaan. Je even strekken. Wel kijken wat er achter gebeurt. daar ja. tien minuten naar kijken. Terwijl er niks is behalve een schuttingmuur. Ja. 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 En dan denken, oh, oh, dat was toch niks. En je dan maar weer terugdraaien. En dat gewoon rinse repeat acht uur lang. Tot je helemaal ik wil niet shapen, maar, maar wat ik het ergste vind waarvan ik denk, oké. Okay, weet je dat dat er zo dat, dat sommige streamers hebben dan een spiegel in de ja, achtergrond ja, ja, staan ja, ja, ja. Oh, nee, echt? die precies zo geëngeld is ja 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 nee. Echt? En ik dat in zie thumbnail voorbij komen... en dan denk ik... ja nee. Toch even klikken. Toch even <laughs> kijken. Toch ja, even kijken. Ja, ja. En het, het is uiteindelijk... Het is, ik zeg je eerlijk. Ik, bedoel, ik, ik maak regelmatig wel even dat rooien. Want ik vind Just Chatting nog steeds een leuke categorie. Maar ik kijk af en toe ook wel eens in die pools, tubs en beaches. En dan zit je te klikken. En dan, en dan zie je zo'n spiegel en dan denk je... Jij hebt hier godverdomme over nagedacht. Dan zie je de volgende. <laughs> en die heeft inderdaad weer iets anders bedacht. Die, oh, ik laat 600 bad eentjes vallen. Nu moet ik ze allemaal gaan oprapen. Dat je denkt. Ja. Ja. Uh, ja. Ik moet zeggen, dan wil ik wel even een shout-out geven aan. Weet je ook, RomyX of zo? RomyXX? Onze Nederlandse streamster, wel in het Engels. Die heeft ook wel weer. Uh, gewoon, ja, het concept heeft ze helemaal door. Ja, ja. Je een backcamera. Dat is top, ja. hè? En ze heeft ook die, die geluidjes op de go ...met de... Ah! ...als ja, het ja. gesupt, Ik vind er het, het echt... Nee, maar <laughs> het is wel uitgespeeld. Ik bedoel, ik, ik kan niet zeggen... Ik, het slecht, ...ik zeg alleen respect voor die shit. Ik, respe ik respecteer het ook. Ik bedoel, uh, ik respect de ja, ja. grind. Ja, ik ben van mening dat Twitch... Uh, ...er een beetje op zou moeten... Uh, ...downclampen. Dat vind ik. Maar... Zolang Twitch dat niet doet, ja, luister, uh, ga je money pakken. Maar ik kan me ook wel voorstellen. Uh, ik heb in het verleden ook wel eens gehoord dat. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat voor vrouwen die zichzelf niet sexualiseren op Twitch. Uh, af en toe wel kloten is. Maar sommigen zeggen, ja, joh, boeit mij, het. Laat die meiden lekker doen wat ze willen. Maar ik heb ook wel eens het verhaal gehoord van. Ja, ik word daarmee geassocieerd en dat vind ik niet zo tof. Ja, en wat er natuurlijk ook bij komt kijken. En dit is misschien voor een kijker niet zo heel snel, 1, 2, 3, wat hij erbij betrekt. Maar als jij vanuit een adverteerder perspectief kijkt en je denkt, oeh, ik heb hier een, uh, een nieuwe auto en die ga ik even promoten op Twitch. En het eerste wat je aanklikt is live kanalen, Nederlandse, je ziet dan dat. Ja. Dan denk je, oeh, ik skip deze site. En daar zijn wij als Twitch-team nee. allemaal de dupe van. Nee, ik denk, is het niet zo, nee, dat die auto, bedenkt, die auto denk ik niet zelf, maar die, het autobedrijf denkt van, nou, haar niet. Dus kijken wie de, tw de tweede staat. Ik denk dat, dat dat meer het probleem is. Ik, ik denk, denk niet echt dat... Amorant heeft ook niet echt veel sponsoren of zo, toch? Nee, maar Amorant is wel, zeg maar... Als jij op Twitch klikt, staat Amorant er wel gelijk bovenaan. Ja. Dus het vormt wel maar, publiek imago, zeg maar. Is, is daar dan echt nog... Zijn daar zoveel bedrijven dan die... die gewoon laten weten van... Ja, nee, Twitch, dat is een porno-site. Daar gaan we niet op adverteren. Ik heb dat zelf nog niet echt ergens nou, niet gehoord. niet zozeer zo, bedrijven. Is, ik denk dat bedrijven over het algemeen wel geïnteresseerd zijn. Um, maar ik zie het gewoon wel eens voorbij komen dat, uh, dat, dat mensen gewoon zitten scrollen. En dan van, joh wat gebeurt hier allemaal? Alleen ik heb wel het gevoel dat Twitch zeg maar, langzaamaan, heel subtiel, uh, het, uh, de achtergrond een beetje aan het aanpassen is. Dus die shit komt gewoon minder vaak op de frontpage en zo. Ja, ja, volgens mij ja. Uh, nou, want, uh, ja. ja trouwens maar, Romy, als je kijkt, uh, je bent van harte welkom bij Dungeon Dragons. Dacht ik zeg zeggen even. Maar ik denk dat op bezig op zijn met uh, de kip. Ja, ik, ik wacht ik ook heb nog steeds zo dus Sorry, wacht echt. even. Uh, even. Hekel. Ja, ik wil ik zeggen, heb dus echt hekel aan Asimer. Ik, ja, kan ik, gewoon, gewoon ik snap denken. niet waarom een microfoon is ontworpen, waarbij er ook nog een oor aan vast is gemaakt. Dan ik denk, hoe de fuck verzin je dit? Dan zitten ze oh, er ook ja. nog aan te l... ik, kan, ik kan het gewoon niet horen. Ik en kan het niet zien. Hoe ja. ze mij niet bellen, staat heel goed op elkaar aan. Want tegenwoordig doen ze dat dus tegelijkertijd in dat bad aan dat oor likken. In bikini. Ja. Holy shit. Ah, nee. Dat is ja, oh, ja. Op de banaan? Op de banaan. Ja, ja. banaan hè? Op de banaan. Op de met mijn naam erop. Bikinietje. Ja, een in, <laughs> naam het oor, in de oorschelp wordt je naam nee, ja. inderdaad. En lik het dat ze doen niet normaal. Oh, die sticht toch. Ik, vind ja. het als... Ik vind het, vond het vroeger al hoor. Met geluidjes en zo. En nu heb je dat ook gewoon dat je dat gewoon kan zien. Oh. Maar je hebt ook zeg maar dat soort van dat ze dingen gaan. Uh... Fijn persen en dat ze dingen snijden, dat, dat, dat gaat nog wel. Dat zand, je hebt dat zand toch? Ja. Dat ja. gaat nog wel. Dat is nog redelijk. Maar echt dat, dat labberding, zooi en zo, nee, dat. Uh, oh, weet je ja, wat nou, ik eigenlijk vind? Dat misofonie. Dat praat ook. <laughs> ik vind dat uh, die hele hype van het uh, popping. Uh, dat mensen dus gewoon puisten en dat soort gaan gedaan. Oh, uit. heerlijk. Uh, uh, heerlijk. Uh, heerlijk. Dat ik ook heel Wat heerlijk. Kijk jij dat, dat je voor je, je plezier, op. ja? Ja, ja. ja, maar ja, vind ja ik ben schoonheidspecialist. Ja. ja, ik ook, maar ik walg daarvan. Oh, ik vind het ja. heerlijk. Op mijn werk kan ik het dan weer wel hebben. Maar uh, als ik het kan zien... Oeh, uh, Jill, er. ik heb nog één op mijn rug ja, zitten. Ja, het, het, het is goed. Je. je kan mijn rug okay. op. Nee. Ja, ik het nee. echt op. Hoe groot, hoe beter en hoe meer... Hoe... Oh, ja. Oh, ja. ja. Ook als er, als er bloed bij zit, is het ja. nog lekker, ja, ja. Je... ja, nou, zo niet dat je hier nee. drukt en het spuit daar. Nee, nee. nee Zal het in je ogen gekomen of niet? Zeker. Ja ja maar ook van andere mensen Leanne ja sommigen die spuiten er echt uit als je ze Sorry, sorry Dan zit je er gewoon bovenop zo oh 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 naar te kijken maar TikTok poestert. dat doe je één keer doe je één keer daarna nooit meer nee klopt oh de mensen die terugluisteren. die oh 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 god ik ga wel op goed op de A's op TikTok als dan zo'n snoepfabriek dat snoep zo gaat mixen en als het ja, met oh, de snij die pink. Dat zand, vind ik wel leuk. Heel, heel specifiek ook gewoon. Ik hou ja, van de als maar snoep in zit. Ja, ja. ja als het op het zand. zand. Wat is het? Zand. Zand. Oh nee, zand niet. Klei, wat is het? Ja, snoep. Ja, Wat ja. ja, niet voor. u maken. Ja. Het hm. Is geen uh, ASMR, maar uh, nu, uh, nu ik jou zo dat gebaar zie doen. Ik zie de laatste tijd steeds vaker zo'n Japanse snijmachine voor eten voorbij komen. En dat is dan zo'n ja. soort poppetje van een chefkok. En die heeft dan twee messen als handen. En die gaan dan met een draaischijf eronder. Om dan snel. Oh, nou ja, <smellie> Het internet. Um, anyways. Ben ik nog iets vergeten? Want anders gaan we hem lekker afronden. Of is er iemand, wil iemand nog een ingestuurd onderwerpje aandragen? De queen? de queen. Oh, de Queen. Ja, die had ik er wel bij staan. Ja, God save the Queen. Even nou, een beetje meer. te laat voor, ja, precies. <laughs> ja. <Yeah. this> <God racht> um, didn't save the Queen. Ja. Yeah. Want ik, wel dood. Uh, ik vond het uiteraard zeer tragisch. Maar wat ik dan wel weer een humoristische noot vond, is dat ze meteen het Volkslied hebben aangepast. Het is nu dus meteen God Save the King geworden. Ja. In plaats van God maar Save the, the King. hij ook oh. op, op het moment Zwaar, van overlijden is hij meteen de koning. Ja, het staat ja, ja, nou, er wel klaar, toch? Ik heb daar wel een, een semi-grappig verhaal over. Want ik was dus uh, op dat, uh, dat evenement voor Motorola. En ja, noem ze nog ik lang langs... weer een keer, joh. <laughs> oké, okay, ik was op het evenement van het niet-nader-te-noemen bedrijf. En ik had de hele dag die socials. En op een gegeven moment komt die marketingmanager naar me toe zo van... Um, ja, wat nu? En er was dus kennelijk vanuit Lenovo een bericht uitgegaan van... Oké, okay, we stoppen overal met posten op socials en, en weet ik veel wat allemaal. Dus uiteindelijk uh, zat ik daar zo van... Ja, oké, okay, wat, wat moet ik nu doen dan? Dus uh, ja. Oh, ja. Gewoon echt, dat, sowieso... dat het gewoon, de, ja, eigenlijk werd alles gewoon stil, stilgelegd. Ja, de, de uiteindelijke conclusie was dat uh, de, de UK-varianten uh, allemaal uh, alles staakte En dat wij dus een, een, een goed geschreven bericht ertussen zetten: hé, hey, ja, we weten het. Uh, iedereen sterkte die zich daar, uh, uh, ja, daar door geraakt voelt. En daarna weer verder uh, door met uh, de, de orde van de dag, uh, zeg maar. Ja. ja, het is natuurlijk hm. zeer tragisch. Uh, maar ik dat valt toch wel mee Het, is... het is. ze was bijna 100 het is niet heel tragisch ja, uh, dat is ook ja. mooi overleden ja. Ja. Ja, in, 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 ja, in ik moest er wel om lachen trouwens want een paar maanden oh. terug was op TikTok oh. zo'n trend nee niet okay. omdat ze daar oh, er... oh nee, wacht, nee laat mij oh. praten app app, app, app. Een paar maanden terug was, had je op TikTok zo'n trend. Dat mensen dan, uh, zeg maar, een house-nummer hadden. En dan die opbouw. En dan iets super-randoms. En dan komt die drop. Maar dat was dan. Zo gaan mensen straks ontdekken dat de koningin dood is. Dan is het die opbouw. En dan is het. De koningin is dood. En dan. Weet je wel, die base-drop. Maar dat bleek dus echt het Ja, dat is een van de Ducky's Dat is zo'n bekend ja, dus, radiofragment toch? Ja. ja, precies. Dus dat was dan nu zo van: oh shit. Dat, dat was eigenlijk al, ja. Toch niet zo grappig nu het echt zo op ging. Ja. ja. sage um, Wat denken jullie dat. 90, als als Willy doodgaat, dat we dan ook alles uh, een week stop moeten leggen. en dat iedereen vet chip is? Of denk we dan allemaal. Nou, ik kan oh, je wel vertellen that? dat. Nee, nee. dat uh, de radio en tv. gaan dan wel degelijk. Uh, een aantal dingen skippen, ja. Um, Echt? Ja, natuurlijk ja. voor niets. Ik ga alle, alle Lucky joh. TV's kijken op stream dan. Allemaal. <laughs> Willy. <laughs> ja, maar, het, ah, ja, wel, maar sorry, het is even heel flauw gezegd. Kijk, dit is, eh, zij is, ze is niet onze koningin. Uh, maar op het moment dat Willem-Alexander nu morgen in een keer in een ongeluk zou overlijden, dan gaan alle vlaggen half stok, dan worden alle ja. entertainmentprogramma's geschrapt. Uh, wij gaan minder jolig doen op de radio. Kijk, ja, Twitch doet uh, iedereen waar die zin in. Rick zit waarschijnlijk inderdaad Lucky TV te kijken. Maar ik, ik denk echt wel dat kijk nu kunnen we er nog een beetje luchtig over doen, want het is en ze is heel oud en het is niet onze koningin. Maar als morgen plotseling Willem-Alexander overlijdt, dan ga je echt wat land. Uh... Maar ja, dat is compleet anders toch? Dat kan je niet echt vergelijken, want hij is nog. En wij, en wij maar doen ik het toch, sowieso. Ik auto hebben. Nou, sterker nog, wat, heel eerlijk. Ik ga wel een traantje laten als Bea als ik te horen krijg dat Bea er niet meer is hoor. Ja. Dat ze de laatste peukje heeft, heeft gerookt. Ja, <laughs> ja. Nee, geen traantje. Ik ga wel even denken van nou. Was leuk dat je de koningin was. Nee, dat ga je. <laughs> Zo we ook. Ja, ja. Maar, dat is mijn gedachte dan. Wel van ja. Ja. <laughs> Ik weet niet, ik was altijd wel Bea-fan. Ik vind haar gewoon uh, lijp. En dan inderdaad. Dus zijn ook. Van die, ja, maar ik vind haar echt super hard. Er zijn dan, dat, dat vind ik gewoon het mooie. Zij is gewoon stiekem een beetje gangster, toch? Dus er zijn dan foto's van officiële gelegenheden. En dan ergens bij een nooduitgang staat zij gewoon in die volle hoed. Staat zij gewoon stiekem met een peukje weg te trekken. Maar dat is dan. Ja, dat vind ik gewoon. Dat is onze Bea, oh, toch? Misschien eens. Uh, ja, ja, ja. Oma, ben je uit de bims? Ja. Goed, <laughs> uh, laten we hem uh, langzaamaan af gaan toppen. Tuinslang Gameplay. Uh, je, mag alleen over, je bent vandaag Tuinslang Gameplay. Dus je mag alleen ah, over je Tuinslang kanaal praten. Dus uh, ik RuneScape, ga RuneScape, tijd, RuneScape. Uh, ik ga RuneScape spelen. We hebben bijna uh, 58 thieving. Dan kunnen we de, uh, die ene quest kunnen dan doen. Die ene. Ik weet even niet meer hoe die heet. Maar die is wel, die is wel, die is wel gaande. Oké. Okay. Dat zou wel dope zijn. En misschien kunnen we nog een keer iets van een YouTube filmpje kijken. En ik dan uh, niet heel veel zeg. En wat op. Vincent. Hoi. Hoi. Ja, uh, ik ga op vakantie. Voor twee weken. Dus uh, minder streams even. Gewoon even relaxen. En, uh, Dan geef je strijkijzer niet. Ja. <laughs> nee, maar ik heb ook kreukels al van tevoren. Dus dat is groot. Okay. camoufleert dat mooi. Uh. Dus uh, ja, er even uit. En uh, het is een soort werkvakantie. Dus we gaan uh, vlogs opnemen. verschillende gaan pretparken bezoeken. En uh, ik heb er zin in. Dus uh, het wordt even stilletjes. Maar... Uh, ja, uh, Disney speel ik veel. Die Dreamlight Valley. En uh, Splatoon nu ontdekt. Voor het eerst Splatoon geprobeerd. Ja, platforming Last of Us natuurlijk. Heerlijk spel. Uh, en voor de rest, ja. Gewoon even relaxen. Ja. Nou, veel plezier. Enjoy. Dankjewel. Kom even lekker tot rust. Ja, Jill. Dankjewel. Ja, ik uh, ga ook uh, verder met een nieuw Disney game. En uh, Splatoon 3. Ja, nou ja, dat zijn wel de games die ik natuurlijk altijd wel speel. Voor de rest ga ik weer even TikTok oppakken en uh, YouTube ben ik uh, laatst mee begonnen. Dus uh, dat soort dingen ga ik me wel even mee uh, focussen. Vanaf 1 oktober heb ik ook geen baan meer. Dus ik ga lekker veel streamen, denk ik, op dat moment. Solliciteren naar een nieuwe baan. Dus uh, ja, druk. Maar ook weer rustig. Ik heb in oktober vier weken neem ik vakantie voor mezelf en dan uh, lekker. lekker focussen op streamen. Je wel doen? Nee, ik, uh, ik, mijn, onze wegen van mijn werk, en ik scheide eigenlijk als het ware omdat ik reum, best wel heftige reum heb in mijn handen ook. Oef. Uh, dat is niet oh. de reden dat, waardoor ik wegga, maar dat is wel de reden waardoor ik mijn werk niet meer goed kan uitvoeren. Dus uh, ik ga gewoon op zoek naar iets nieuws. Ik heb ook nog mijn PDH's medewerkerdiploma of ik wil me misschien wel laten omscholen naar baasonderwijs. Dus ik, ik neem eerst even rust en dan uh, zie ik het wel. Komt wel goed. Nou, Lekker streamen. Twitch.tv slash, tuurlijk. Leanne. Uh, ja, als je het dan over Twitch geredet bent. Ik ben nog redelijk klein. Dus uh, ik heb dinsdagochtend heb ik altijd een ochtendshow. En start ik gewoon op met mensen met gewoon echt goeiemorgen, gewoon een just setting. Ik ben een nieuwe GTA Roleplay stad ingekomen. Dus daar gaan we verder. Sowieso de verkeerde. Sowieso de verkeerde, niet die van jou. <laughs> En ik ben bezig met een maatje van mij om een uh, Minecraft uh, server te openen. Dus uh, er komt best wel veel nieuwe dingen aan wat ik eigenlijk nog niet heb gedaan. Ik was altijd van de Warzone en uh, ik doe ook WoW. <laughs> maar dat is best wel saai om naar te kijken. Dus dat doe ik ook op de late avondjes. Uh, maar voor de rest, ja, eigenlijk van alles wat. Op een nieuwe uitbreiding toch, van WoW? Ja, klopt. Oh, ja. dus dan ga je wel flinke... Uh... Dan wel ja. Ja, 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 heel veel zin in. Ja. Leuk. Uh, nou, leuk dat je erbij was. Twitch.tv slash Leanne Talens. Uh, Tesseleed. Ja, wat ga ik eigenlijk doen? Ja, ik ga denk ik ook maar dat Disney spel proberen, want ik ben geïnfluenced door jullie <laughs> allemaal. Dus <laughs> ik kom er niet meer onderuit. En Splatoon natuurlijk. Ja, verder. Ik ga op YouTube proberen te streamen. Ik had 25.000 abonnees gehaald, dus ik kan beloven dat ik dan ook een keer op YouTube live zou gaan. Dus ik ga kijken hoe dat is. Dus misschien wat gelijk. 25.000 abonnees op Twitch? Ja. Netjes nee, op wel. YouTube. Nee, op YouTube. Was <laughs> het maar zo'n feest. Maar ik moet thuisloo ook nog maar zien te halen. Nee, zeker. Oh, zeker. Ja, sorry. Test, maak je verhaal. Nou nee, eens... ja, dat was, dat was het. Verder ga ik op zakenreis, dus verder uh, weinig. Dus, uh, Lekker. Ja. Uh, Twitch.tv slash Heel kort, we hadden vorige week een discussie. Wie heeft nou een Nederlandse sub-record, uh, Rick? Hoe... Ja, ik weet dus zelf niet precies hoe ver ik uitga, Maar het was ook ergens rond de 10, nog iets, duizend. Oké. Okay. Nou, dus dan. Uh, ja. We weten het niet. Ik zou als ik dom was gewoon mensen oproepen om gewoon tot de 15.000 te drukken voor de zekerheid. Nou, je <laughs> kan hem nu inhalen. Hij is er even niet. <laughs> ja, je kan er nou weer uh... ja. ja, nog uh... in de runscrape. Ja, ja, wat doe ik, ik hier? <laughs> uh, Maxi? Ja, nou over Don gesproken. Ik mag toch een weekje gamen zonder Don. Uh, dus ik is uh, <coughs> veel gezellig met en met andere boys. Maar we hebben ook nog een weekje vrij. Dus uh, dankjewel Twitch. Ehm um, en ja, voor de rest gaan we gewoon lekker Warzone een beetje streamen en, uh, en lekker werken. Tijmolt, tijmolt. Enjoy. Uh, Kippie. Uh, ja, komende dinsdag gaan we weer Dungeons ze en dan hebben we dit keer uh, Ben Billy kwijt en Jor uh, Meneer erbij. Dat wordt gezellig. Uh, binnenkort gaan uh, Bardo en ik een stream doen. Dat wordt de vrouwenavond zonder vrouwen. Dat uh, wordt dus uh, supergezellig. Waarschijnlijk ben ik straks ook nog live. En ik ben achtergekomen wat echt werkt. En dat doet niemand op Twitch. En dat is echt een succesformule. Uh, lang leef de liefde kijken. <laughs> dat is echt. Is wel leuk. Ik heb uiteindelijk mezelf er <clears> eraan <throat> overgegeven. En jeetje, wat, 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 wat werkt dat goed zeg? De kijkcijfers gaan zo wop. En ja, heerlijk. Lang leef de liefde aanraden. Nice. En tot slot, but not least, uh, Casey. Um, ja, ik heb niet zo heel veel uitgebreide plannen op Twitch. Ik ga wel Mudmasters meedoen. Dat is mij een beetje aangenaaid. Uh, dat is over anderhalf week of zo. En ik ga eind van de maand uh, een, een, een kort livestreampje vanuit uh, Lissabon doen. Een beetje daar uh, de stad verkennen, een beetje kijken. En uh, ja, dat, dat is het eigenlijk de komende week. Niet heel spannend, maar er uh, komen we wel weer leukere dingen. Aan. Nou, lekker. Um, oh, een titeltje nog. Ja, ja. nou, dank allemaal. En... Uh, ik hou jullie op de hoogte via de socials wat betreft het baby gebeuren. Maar, uh, ja, succes. En geniet, en geniet er vooral van. Ja, ja dan een week gaat het niet meer duren. Verken, man. Dus. En, Wil je nog één keer even puffen? Even voordoen. <laughs> ja, puffen. Prima, prima. Ja. ja, dat komt helemaal goed. Ja, het voel een beetje als uh, de olifant met de langste luid die live livestream uit. Uh. Ja, ja, Exact dat. Um, dus uh, we gaan het wel zien. En ik heb echt geen, ik kan, ik kan eigenlijk geen voorspellingen doen over hoe die drie uh, weken gaan zijn. Voor hetzelfde geld, uh, denk ik, na twee weken. van nou. Ik wil weer even een keer live. Even met de mensen lullen. Voor hetzelfde denk geld, ik... denk ik. Jezus, mijn hele leven is naar de notering. En ik, ik, ik pak <laughs> iedere minuut vrij. die ik kan pakken. Ik dacht, kan... ik ging zeggen. na nou, twee weken ga ik melk halen. Ja. <laughs> ja. <laughs> dat denk ik Stop hem terug. Ik ben even. Uh, <laughs> Ja, kun je echt een IRL-sam doen in de supermarkt: Melk halen. Ik zal één mooie, mooie bevallingsanekdote delen van een vriend die ik vannacht hoorde. Uh, die zat, zijn vrouw was aan het bevallen. En uh, toen heeft hij een andere maat van ons heeft gebeld. En die denkt: Holy shit, volgens mij is die bevalling is gaande, toch? Waarom belt hij? Maat, kan jij nu een pakje peuken naar het ziekenhuis komen brengen? Want ik trek het niet meer. En toen is die, uh, toen is die ene vriend er naartoe toegereden met een pakje sigaretten, is die andere naar beneden gekomen. Snel. En door. Uh, en uiteindelijk. Uh, en later was er een, een baby. Anyways. Ja. Uh, dus laten we inderdaad hopen op uh, goede gezondheid. Dank jullie wel, allemaal. En uh, heel veel plezier uh, met alles wat er de komende tijd aan uh, zit te komen. En uh, ja, dat eigenlijk. Dank aan mijn gasten van vandaag. Tuinslang Gameplay. DaVinci Taal Games. Jilleke. Leanne Talens. Maximilian TV. Kippensoepje. En Casey L. En dit. Uh, deze gozer heet feest, schildprat. We gaan het zien. Doei, dag,